Goed, goedemorgen. Als iedereen wil gaan zitten, volgens mij is koffie en thee aangeboden. Dan heet ik u allen van harte welkom bij de vergadering van de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid. We gaan het hebben met u over de kinderopvang. En namens het kabinet is aanwezig aan mijn rechterzijde minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Van Gennep. Ik wens haar van harte welkom. Ook de ambtelijke ondersteuning en de mensen en de kijkers thuis. Namens de Kamerleden zijn aanwezig aan mijn linkerzijde de heer Quint van de SP, mevrouw Palland van het CDA, mevrouw Sala van D66, mevrouw Van der Hiel namens VVD. Excuus. De heer De Jong namens de PVV, de heer Gimwis namens de ChristenUnie en mevrouw Matoeg namens GroenLinks. U allen van harte welkom. We hebben ongeveer 5 minuten spreektijd en ik wil voorstellen om gewoon onbeperkt interrupties toe te staan. Als wij in tijdnood gaan komen, dan kom ik weer bij u terug. Maar laten we gewoon voor start gaan. En dan begin ik zoals gebruikelijk aan mijn linkerzijde dan, de heer Gimwis. Nou ja, de heer Grimwis zit ook aan de linkerzijde, dat klopt. Ja. Zoiets. Het is voor mij heel ongebruikelijk dat ik helemaal rechts van het rijtje zit. Dank u wel, voorzitter. En laat ik beginnen met een compliment. Want ik ben gewoon heel erg redelijk. Het voor grote groepen langzaam richting gratis brengen van de kinderopvang is een stap die wij zeer toejuichen. Dat is goed. Ja, heb het compliment ook gehad. Want voor de rest zijn er een hoop grote problemen. Als ik kritisch naar onszelf mag zijn, dan denk ik dat met uitzondering van de toeslagen de sector de afgelopen tijd ook niet de aandacht heeft gekregen die het had verdiend. We zaten hier voor het debat al even te kijken dat ongeveer 3 jaar geleden is dat we het voor het laatst over het stelsel de kinderopvang in het algemeen hebben gehad. En we bespreken vandaag een lijst met stukken die langer is als je ze voor wil lezen dan de spreektijd die ik heb, van 4 verschillende bewindspersonen na elkaar. Dus het was best wel een chaotische tijd voor de kinderopvang. En dat in een tijd dat de mensen die daar werken meerdere keren het werk hebben neergelegd om aandacht te vragen voor hun arbeidsomstandigheden. En laat ik daarmee beginnen. Er ligt nu een soort tussen cao. Wat is het plan van het kabinet op de langere termijn om ervoor te zorgen dat de arbeidsomstandigheden van mensen die het werk doen in de kinderopvang ook echt vooruit gaan? Want bent u het met de SP eens dat deze mensen eigenlijk beter verdienen voor het zeer verantwoordelijke werk wat ze doen? Want ze worden toevertrouwd met zo ongeveer het meest kostbare bezit dat ouders hebben, namelijk hun kinderen. En ze maken het voor de overheid mogelijk dat wat vanuit de overheid toch zo ongeveer het hoogst haalbare is, namelijk zoveel mogelijk mensen richting de arbeidsmarkt duwen, ook echt mogelijk wordt gemaakt. Dus deze mensen zijn onmisbaar. En ik vind, en de SP vindt, dat de beloning die zij daarvoor krijgen geen recht doet aan het belangrijke werk wat zij doen. En volgens ons ligt daar ook een belangrijke oorzaak voor de omvang van de personeelstekorten zoals je die nu in de sector ziet. Want al voordat er sprake was van massale krapte op de arbeidsmarkt, waren er te weinig mensen om het werk te doen in de kinderopvang. Zware verantwoordelijkheid, ik zei het net al, een matige beloning, een hogere werkdruk. Wat gaat deze bewindspersoon aan de arbeidsomstandigheden in deze sector verbeteren? Want het vorige kabinet heeft een arbeidsmarktagenda aangekondigd, maar om nou te zeggen dat daar heel veel van terechtgekomen is, nee, niet echt. En zonder forse verbeteringen in de werkomstandigheden van de kinderopvang kunt u de grote ambitie van deze periode, namelijk het veel goedkoper maken van de kinderopvang voor grote groepen ouders, simpelweg niet waarmaken. Er zijn dan namelijk geen mensen om het werk te doen. Ouders merken het nu al als je je kind een keer niet wegbrengt, omdat je een dag vrij hebt bijvoorbeeld, en je meldt dat netjes op tijd, dan krijg je wel een paar uren in de vorm van tegoed. Maar dat tegoed kun je nooit inwisselen. Want als je op een keer op een andere dag je kind kwijt wil op de opvang, dan is de reactie: nee, we hebben geen ruimte. En aan het eind van het jaar vervalt dan dat tegoed. Ik kan niet uitsluiten dat hier ook een lichte persoonlijke frustratie onder ligt. Maar het probleem is een stuk breder dan alleen mijn eigen situatie, kan ik u vertellen. En dat is gek. De ouder betaalt. De overheid betaalt nog altijd dik 3/4. En die betaalt dat aan een kinderopvangorganisatie die uiteindelijk niet de uren levert waar wel voor betaald is. En als dat nou zou gaan naar de arbeidsomstandigheden van de mensen die in de sector werken, dan zou ik zeggen, nou, dat is nuttig besteed geld. Maar dat is niet zo. De kinderopvang is een keiharde vechtmarkt. Springhaankapitalisten plunderen de sector, kopen kinderopvangorganisaties op en zelfs de parasitaire investeerders die eerder achter Estro zaten en achter het faillissement van Estro maken, die durven zich ondertussen weer in de sector te vertonen. Want er zijn nauwelijks regels. En terwijl geld van hier naar de Cayman-eilanden wordt gebracht, klagen diezelfde
investeringsfondsen over de vastgoedprijzen, dat ze het maar ingewikkeld vinden om op sommige plekken een kinderopvanggroep open te houden. Wat gaat dit kabinet doen om deze sprinkhanen de sector uit te trappen? Want ja, ik heb het gelezen, er komt een onderzoek naar tarieven en tariefstelling. Maar daarvoor zit natuurlijk nog een politieke vraag. Wil je dat de kinderopvang, die voor driekwart betaald wordt door de belastingbetaler, uiteindelijk gefinancierd wordt door private equity fondsen? En is de minister bereid om dat te verbieden? Anders gaan we dat zelf wel een keer doen samen met PvdA en GroenLinks. En wie er wil aansluiten, iedereen is welkom. Laat ik eindigen met waar ik mee begon. Het goede voornemen om voor veel mensen de kinderopvang goedkoper te maken. En dat is echt, echt, echt goed. Maar er zit nog wel één pijnpunt los van het beschikbare personeel. En dat is dat het echt knap is als je zoveel miljarden vrij wilt maken om het goedkoper te maken voor ouders, dat er één groep is die uiteindelijk meer gaat betalen. En dat het nou juist de mensen zijn met de allerlaagste inkomens. Als je zoveel geld investeert in de kinderopvang, dan is het bijna knap om ervoor te zorgen dat de laagste inkomens er alsnog achteruit gaan. Punt. En ik heb een interruptie van mevrouw Van der Hiel voor u. Kijk. Ik heb alle tijd. Voorzitter, dankjewel. Ja, dankjewel. Mooi betoog van meneer Heijink. Eén punt waar ik even wil vragen, want hij stipt terecht aan de problemen in de kinderopvang. En we hebben veel capaciteit nodig, dat is eigenlijk en personeel. Maar wat ik daar... en dan vervolgens kom je op de private equity en private sector. Terwijl ik aan de andere kant denk van ja, we hebben elkaar ook allemaal nodig. We hebben de innovaties ook nodig. En begrijp me goed, ik ben ook tegen cowboys en woekerwinsten, helemaal eens. Maar is meneer Quint, voorzitter, het eens dat we ook wel met elkaar zullen moeten kijken hoe kunnen we juist opschieten met elkaar in plaats van tegenover elkaar te komen staan? Dank u. De heer Quint. Ik denk dat ik het daar niet mee eens ben. Nee. Nee, ik vind het helemaal niet erg om tegenover private equity fondsen te staan. Nee, ik bedoel, dat zijn investeerders die die zoveel mogelijk rendement halen waar ze het kunnen krijgen. Ik bedoel, die grote equity fondsen die nu in de kinderopvang investeren, die verdienen voor de rest geld met hamburger tenten, met autobanden. Nou ja, we hebben een paar jaar geleden hebben we ze hier in de Kamer gehad. Daar hadden ze een tranentrekkend betoog over hoe intrinsiek gemotiveerd ze waren om de kinderopvang verder te helpen. Ik geloof het niet. Ik geloof best dat ze willen investeren in de kinderopvang, maar ik geloof dat ze dat maar met één reden doen. Namelijk dat ze het heel erg makkelijk geld verdienen is voor ze. Je weet precies van tevoren hoeveel geld je erin stopt, hoeveel geld je aan personeel kwijt bent en hoeveel geld je terugkrijgt. Dus het is een makkelijke investering voor een private equity fonds. Ik zie ze niet als bondgenoot, nee. Dus ik wil heel erg graag proberen om niet tegenover mensen te staan om de problemen in de kinderopvang op te lossen. En iedereen, niet iedereen is daarbij welkom trouwens. Ik wou zeggen iedereen is daarbij welkom. Maar wat mij betreft private equity fondsen niet. Het verdienmodel is volgens mij niet te verenigen met de maatschappelijke meerwaarde van kinderopvang. Ja, de bel is net afgelopen en de heer Quint ging gewoon door met praten. Zoals als goed Kamerlid dat betaamt, volgens mij. Maar u heeft een vervolginterruptie, mevrouw Van Hiel. Nou ja, heel kort. Nee, dankjewel. Maar meneer Quint richt het nu vooral op private equity. Maar de minister zegt ook in de brief dat daar 0,2 dividend. Dus er moet ook nog een hoop uitgezocht worden op dat vlak. Want het zijn niet allemaal cowboys. En waar ik zat tegenover elkaar, ik snap, we moeten niet, maar binnen die sector ook de een tegen de ander. En terwijl ik denk van ja, we hebben ze voorlopig allemaal nodig. Hoe ziet meneer Quint dat? De heer Quint. Nou, ik geloof best dat we alle plekken nodig hebben. Dat we alle beschikbare groepsleiders en vooral leidsters nodig hebben. Dat we de mensen die in de sector het werk doen nodig hebben. Ik denk alleen dat we prima zonder een deel van het verdienmodel kunnen. En dat kan wat mij betreft, maar dat heb ik vaker gezegd, ook nog wel breder dan alleen private equity. Ik zou ook graag willen kijken naar de mogelijkheid om winstuitkeringen in bredere zin uit de sector te halen. Kijk, wat mij betreft, en dan ga je nog wat verder. Ik vind het onzin dat dit ooit een markt geworden is. Het is nogal makkelijk geld verdienen. Ik bedoel, de overheid betaalt toch driekwart. Je weet precies hoe het met de kosten zit. En dan mag je ook nog een marge bovenop de maximaal vergoede prijs doen. Je kunt heel makkelijk van tevoren uitrekenen wat je aan het eind van het jaar voor een deel verdient. En dat vind ik niet erg, want die mensen doen belangrijk werk. Maar dan wil ik wel dat geld dat verdiend wordt ook weer in kwaliteit geïnvesteerd wordt. En dat is voor een deel van de sector, wat mij betreft, nu onvoldoende het geval. Dus ja, iedereen die zelf in de sector op een groep werkt, die wil ik heel graag behouden, want die hebben we verschrikkelijk hard nodig. Maar wat daar achter de schermen aan verdienstructuren achter zit, die lijkt mij eerder onderdeel van het probleem dan van de oplossing.
Ja, ik was net bezig om uit te leggen dat ik het best knap vind dat er uiteindelijk de mensen met de laagste inkomens er alsnog op achteruit gaan met deze plannen. Maar laat ik eindigen met een aardige opmerking, zoals ik ook begon met een aardige opmerking. Ik geloof niet dat deze minister op deze plek is gaan zitten om ervoor te zorgen dat mensen met de laagste inkomens nog minder geld overhouden. Dus ik ben heel erg benieuwd wat zij dacht toen zij las in de plannen in het coalitieakkoord dat hier alsnog een minnetje voor de laagste inkomens komt. En natuurlijk wat zij er uiteindelijk aan gaat doen. Want dat kunnen we toch niet zo laten bestaan. Dank u wel voor uw bijdrage. En dan ga ik verder met mevrouw Pallant van het CDA. Ja, voorzitter, dank u wel. Het is net als gras. Als je het wil laten groeien, moet je er niet aan trekken, want dan breekt het af. Het groeit er niet sneller van. Je moet het voeden. Ik vond dat een mooi citaat van de voorvrouw van de branchevereniging van de kinderopvang. Naar aanleiding van plannen en ideeën om meer leerdoelen vast te stellen voor kinderen van 0 tot 6 jaar. En voorzitter, ik ben het met haar eens. Kwaliteit is belangrijk, maar op die leeftijd moeten we kinderen ook laten spelen en dat begeleiden. Niet toetsen en alles registreren en denken in curriculums. We proberen daar juist in het primair onderwijs ook met kleutertoetsen et cetera van af te komen. Dus laten we dat niet alsnog hier gaan introduceren. Ik ben benieuwd hoe de minister daartegen aankijkt. Voorzitter, dit is ons eerste commissiedebat over de kinderopvang na een lange tijd en met een nieuw coalitieakkoord met ambitieuze plannen op het gebied van de kinderopvang. En dit alles in een tijd van grote arbeidsmarktkrapte die ook zeer merkbaar is in de kinderopvang. 4 punten wat ons betreft voor dit commissiedebat. 1 de stelselherziening, 2 de private equity, 3 de arbeidsmarktkrapte en 4 oude participatiecrashes. Als eerste een stelselherziening. De kinderopvang wordt voor 95% gratis en de kinderopvangtoeslag wordt afgeschaft. Dit alles met als doel om de drempel om het gebruik van de kinderopvang te verlagen, arbeid en zorg te vergemakkelijken voor gezinnen en kinderen een goede start te geven. Heel mooi. Bij het opnieuw vormgeven van dit stelsel blijft voor het CDA de keuzevrijheid van de ouders centraal staan en betaalbaar kwalitatief goede kinderopvang waar kinderen veilig zijn en voldoende aandacht krijgen. Als we het hebben over het betaalbaar maken van de kinderopvang voor ouders en de kinderopvang bijna gratis maken, dan vraagt dat een extra overheidsinvestering en extra gemeenschapsgeld. Dit geld moet wel op een goede manier ook worden uitgegeven en terechtkomen waar het voor bedoeld is, die kwalitatief goede kinderopvang. En we lezen in antwoord op onze schriftelijke vragen, maar ook die van de SP en van GroenLinks over de private equity in de kinderopvang, dat de minister onderzoek laat doen naar de rol van verschillende financieringsvormen en de mogelijke effecten en voor- en nadelen van bijvoorbeeld een beperking op financieringsvormen, een winstnormering of een regulering van de uurprijs die kinderopvangaanbieders mogen vragen aan ouders. Wat ons betreft, dat is heel mooi dat de minister dat gaat doen. En wat ons betreft is er in de kinderopvang geen plaats voor investeerders die over de ruggen van kinderen en ouders alleen op winstbejag uit zijn. De kinderopvang moet een veilige en toegankelijke plek zijn. En voorkomen moet worden dat grote investeerders via private equity of anderszins de kinderopvangorganisatie gaan zien als een verdienmodel door deze organisaties overnemen, louter en alleen om winst te maken. Dat gaat ten koste van de kwaliteit en de betaalbaarheid. Daarom lijkt het ons van belang om het risico van een prijsopdrijvend effect weg te nemen. En ook een tweedeling in de kinderopvang te voorkomen. Door te kiezen voor een vast tarief of een maximumtarief met een verbod op een extra ouderbijdrage boven de 5%. Hoe denkt de minister daar over? Voordat u verder gaat, ik heb een interruptie van de heer Quint. Ja. Ik ben echt een goede. Ik ga weer beginnen met een compliment. Want dat is een vraag die ik nog was vergeten te stellen. Het is een heel erg goed idee, zo'n maximumtarief volgens mij. Dat kan een hoop ellende voorkomen. Ik had uiteraard, dat zal u niet verbazen, ook nog een vraag over wat u daarvoor zei, over die private equity. Want ik juich dat ontzettend toe. Ik denk dat dat goed is. Vraag is alleen wel waarom we dan nu een heel onderzoek gaan doen. Om te kijken hoe precies de geldstromen en het verdienmodel van de sector georganiseerd zijn. Als we een deel van de uitkomst al weten. Namelijk dat wij bepaalde vormen van investeringsfondsen sowieso niet in de sector willen. Zou het dan niet handiger zijn om gewoon daar alvast mee te beginnen? In plaats van daar een heel onderzoekstraject op te zetten. Mevrouw Pallant. Nou, volgens mij is van belang dat we zien dat er meer overheidsgeld naar die sector toe gaat. Dus dat maakt het ook kwetsbaar. We zien dat de private equity toeneemt. Daar maken meerdere partijen zich zorgen over. Maar de vraag is ook, hoe kan je dat het beste... Ik denk dat op voorhand, daar ben ik het met mevrouw Van Heel ook mee eens, alles verbieden of voorkomen dat we daarmee onszelf ook in de vingers snijden als we kijken naar de opgave die voor ligt. Ik zou vooral willen kijken aan welke knoppen kan je draaien om zeg maar die toename en het uithollen, zeg maar, het wegnemen van het geld uit de sector, hoe je dat het beste kan voorkomen. Ik heb partijen gehoord die zeiden, je zou winstuitkering moeten verbieden. Ik lees ook verhalen dat partijen zeggen, dat heeft helemaal geen zin, want heel veel private equity fondsen, die doen helemaal niet aan winstuitkering. Het verdienmodel zit er erin in het vastgoed. Of het op een hoge waarde overnemen, vervolgens een schuld opleggen die terugbetaald moet worden.
ja, dan daar moeten we wel goed zicht op hebben. Hoe werkt dat precies en hoe kan je daar nou voorkomen dat het geld de verkeerde kant op stroomt? En ik denk dat onderzoek daarna wel goed is om dan ook de juiste maatregelen te nemen en niet te vervallen in te snelle, korte klappen snel thuis en we daarmee ook dingen onmogelijk maken en ook de groei die we willen bewerkstelligen met elkaar niet mogelijk maken. Dank u wel. Gaat u verder met uw bijdrage? Ja. Verder zou het wat het CDA betreft het... Oh, voordat u dat doet. Ik zie een interruptie van mevrouw Matoeg. De zin, een introductie die mij heel erg bijbleef, is over de ruggen van kinderen. En nooit voor snelle stappen, maar het is volgens mij wel goed om ook aan de zijde van de Kamer ons normatief uit te spreken. Wat we vinden, los van dat je de techniek van een oplossing gaat zitten. Maar hoe, en zo verstond ik de woorden ook van het collega van het CDA, toch wel wat explicieter, de vraag, vinden we het oké, vinden we het rechtvaardig dat er waarde wordt afgeroomd uit deze sector? Even op welke vorm dan ook. Vinden we dat juist, principieel juist, ook als we het vergelijken met andere sectoren, bijvoorbeeld de zorg, waar we dat eigenlijk heel erg beperken? Hier hebben we dat helemaal niet. Mijn vraag aan het CDA is, hoe staan jullie daarin? Mevrouw Pallant. Ja, dank. Ik denk dat het de kern zit in het woord wat u zelf ook in de mond neemt, dat is, of mevrouw Matoeg, het woord beperken. Ik heb gelezen ook, we hebben natuurlijk heel veel vanuit de sector zelf informatie gekregen, ook vanuit vakbondsorganisaties, die aangeven, je zou zeker met het vooruitzicht op dat we meer gaan investeren in deze sector, ook meer publieke waarborgen moeten treffen. Dat is ook niet rukzichtloos, zeg maar, daar een streep doorheen zetten, maar wel die waarborgen treffen. En dan worden maatregelen als een winstklem of... Hè, en dat moeten we verkennen. Welke maatregelen zijn nou effectief om dat af te remmen? En ik denk dat we met elkaar, ook met de schriftelijke vragen die wij hebben gesteld, die de SP heeft gesteld en die u heeft gesteld, ons al normatief daarover uitspreken. Maar dat is iets anders dan een verbod op voorhand op 100% niveau, zeg maar, uitspreken. Mevrouw Matoeg. En ik ben wel benieuwd hoe het CDA er dan in staat, even los van onderzoek, maar in een sector waar zoveel publiek geld naartoe gaat, dat het eigenlijk niet kan dat we zo weinig weten over die geldstromen. Zou het niet verplicht moeten zijn, en niet alleen over winsten, maar ook over bijvoorbeeld management fees, je vastgoedportfolio, de doorstroom in verschillende constructies, dat we eigenlijk in een sector waar het publiek belang zo groot is, dat we eigenlijk volledige transparantie zouden moeten hebben over die geldstromen. Immers, je hebt niks te verbergen. Dank u, mevrouw Pallant. Ja, voorzitter, daar kan ik mevrouw Matoeg een heel eind in volgen. Was ook volgens mij onderliggend in de schriftelijke vragen die wij hebben gesteld. En volgens mij heb ik ze ook in uw vragen teruggelezen. Ook het feit dat ouders erachter komen dat een partij is overgenomen. En dat lijkt mij niet oké. Wat ons betreft zouden ouders proactief en voortijdig geïnformeerd moeten worden over overnames. Er moet meer transparantie komen. Ik heb ook vanuit de sector zelf gehoord dat er wordt nagedacht over benchmarks. En dergelijke. Dat lijkt me een goede ontwikkeling. Transparantie is heel erg van belang. Ten slotte, mevrouw Matoeg. Ik ben blij dat we dat delen. Maar ik hoop dat we ook stelliger gaan zijn. Ik ga de mooie complimentenbui van de collega van de SP overnemen. En ik denk dat wij hier als Kamer en als commissie ook een grote rol in hebben in de minister aansporen. Want eigenlijk schrik ik wel van het feit van de naïviteit. Dus er werd verwezen naar het debat van onze voorgangers en collega's in deze commissie over escrow. Nou, dan komen de waarborgen, kijken we nog een keer. Het is gewoon besjoggen dat we een stelsel hebben, dat we het niet weten, dat er een regeerakkoord ligt, dat we dan zeggen, misschien wel goed om onderzoek te doen. En eigenlijk kan dat gewoon niet. En ik vind, in de context waarin we zitten, dus ik ben heel blij dat u dezelfde waarden deelt, maar ik denk dat we daar ook wat strenger in kunnen zijn. Los voordat we naar die oplossing gaan, maar dat we zeggen, laat maar zien. Laat het maar helemaal zien. En dat we daar ook dwingend in kunnen zijn. En ik denk dat we daar misschien ook verplichtend over moeten zijn. Over de informatie die je deelt. Want het is eigenlijk heel raar van een sector waar er zoveel geld naartoe gaat. Vanuit alle belastingbetalers. Dat we zo weinig weten. En uw vraag is, vindt u... Vindt u dat ook? Ja. Mevrouw Pallant. Ja, voorzitter. Zeker met deze extra impuls die we gaan doen, moeten daar gewoon meer waarborgen tegenover staan. En hebben wij een rol om daar de kaders voor te stellen. En de minister daar ook mee op pad te sturen.
Dan vervolg ik mijn betoog, voorzitter. En dan kom ik ook bij dat punt over die overnames. En dat wat CDA betreft het uitgangspunt moet zijn dat kinderopvangorganisaties ouders proactief en voortijdig moet informeren over een mogelijke overname door een investeerder. Te vaak komen ouders daar pas later achter en kan de overname ook niet worden tegengehouden bijvoorbeeld. En we zien dat een OR of een personeelsvertegenwoordiging natuurlijk wel wordt betrokken, maar dat betreft de werknemers en de ouders niet. Welke maatregelen neemt de minister om deze actieve informatieplicht naar ouders toe te bewerkstelligen? Voorzitter, dan de arbeidsmarktkrapte. Ook in de kinderopvangorganisatie is daar sprake van een enorm tekort aan arbeidskrachten. En dan helpt het niet als er door de brancheorganisaties zelf te strikt wordt gekeken naar opleidingen als criterium om in de opvang te mogen werken. Een voorbeeld wat wij vaker hebben genoemd. Waarom mogen bijvoorbeeld gediplomeerde kraamverzorgenden niet aan de slag op de babygroep? Dat is wat ons betreft niet uit te leggen. Daarom een oproep aan de brancheorganisatie om de opleidingseisen te versoepelen en aan de minister om met de branche erover in gesprek te gaan. En daarnaast lijkt het ons goed om meer werk te maken van combinatiebanen, zodat kleinere contracten gecombineerd kunnen worden, bijvoorbeeld als pedagogisch medewerker en onderwijsassistent. Voorzitter, tot slot. Voordat u verder gaat, ik heb een interruptie van de heer Dion, PVV. Ja, voorzitter. Kijk, er is een gigantisch personeelstekort en dat heeft effect op niet alleen de werkdruk van die medewerkers daar. Het zijn echt de helden. Die hebben daar grote problemen mee. Hè. Op het moment dat iemand ziek is op de vloer, dan is er gelijk een gigantisch probleem. Dat moet je die mensen niet aandoen. Maar tegelijkertijd heeft het ook effect op de kwaliteitseisen. En het is juist heel belangrijk dat als het gaat om het opleidingsniveau en de mensen die daar werken, dat we dat wel waarborgen. Ik snap dat de CDA zegt, joh, als er mensen zijn die in de zorg hebben gewerkt, dat we dat moeten vergemakkelijken om richting de kinderopvang te kunnen gaan werken. Daar ben ik het mee eens. Aan de andere kant hebben we ook een probleem binnen de zorg. Daar moeten ook mensen aan het werk gaan. Maar we moeten denk ik waken voor het punt dat we niet kwaliteitseisen aan opleidingen gaan verlagen, en waardoor we zometeen in een glijdende schaal terechtkomen. En zou niet het element van loon gewoon het aantrekkelijker maken om in die branche te gaan werken? Een grotere rol moeten gaan spelen. Bijvoorbeeld niet het verliezen van toeslagen, bijvoorbeeld als je in die branche meer uren gaat werken. Hoe kijkt het CDA er tegenaan? Dank u wel. Mevrouw Pallant. Ja, voorzitter, terecht. Ik begrijp dat het wat te kort door de bocht klinkt als ik zeg, hè, opleidingseisen versoepelen. Heeft de heer De Jong een punt dat we natuurlijk wel kwaliteit moet leidend zijn. Maar dan nog vind ik het bijzonder dat er lijsten zijn binnen de sector waarop dan bijvoorbeeld die kraamverzorgenden niet worden toegestaan om op een babygroep te werken. Dus ik denk dat daar nog eens een keer goed naar gekeken kan worden. Maar uiteraard met kwaliteit staat dat voorop van de medewerkers. Dan over de aantrekkelijkheid om te werken in de sector. Zeker, dat is natuurlijk van belang. De heer De Jong focust dan met name op het loon. Dat lijkt me ook iets van de cao-partners om daar het gesprek over aan te gaan. Ik denk ook uit alle gesprekken die we hebben gehad over werkende armen, de rapporten die er van de SER over zijn verschenen, dat hem dat ook voor een groot deel zit in beperkt aantal uren wat je soms kan werken. En ik denk daarom ook mijn oproep om werk te maken van die combinatiebanen. Dat het makkelijker wordt om dat te kunnen combineren, om daarmee meer uren te kunnen gaan werken, om dat te kunnen combineren in een integraal kindcentrum, bijvoorbeeld, die er steeds meer zijn. En om dat mogelijk te maken en administratieve ballast daar weg te halen, zodat die contracturen vergroot kunnen worden. En daarmee kan je ook gewoon beter voorzien in je eigen bestaanszekerheid als medewerker in deze sector. Dank u wel. Peter Rumtresi. Ja, kijk, het grote probleem is vaak dat als je ziet dat mensen deeltijd werken, en dat is nou eenmaal in de kinderopvang ook een gigantisch groot aandeel, namelijk ook vrouwen die deeltijd werken, dan zie je dat die mensen vaak niet fulltime gaan werken of niet meer uren gaan werken vanuit het idee dat ze bang zijn dat ze hun toeslag verliezen bijvoorbeeld. Dus dat ze als ze meer uren gaan werken, dat ze dan financieel eigenlijk op achteruit gaan. Zouden we daar niet iets aan moeten doen? En het tweede punt is dat CDA heeft natuurlijk gelijk dat het CAO, dat gaat over het loonsdeel. Maar we zien ook tegelijkertijd dat er in de kinderopvangbranche met belastinggeld ook allerlei bestuurders zijn die hun zakken kunnen vullen. Daar zijn ook vragen over gesteld. Hoe kunnen we dat nou toch toelaten? En dat geld zou eigenlijk gewoon in de kwaliteit van de kinderopvang moeten worden gestopt. En dus ook in het loon van de werknemers op de werkvloer. Kunnen we niet, is CDA met mij eens dat we de minister misschien iets meer moeten aansporen om ook daar te kijken wat de oplossingen ervoor zijn? Dat er bijvoorbeeld een x-percentage van het budget wat beschikbaar is binnen de kinderopvang sowieso naar loon van medewerkers moet gaan en niet in de zakken moet verdwijnen van bestuurders. Dank u wel. Twee vragen. Mevrouw Pallant.
Ja, voorzitter, dank. Ten eerste, op die toeslagen, dat is natuurlijk iets waar we breder tegen aanlopen. Niet alleen in de kinderopvangsector waar de mensen werken en bang zijn op het moment dat ze een stap zetten of meer uren gaan werken, dat consequenties heeft en eigenlijk financieel ze daarop achteruit gaan. En daarom ook terecht dat er breed naar die toeslagen wordt gekeken, ook naar ons fiscale stelsel, hoe die prikkels in elkaar zitten. Dus daar ben ik met de heer De Jong over eens, dat we daar stappen in moeten zetten. Ons fiscale stelsel kent daar verkeerde prikkels in. Maar dat is denk ik voor buiten dit commissiedebat. Dan over het loon. Ik kan niet helemaal overzien wat de gevolgen zijn als we gaan zeggen een percentage. En het lijkt me ook helemaal niet aan de overheid om dan een percentage te gaan vaststellen. Ik vind dat echt primair eerst een verantwoordelijkheid van de CAO-partijen om te kijken naar fatsoenlijk loon en goede waardering van de mensen die in deze sector werken. En daarnaast moeten we kijken, dat hebben we net met elkaar gewisseld, hoe we ervoor kunnen zorgen dat daar waar private investeringen zijn, hoe we een winstklem kunnen overwegen, of hoe we geld voor de sector kunnen behouden en zorgen dat die verkeerde prikkels van private equity afgeremd kunnen worden. Dan volgens mij de laatste keer van de heer De Jong. Ja, kijk, ik weet hoe het systeem van cao's gaat. Mijn punt is alleen dat we ons heel kamerbreed, de hele commissie maakt zich druk over geld, belastinggeld, wat eigenlijk in de kwaliteit van de kinderopvang zou moeten worden gestopt, verdwijnt in allerlei, in vastgoed, in bestuurderszakken en zo. En dat wil je juist niet. Je wil hebben dat het geld gaat naar de mensen die er werken en in de kwaliteit van de kinderopvang. Als er wordt gezegd, we moeten bijvoorbeeld een klem zetten op die winst, dan zou je bijvoorbeeld ook kunnen zeggen dat een x-percentage van de winst altijd moet terugvloeien naar de kinderopvang en dus ook een x-percentage aantoonbaar moet gaan naar loon voor die mensen die daar op de werkvloer werken. Dus dat je eigenlijk een soort van oormerk gaat hanteren. En dat ook kinderopvangorganisaties inzichtelijk verplicht inzichtelijk moeten maken hoe hun geldstromen lopen. En dat we dus ook kunnen controleren aan het einde van de rit dat het geld goed besteed is, waaronder ook de arbeidsvoorwaarden van werknemers. Hoe kijkt de CDA daar tegenaan? Dank u wel. Ik heb gezegd onbeperkte interrupties. En ik hoop toch echt wel dat we zeg maar, de vraag met een korte toelichting, inleiding, zeg maar, hebben. Maar ik kijk u aan, de heer De Jong. Maar ook een soort voorbeeld richting de rest. Mevrouw Pallant. Ik zal het kort op reageren, voorzitter. Transparantie, helemaal mee eens met de heer De Jong. En wat mij betreft moeten we dat in dat onderzoek meenemen op welke wijze we het beste de maatregelen kunnen nemen om het laten wegvloeien van overheidsinvesteringen in de kinderopvangsector. Dat we dat ook daarvoor kunnen behouden en niet laten wegvloeien naar bestuurderszakken. Ik denk dat we echt dat onderzoek daarvoor kunnen aanwenden en dat lijkt me heel nuttig. Voorzitter, ik was bij mijn laatste punt gekomen. Hoe mooi is het als de samenleving of de gemeenschap zelf met elkaar regelt wat nodig is? Gewoon zonder winstoogmerk, met betrokkenheid op en met elkaar. En dan doe ik op de oude participatiecrèches. Het CDA is een voorstander van deze vorm van kinderopvang, waarvan mooie voorbeelden zijn. Bijvoorbeeld in Utrecht. Ouders draaien als vrijwilliger bij Tourbird mee in de opvang van de kinderen. Zij geven de opvang samen vorm, zijn samen verantwoordelijk en dus ook betrokken. Dat heeft vele voordelen. Ik noem er een paar. De OPC's die werken gezinsbreed. Niet alleen de kinderen profiteren, maar ook de ouders vinden meer aansluiting bij andere gezinnen en ervaren ook ondersteuning bij het ouderschap. Er hoeft niet op personeelskosten bespaard te worden. Er is grote stabiliteit doordat er een grote groep medewerkers is. Het verloop is minder groot, het is goedkoper en de gesprekken thuis overdag verlopen ook anders doordat er een veel beter beeld bij de ouders bestaat over wat er gebeurt bij de opvang, over wie het gaat in de verhalen. En daardoor kun je ook veel gerichter het gesprek met je kinderen daarover aangaan. Voorzitter, het CDA is enthousiast over deze vorm van kinderopvang, gedragen door de ouders en gezinnen zelf. Niet de markt, niet de overheid, maar de samenleving. Dat is ook een prima aanvulling op het bestaande aanbod van kinderopvang wat ons betreft, zowel in de stad als op het platteland. Voorzitter, ik wil de minister vragen om ervoor te zorgen dat deze oude participatiecrèches ook kunnen blijven voortbestaan in een nieuw kinderopvangstelsel. Keuzevrijheid voor ouders en wellicht zelfs een idee om dit verder te stimuleren, zeker gelet op de huidige arbeidsmarktkrapte en eventuele wachtlijsten bij de kinderopvang. Dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage. Dan ga ik door naar de volgende partij, mevrouw Sana van D66. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, niet alleen ik en mijn fractie waren blij toen het coalitieakkoord was gesloten. Ook voor jonge kinderen was het geweldig nieuws dat zij straks met hun eigen bijdrage van slechts 5% gebruik kunnen maken van de kinderopvang. En daar hun eerste stappen zetten in hun ontwikkeling. Maar bovenal lekker samenspelen met andere kinderen.
Ook voor ouders was het coalitieakkoord geweldig nieuws. Vooral voor moeders die de opvoeding van hun kind, een baan, mantelzorg, etc. moesten gaan combineren en dan maar minder uren wilden gaan werken. Gratis kinderopvang zorgt ervoor dat er meer gewerkt kan worden. Het is een belangrijke stap in de emancipatie van vrouwen in Nederland en daar ben ik ontzettend blij mee. Maar het coalitieakkoord is maar papier. Mensen willen graag weten waar ze aan toe zijn. En wanneer directe financiering met een vergoeding van 95% in de praktijk hun meerwaarde gaat laten zien. In het coalitieakkoord is ook afgesproken dat we op termijn naar een 100% vergoeding gaan voor iedereen. Mijn vraag aan de minister is daarom, kunt u met een roadmap aangeven hoe de financiering van kinderopvang er de komende jaren uit gaat en kan gaan zien, niet alleen de 95% vergoeding voor werkende ouders, maar verder kijkend. En bent u bereid ons periodiek een update te sturen van de stand van zaken, zodat iedereen weet waar we staan en heen gaan? Voorzitter, we zijn ons ervan bewust dat deze stap naar 95% vergoeding voor werkende ouders niet de laatste stap is. Maar het is een belangrijke eerste stap. Daarbij vind ik het belangrijk dat kinderen van wie de ouders hun baan verliezen niet direct weg moeten van de kinderopvang. Dat is slecht voor hun ontwikkeling. Natuurlijk willen ouders zo snel mogelijk een nieuwe baan vinden. En hoewel er nu genoeg banen te vinden lijken te zijn, zal werk vinden niet altijd makkelijk zijn voor iedereen. Eerder is er onderzoek gedaan naar verlengen van de termijn dat je recht houdt op kinderopvangtoeslag van 3 naar 6 maanden. Maar dat ging uit van de huidige systematiek. Omdat we naar directe financiering van de kinderopvang gaan met een vergoeding van 95%, verandert de situatie volledig. Wilt u de effecten van het verlengen van de termijn waarop iemand recht houdt op 95% vergoeding in het nieuwe stelsel van 3 naar 6 maanden onderzoeken? En kunt u het onderzoeksvoorstel hiervoor voor het eind van het jaar met de Kamer delen? Voorzitter, voor dit debat heb ik schriftelijke vragen gesteld over een aantal ogenschijnlijke onnodige verschillen die bestaan tussen kinderopvang en het onderwijs. En ik ben blij dat de minister schrijft dat ze goede samenwerking ook belangrijk vindt voor de ontwikkeling van kinderen. Veel kan inderdaad al, maar het is nog niet altijd even makkelijk. Wanneer rondt u de handreiking met goede praktijkvoorbeelden af en wordt dat een update van de handreiking van de Taskforce Samenwerking uit 2017? We vragen de GGD om te toetsen op basis van de checklist, terwijl we ook geïnteresseerd zijn in de pedagogische uitkomst. Wilt u niet alleen de controle op proceskwaliteit van VE onderzoeken met uw collega van OCW, maar breed kijken naar integraal toezicht, 1 overheid die controleert? Er zijn verschillende VOG's vanwege verschillende screeningen, maar er zijn veel mensen nodig in kinderopvang en onderwijs. Dus het moet zo makkelijk mogelijk zijn om op beide plekken te werken. En wilt de minister een 1 VOG-procedure opzetten waarmee iemand in zowel de kinderopvang als het onderwijs kan werken? Voordat u verder gaat, ik heb een interruptie van de heer Quint. Laat ik beginnen met waar u begon, namelijk het goede nieuws. Zoals u het zei in ieder geval, er is 1 specifieke groep waarvoor de helemaal niet zo goed nieuws was. En dat zijn de ouders met het laagste inkomens. Die worden het slachtoffer van het goedkoper maken van de kinderopvang. Dat is een bijzondere ironie. Bent u het met ons eens dat het toch te regelen moet zijn dat juist deze groep, de groep zeg maar, die van alle inkomens het minst kan missen om meer te gaan betalen voor de kinderopvang, dat die ontzien zou moeten worden? Mevrouw Zala. Voorzitter, ik ben zeker bereid om mee te denken hoe we kunnen zorgen dat deze groep tenminste ontzien kan worden. Zoals ik het heb begrepen, zullen ze onderaan de streep er niet op achteruit gaan, omdat de minimumlonen ook omhoog gaan. Maar als de heer Quint hier andere ideeën over heeft, dan kijk ik graag mee. Oké, de heer Quint. Ja, je hoeft niet iets meer gaan betalen kan ook als je iets meer verdient dan het minimumloon. Er is niet automatisch zomaar gezegd dat het om die groep gaat. Bovendien, als wij, dat ligt er een beetje aan hoe je de streep trekt, maar als wij de laatste koopkrachtcijfers zien, dan zijn het juist de allerlaagste inkomens die onder die streep er wel degelijk op achteruit gaan. In tegenstelling tot de hogere inkomens. En de oplossing is natuurlijk vrij eenvoudig. Je laat de hoogste inkomens wat meer betalen, zodat je de laagste inkomens kunt compenseren. Dus of dat, of je gaat sneller over naar 100% gratis. En je doet wat eigenlijk het makkelijkste is. Namelijk inkomenspolitiek gewoon via de belastingen doen. Dank u wel. Mevrouw Zala. Voorzitter, we zijn natuurlijk ontzettend blij met het huidige coalitieakkoord, dat we voor 95% gaan vergoeden. Maar zoals meneer Quint misschien weet, stond bij ons in het verkiezingsprogramma dat we eigenlijk gratis kinderopvang wilden. Dus wat ons betreft was het natuurlijk ontzettend mooi geweest als we dat hadden kunnen realiseren. Helaas is dat niet gelukt. Maar wij zijn ontzettend blij dat we nu naar een nieuw stelsel gaan. En we nu beginnen met 95% vergoeden en op een gegeven moment ook naar 100% gaan. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat we wel vasthouden
aan dit stelsel. En dat we daar de infrastructuur alvast bouwen. In plaats van met allerlei verschillende manieren gaan werken. Maar ik ben ontzettend benieuwd, zoals ik eerder zei, naar de ideeën van de heer Quint. Want het lijkt mij wel dat dit wel iets is wat goed uitgewerkt moet gaan worden. Ja, tenminste, de heer Quint, een interruptie. Ja, die ideeën zijn legio. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met het voor de laagste inkomens al gratis maken. Het is een kleine groep. We weten ook wie erop achteruit gaat. Nou, dan weet je ook voor wie je het al gratis kunt maken. Dat is qua systeem geen probleem. Het enige probleem is dat het inderdaad wat meer geld kost, omdat je dan die 5% eigen bijdrage hebt. Maar op die manier kun je volgens mij heel makkelijk de laagste inkomens ontzien. En kun je die wrange situatie voorkomen dat de enige groep in Nederland die meer gaat betalen voor de kinderopvang juist de groep is die het minst goed kan betalen? Dank u wel. Mevrouw Sala. Ja, voorzitter, op dit moment hebben we gekozen voor 95%, omdat het een eerste stap is. En daar hebben we ook het geld voor gereserveerd. En om daar meer geld voor te reserveren, daar is volgens mij op dit moment geen geld voor. Maar zoals ik al zei, ik ben zeker met meneer Quint bereid om te kijken waar er nog eventueel bewegingen in zit. Oké. Dan kunt u verder met uw bijdrage. Dank u wel, voorzitter. Voor goede kinderopvang is een adequate prijs nodig om te zorgen voor goede toegankelijkheid en kwaliteit. Er was een maximum uurtarief waarvan we 95% gaan vergoeden. Dat maximum uurtarief is ooit vastgesteld op 80% van de kostprijs. Maar bij 95% vergoeding kan geen oude bijdrage van meer dan 5%. Ik weet niet of een vaste uurprijs de oplossing is, maar ik zie een risico als we 95% gaan vergoeden van de maximum uurprijs en de kinderopvang zoveel aan ouders kan vragen als ze willen. We moeten voorkomen dat er een grote tweedeling ontstaat, dus de uurprijs moet toereikend zijn. Wil de minister onderzoeken of er een vaste uurprijs moet komen, hoe hoog die dan moet zijn en of die op alle plekken hetzelfde moet zijn? Om recht te doen aan alle succesverhalen van de geweldige kinderopvanglocaties die ik gezien heb, sinds ik deze portefeuille heb mogen overnemen, ga ik geen specifiek voorbeeld noemen. Maar wat hen allen bindt, is dat ze de grenzen hebben opgezocht. Belangrijk, zodat de kinderopvang toonbeeld van innovaties blijft. Maar hoewel er veel kan, is het nog niet altijd even makkelijk. Daarom hecht ik veel waarde aan voldoende experimenteerruimte. Hoe wordt voldoende experimenteerruimte geborgd en kan deze worden vergroot, zodat meer innovatieve ideeën uit de kinderopvang een kans krijgen en we leren voor de stappen die we nog gaan zetten? Want we zijn er nog niet. Maar ik hoor graag van de minister wanneer we niet alleen blij kunnen zijn met de afspraak uit het coalitieakkoord, maar ook met het succes van de 95% vergoeding voor de ontwikkeling van kinderen en de emancipatie van vrouwen in de praktijk. Dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage. Ik heb interruptie van mevrouw Palland. Ja, voorzitter. Een mooie bijdrage van mevrouw Sala. Ik was even getriggerd door die innovatieve ideeën en die experimenteerruimte. Gewoon nieuwsgierig, waar denkt u dan aan? Waar moet ik aan denken aan de innovaties die u voorstaat en waar experimenteerruimte voor nodig is? Waar denkt mevrouw Sala aan? Ik zal een voorbeeld noemen. Ik ben in Uden geweest. Ik denk dat er veel meer collega's in Uden zijn geweest. Maar daar is bijvoorbeeld een schooldirecteur die kinderopvang heeft geïntegreerd in het onderwijs. En inderdaad werkt met nu wel verschillende VOG's, maar ook de manier waarop hij zijn klassen inricht, et cetera. Af en toe moet je een beetje de grenzen opzoeken om die mooie samenwerking te kunnen bewerkstelligen, zodat je kinderen van 0 tot 12 in ontwikkeling kan brengen. En ik denk dat het goed is om die ruimte op te zoeken. Ook in het kader van wat er staat in het coalitieakkoord over de Rijke Schooldag, over de sprokkelcontracten, waarin we natuurlijk heel graag willen dat pedagogische medewerkers meer uur kunnen gaan werken op een BSO. Maar daar zijn de regels nog niet naar. En ik denk dat het goed is als we met z'n allen zorgen dat we in ieder geval een beetje de ruimte kunnen gaan opzoeken, zodat we alle kinderen die fijne, goede start kunnen bieden. Dank u wel. Dan ga ik door naar de volgende partij. Dat is mevrouw Van Hiel namens de VVD. Ja, dank u wel. Voorzitter, ik neem jullie even mee terug naar maart 2020. We gingen thuiswerken, ontvingen geen familie en vrienden. Het verpleeghuis waar ik werkte werd gesloten voor bezoek en de scholen gingen dicht. Medewerkers stonden voor mijn deur. De scholen gaan dicht, hoe moet dit? Ik kan niet werken, maar de bewoners kunnen ook niet zonder ons. De redding werd geboden door de kinderopvang. Die innovatief, flexibel en met verenigde krachten zorgde dat iedereen met een essentieel beroep dit kon blijven uitvoeren. Daarvoor had en heb ik grote bewondering. En hiervoor ben ik en met mij de VVD ze nog steeds dankbaar.
Die innovatie, flexibiliteit, diversiteit in soort en maat, maar vooral liefdevolle aandacht voor de kinderen, tref ik nog steeds als ik gesprekken voer en op werkbezoek ga. Kinderopvang die tot de beste van de wereld behoort. Voorzitter, het regeerakkoord met daarin kinderopvang voor iedereen die deelneemt aan het arbeidsproces en een vergoeding van 95% is prachtig, maar geeft de sector een grote uitdaging. De vraag naar opvang zal naar verwachting toenemen en alle zeilen zullen door iedereen bijgezet moeten worden om dit mogelijk te maken. Juist daarom is het belangrijk dat de samenwerking in de sector door alle partijen goed is. De VVD is van mening dat de diversiteit in opvang met keuzevrijheid voor ouders en kinderen behouden zal moeten blijven. Hoe gaat de minister de samenwerking tussen verschillende partijen in de sector stimuleren? Is de minister daarnaast bereid om met partijen, zowel profit als non-profit, in het veld te kijken naar het opzetten van een plan of te komen tot een gezamenlijk advies met betrekking tot het nieuwe stelsel? Voordat het verder gaat, een interruptie, mevrouw Sala. Ja, dankjewel, voorzitter. Vraag aan mevrouw Van der Heel. Als we het hebben over de partij, hebben we het dan alleen over de kinderopvangsector? Of bedoel je ook bijvoorbeeld de opleidingen, het onderwijs? Ja, voorzitter, dank u wel. Ik kom zo nog even in de punten die ik denk dat erin moeten zijn. Maar in eerste instantie denk ik aan de kinderopvangsector. Maar dat raakt ook natuurlijk bijvoorbeeld het bredere onderwijsveld. Dus ik zie dat wel breder dan alleen ik. Maar in eerste instantie constateer ik in de gesprekken die ik voer, en misschien met mij anderen ook, ja, dat nog een beetje zoekende ook is. En dat snap ik, hè. Het wordt een nieuw stelsel. Dus in plaats van dat ze tegenover elkaar, denk ik van, en daar kom ik in mijn 5-puntenplan zo, dat ik denk, zoek nou eens naar eerst een compromis en hoe gaan we het dan inrichten. Oké, gaat u verder. In ieder geval zou in dat plan dus moeten komen. Hoe waarborgen we de kwaliteit binnen het nieuwe stelsel? Hoe monitoren we deze kwaliteit? En wat wordt de rol van de toezichthouder en gemeente binnen deze monitoring? Hoe gaan we om met tarieven binnen de kinderopvang in het nieuwe stelsel? Hoe gaan de diverse partijen, profit en non-profit, in het veld de samenwerking aan binnen het nieuwe stelsel? En tot slot, op welke manier positioneert de kinderopvangsector zich ten opzichte van het bredere onderwijsveld? Het zou goed zijn hiermee nu al gestart wordt in plaats van nadat er een uitvoeringsorganisatie is gekozen. Op deze manier werken we op 2 parallele sporen in plaats van het laten rijden van een paar treintjes achter elkaar. Voorzitter, de krapte op de arbeidsmarkt laat zich ook binnen de kinderopvang gelden. Daarom moeten we mijns inziens ook maatregelen nemen om deze krapte te verlichten, zodat de sector aan de hogere verwachte vraag naar kinderopvang zal kunnen voldoen. Momenteel loopt er een coulantse maatregel, waardoor er makkelijker personeel in opleiding ingezet kan worden. 1-op-2 in plaats van 1-op-3. Hoe zijn de ervaringen hiermee in de sector? Is de minister bereid om deze maatregel te verlengen of, wat mijn voorkeur heeft, hem permanent te maken? Ook moeten we goed kijken naar eerder verworven competenties. Iemand die bijvoorbeeld jarenlang in de ouderenzorg heeft gewerkt, kan al veel handelingen verrichten die ook relevant zijn voor de kinderopvang. Is het dan nog nodig dat diegene een hele opleiding moet volgen voor de kinderopvang? Om deze vraag zelf maar te beantwoorden, ik denk van niet. Is de minister het hierin met mij eens? Is ze daarnaast bereid te kijken hoe we middels modulair opleiden personeel makkelijker kunnen laten instromen in de kinderopvang? Tot op welke hoogte is het überhaupt mogelijk om andere medewerkers dan pedagogisch geschoolde medewerkers in te zetten in de sector, vraag ik de minister. Wellicht dat we via taakherschikking met behoud van kwaliteit andere medewerkers ook efficiënter kunnen inzetten. Afrondend op dit punt wil ik de minister ook vragen hoe we de deeltijdfactor in de sector omhoog krijgen. Hierbij wil ik aandacht vragen voor onder andere een initiatief als het potentieel pakken dat al veel werk verricht op dit terrein. Voorzitter, we moeten in Nederland blij zijn met de keuzevrijheid die we hebben in kinderopvang. Zo kan iedereen een bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt. Helpt het kinderen in hun ontwikkeling en krijgen zij de liefdevolle aandacht die hen past. Want ieder kind is uniek en heeft behoefte aan iets anders. Of het nu een integraal kindcentrum is, een kleine kinderopvang op een dorp, gastouders of opa's, oma's, ooms en tantes. Zo'n tante zit hier. 20 jaar nu al heb ik het geluk dat ik een bijdrage mag leveren aan de opvoeding van mijn neven. In de zomer een weekje samen op vakantie, voorlezen en een boek uitzoeken tijdens de boekenweek, musea, bioscoop of pretpark bezoeken. Maar ook huiswerkklas op vrijdagmiddag. Samen de lesstof doornemen. En ja, zeer geëmancipeerd, ook wis en natuurkunde. Met tussendoor winegumgevechten of een spelletje of een filmpje. Een win-win situatie.
Hun ouders konden werken, de man had lol en ontwikkelde zich verder. En tante genoot mee van de jeugd om zo zelf die jeugdigheid krampachtig vast te houden. Dank u wel. Dank voor die mooie bijdrage. Ik zie het interruptje van de heer Quint. De verleiding is heel groot om over Wijnkum-gevechten door te gaan. Maar die, sla ik al, die bewaren we voor buiten het debat. Ik was benieuwd wat... u zegt een paar keer van, met de hele sector in gesprek. Nou ja, dat kan sowieso voor een nieuwe bewindspersoon nooit kwaad, denk ik. Maar wat u vindt van hoe de sector op dit moment zeg maar, geordend is. Er is iets heel geks in deze sector. Dat je zeg maar, deels for profit, deels geen winstuitkeringen... maar wel ondernemerschap en te willen investeren. Je hebt nog de oude overblijfselen van de... van de totaal publieke voorzieningen. Er loopt voorschoolse educatie doorheen. En wat je krijgt is een soort hele gekke amalgaam van markt en overheid. Wat allemaal door elkaar heen loopt. Wat zou de voorkeur van de VVD hebben voor een systeem in de toekomst? Mevrouw Van Heel. Ja, voorzitter, volgens mij heb ik dat in mijn bijdrage al gezegd. Ik ben ervoor om het vooral divers te houden. Om de innovatiekracht langs alle kanten gewoon ook te benutten. Want wat je ziet is dat in 2015, toen het een beetje op zijn gat lag, eigenlijk allemaal, en toen er opeens heel veel nieuwe plekken nodig werden, dat er juist wel ook door de private sector enorm geïnvesteerd is en de innovatiekracht naar voren is gekomen. Ik zie dat ook de minister schrijft in de brieven die wij gehad hebben. Dus ik ben er toch wel voor om de diversiteit daarin te behouden. Maar wat ik wel aanvullend, want daarin kom ik meneer Quint zeker te goed, wat ik ook zeg is van, moeten we wel met elkaar kijken. Hoe pakken we dit goed op? En hoe doen we dit concreet met z'n allen? Dank. De heer Quint. Ja, ik ben wel benieuwd naar die innovatiekracht. Ik zou ook nog wel over hoe doen we het met z'n allen kunnen doorvragen. Maar laten we het over de innovatiekracht hebben. Welke innovatie is er dan door een marktpartij of door een investeringsfonds... laten we de private equity fondsen nemen. De voornaamste innovatie die naar de sector hebben gebracht... is volgens mij mensen met een vast contract eruit werken... en heel veel mensen met een tijdelijk contract in dienst nemen. Dat is geen innovatie, dat is slecht personeelsbeleid. Bovendien, welke innovaties zijn er door deze partijen de sector ingebracht? Mevrouw Van Heel. Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, zij hebben onder andere gemaakt dat overal die kinderopvang gesticht kon worden. Dus zij hebben, en meneer Quint gaf het net in zijn bijdrage ook wel aan, van ja, daar hebben ze geld naar fondsen gesluit door vastgoed. Maar je moet ook wel investeren eerst in ruimte, wil je ergens kunnen beginnen. Daarnaast zie ik ook dat ze bepaalde labels hebben. Dat ze met elkaar kijken van buitenspeelcrashes. Er zijn allerlei voorbeelden. En tuurlijk, die zie ik ook aan de andere kant. Maar om het volledig dan op het private te storten, denk ik... ja, alle vernieuwingen in sport, cultuur, ja, die heb ik daar toch ook wel teruggezien. Maar vervolgens... Ik ben op zoek naar wat er nou geïnnoveerd is in de sector door de markt. En dan hoor ik, ja, ze hebben vastgoed gekocht. Nou ja, ook voordat het een markt werd, zat kinderopvang al in een gebouw. Dat is niet nieuw. Ook voordat die partijen er waren, werd er al buiten gespeeld. Werd er gesport, was er sprake van cultuur, waren er muzieklesjes. Kwam er iemand langs met een blokfluit en een trommel en al dat soort dingen. Daar is toch geen innovatie? Ik bedoel, wat hebben die marktpartijen nou... daadwerkelijk geïnnoveerd. Want innovatie is een woord dat heel vaak gebruikt wordt... maar heel vaak betekent het gewoon niks. Mevrouw Van Heel. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, dat ben ik met meneer Quint eens. We moeten het woord innovatie ook niet gebruiken daar waar het niet terecht is. En misschien moet het ook wel zijn geïnvesteerd. In 2015, toen opeens veel meer plekken nodig waren... waren het wel die partijen die dat toen ook durfden. Nu kunnen we makkelijker zeggen van ja, het is een makkelijke investering, want... maar toen lag dat echt wel heel anders. En er zijn natuurlijk ook stichtingen die op diezelfde manier dat gedaan hebben. Dus het is niet alleen, en daar zitten ook... BV's achter en weet ik veel. Dus dat zal ook goed uitgezocht moeten worden. Maar ik denk dat het totaalplaatje is. Dank. Een interruptie van mevrouw Matoeg. Ja, want hier zit wel een beetje de crux, voorzitter. Ik ga het gewoon even heel concreet maken. In Utrecht bijvoorbeeld hebben we een overname gezien... van een kinderopvangorganisatie die er gewoon was... Die draaiden goed, zijn gewoon mensen in dienst. En een van de innovaties die kinderopvangorganisatie had... was een hele mooie zorggroep.
waar kinderen met een beperking of een grote zorgbehoefte samen konden spelen met kinderen die dat niet hadden. Ontzettend belangrijk voor ouders die bijvoorbeeld het heel fijn vonden dat allebei de kinderen in dezelfde groep konden. Of dat kinderen met een beperking samen leerden spelen. Precies de samenleving waarvan ik denk, nou dat moeten we hebben. Op jonge leeftijd samen spelen. Misschien, nou, ik weet niet of dat mocht, daar een winegum tegen elkaar aangooien. Och, wat was het gezellig. Wat er dan gebeurt, komt er een buitenlandse investeerder en die zegt, weet je wat ik kan doen? Ik kan het efficiënter. De salarissen die genoemd werden. Maar het volgende wat gekild werd, was die zorggroep. Want dat is te duur. Dat zijn te weinig kindjes op een groep. Dat zijn hoge kosten. Dus wat was de innovatie? Dat was efficiëntie, dat was minder kosten en dat was dagzorggroep. Dagdure medewerkers met extra opleidingen. En mijn vraag aan de VVD, heel concreet, vindt u dit nou goed of niet? Dank. Mevrouw Van Hiel. Ja, voorzitter. Ja, mevrouw Matoeg heeft het over één individueel geval die ik niet ken. Maar ik ben het met mevrouw Matoeg eens dat ik het niet goed vind als er geïnvesteerd wordt om daarna alles weer gewoon zeg maar plat te slaan en efficiënter en goedkoper te maken. Waar ik wel altijd naar op zoek ben. En ik denk dat dat ook in ieders belang is, dat we het wel op de meest voordelige manier kunnen doen. Dus, maar hoe moet dat op die manier? Nee. Maar ik denk ook dat er andere aankoop zijn geweest en opstartmogelijkheden, doordat er wel geld in kwam. Dus ik denk dat het allebei een beetje is. Maar ik ben het met mevrouw Matoeg eens, dat gaf ik ook aan, diversiteit en vooral samen doen, ben ik heel erg voor. En die winegums denk ik dat niet meer in het preventieakkoord passen, overigens. Maar... Voorzitter, misschien als laatste, want het is een heel belangrijk punt. En dank voor dit antwoord ook. Hier zit voor mij de crux van het debat. Want ik denk dat we heel naïef zijn geweest in deze sector. Dat we toestaan dat we, het zal wel goed zijn, het zit goed, want we kennen allemaal uit het eigen dorp of stad die ene ondernemer die al 20 jaar de organisatie runt. En wat doen die het goed? Of dat nou een bedrijf is of een non-for-profit, maakt eigenlijk niet heel veel uit. Maar wat we gezien hebben vanuit onze naïviteit, is gewoon overnames. En in elke sector, in de woningbouw hebben we dit gezien. We hebben het in de zorg gezien, in de jeugdzorg. Met één doel, waarde onttrekken, ook daar waar publiek geïnvesteerd wordt. En als ik heel eerlijk ben, dan vind ik dat we daar, hoe belangrijk samenwerken ook is, maar heel duidelijk moeten zijn. Nederland is niet de plek waar je makkelijk geld kunt komen halen over de rug van kinderen. En ik hoop dat de VVD daar ook zo in gaat staan. Zoals de CDA dat ook net heel duidelijk zei. Een vraagteken hoorde ik aan het eind. Mevrouw Van Hiel. Dank je wel, voorzitter. Een kind geld verdienen over de ruggen van kinderen, nee. Dat ik wel vind, voor mij hoeven niet alles in een non-profit geheel. Maar dat zal geen verbazing wekken, denk ik. Maar waar ik wel tegen ben, is ook die woekerwinsten, zoals die aangegeven worden, ook door mevrouw Matoeg. En dat ken ik natuurlijk ook vanuit de zorg. Maar ja, daar heb ik ook weer goede voorbeelden gezien. Dus ik geloof er echt in dat we elkaar allemaal nodig hebben vanuit alle windhoeken, zeg maar. En dat we op die manier moeten kijken. Vandaar ook mijn oproep in dat vijfpuntenplan, wat ik ook nog apart op een A4'tje heb en de minister zal overhandigen. Daar heb ik graag straks een toezegging voor dat dat gaat gebeuren. Maar dan, dan denk ik dat we een stap op de goede weg. En dan zullen de beslispunten overblijven waar we naar moeten kijken. En dan ben ik het met mevrouw Palland eens dat je daar goed onderzoek naar doet en wat ligt daar. Oké, nou dan ga ik door naar de volgende partij en dat is de heer De Jong namens PVV. Voorzitter, hartelijk dank. Voorzitter, kinderopvang is een belangrijke voorziening voor werkende ouders. Het geeft lucht en ruimte om te werken en dus om in het onderhoud van je gezin te voorzien. De medewerkers in de kinderopvang hebben dus een belangrijk en mooi beroep. Maar deze helden moeten het wel met te weinig collega's doen. En dat heeft effect voor de werkdruk, maar ook voor de kwaliteitsregels. Zo bleek uit een enquête onder medewerkers in de kinderopvang dat bij ziekte op de werkvloer er gelijk een probleem is. Stagiaires en niet gediplomeerde medewerkers die moeten bijspringen als pedagogisch medewerker. Ook het beroepskracht-kindratio, oftewel genoeg toezicht van medewerkers op kinderen, wordt daardoor in dit soort gevallen overschreden. Voorzitter, en dat kan natuurlijk niet. Het gaat om de veiligheid van onze kinderen en om de medewerkers die hierop moeten toezien. Kan de minister aangeven hoe groot dit probleem precies is en hoe ze dit wil gaan aanpakken? Kan ze tevens toezeggen dat de beroepskracht-kindratio norm altijd moet worden verzekerd en dat erop wordt gehandhaafd? Hoe staat het met de uitvoering van de breed aangenomen motie van collega Van Beukering-Huijbrechts over het aanpakken van personeelstekort en waarborgen kwaliteit en veiligheid? Graag een reactie. Dan de stelselwijziging. Het is goed dat het doel is om kinderopvangtoeslag eenvoudiger te maken.
Dat is keihard nodig. Juist ook kijkende naar de verschrikkelijke gevolgen van de toeslagenaffaire. Maar dat kan natuurlijk niet betekenen dat door de nieuwe financieringssystematiek er allemaal cowboys kansen zien om geld binnen te harken. Hun zakken te vullen met belastinggeld dat bedoeld is voor kinderopvang. Hoe ziet de minister dit? En ik wil daarbij aangeven, er zijn heel vaak mensen die dit soort debatten volgen. En dan stip je natuurlijk de dingen aan die niet goed gaan. Hè, want je wil die dingen oplossen. Maar dat betekent niet dat je daarmee zegt dat de hele kinderopvang één grote puinhoop is. Het zijn helden. Het zijn mensen die daar keihard werken. En ik ben hartstikke blij dat er een systeem is die ervoor gaat zorgen dat mensen die werken gewoon kunnen gaan werken. En dat kinderen op een goede plek terechtkomen. We willen het alleen nog maar beter maken voor zowel de kinderen, de ouders, als de mensen die daar aan de slag zijn. Dat wil ik wel gezegd hebben. Voorzitter, hoe gaat de minister ervoor zorgen dat de kwaliteit hoog blijft? Dat de opvang niet opeens veel duurder gaat worden en uiteindelijk dus toch onbetaalbaar? En hoe gaat u borgen dat winsten weer terugvloeien naar de kwaliteit van de kinderopvang? Kan de minister onderzoeken naar bijvoorbeeld de jaarrekeningen? Hoe inzichtelijk zijn die voor bijvoorbeeld ouders? Die hebben er namelijk behoefte aan om te zien wat er met het geld voor de kinderopvang gebeurt. Hoe lopen nou precies die geldstromen? U heeft eerder een onderzoek aangekondigd naar de geldstromen rondom kinderopvang. En mijn vraag is dat al gestart? En wanneer krijgen we daarvan de resultaten? Kunt u daar een tijd aan koppelen? Graag een reactie. En neemt u daarin ook maximale uurtarieven mee, maximale ouderbijdragen en bijvoorbeeld een systeem van alleen non-profit? Gewoon dat wij dat inzichtelijk hebben wat daar de gevolgen van zijn, de voor's en de tegens, zodat er een juiste afweging kan worden gemaakt. Voorzitter, tot slot. Ik wil graag de hartekreet vanuit de kinderopvangbranche van harte ondersteunen om kinderen op de kinderopvang tussen 0 en 6 jaar vooral spelende wijze te laten ontwikkelen. Dus plannen voor een heus curriculum, leerdoelen, alsof ze gewoon al op school zitten, moeten we niet willen. We moeten er echt voor waken dat de kinderopvang wordt ingezet om maatschappelijke problemen rondom talenontwikkeling op het bordje van de kinderopvang te leggen. Laat die kleintjes lekker spelen. Het is echt superbelangrijk. In een tijd dat je struikelt over de iPads en jonge kinderen steeds minder gewoon buiten contact ziet hebben met leeftijdsgenootjes, is het de interactie met die andere kinderen op die kinderopvang juist superbelangrijk. Voor persoonlijke en sociale ontwikkeling. Natuurlijk is de pedagogische expertise aanwezig om, zoals de branche zelf aangeeft, het spel te verrijken en te versterken. Maar de kinderopvang is geen school. Laten we ze vrijwaren van een curriculum en gewoon laten doen waar ze goed in zijn. Kinderen spelenderwijs laten ontwikkelen. Daar hebben ze een hele leven profijt van. En voorzitter, daar wil ik het graag bij laten. Dank u wel. Dank voor de bijdrage. Dan ga ik door naar de volgende partij. Dat is de heer Gimmis namens de ChristenUnie. Ja, voorzitter. Mijn collega Don Seder staat in de plenaire zaal, dus u zult het met mij moeten doen. Voorzitter, kinderopvang. Een plek waar dagelijks duizenden kinderen door hun ouders vol vertrouwen naartoe worden gebracht. Een plek waar je wil dat je kinderen veilig kunnen spelen en verblijven. Maar met een bijbehorend toeslagsysteem wat hopeloos ingewikkeld is en een schandaal van je welste heeft opgeleverd. Waar dit kabinet met de afschaffing van de kinderopvangtoeslag wil voorkomen dat er ooit nog zoiets kan ontstaan als een kinderopvangtoeslagaffaire. Me dunkt, genoeg redenen voor een debat. Allereerst over de bekostiging van de kinderopvang. Ik noemde het al. Het kinderopvangtoeslagenschandaal is een grote schandvlek voor de overheid. Duizenden ouders en kinderen zijn gedupeerd door hardvochtige en onrechtvaardige regels en uitvoering en een veel te complex systeem. De ChristenUnie wil al veel langer het belasting- en toeslagenstelsel hervormen. Maar om een echt streep door de toeslagen te zetten, te beginnen met de kinderopvangtoeslag, daarvoor was deze affaire de druppel. Om een kinderopvangtoeslag aan te vragen moet je door best wel een ingewikkelde aanvraagprocedure heen. Dat vraagt van iedereen te veel. En zeker van mensen die financieel sterk afhankelijk zijn van de toeslag. Mensen met een laag of vooral mensen met een flexibel inkomen. En daarom ben ik blij met de afspraak die we in het coalitieakkoord hebben kunnen maken. Maar het komt nu wel aan op de uitvoering van dit voornemen. En dat is sneller gezegd dan gedaan. Ik ben benieuwd welke voorbereidingen nou getroffen worden voor dit nieuwe stelsel. In de recente Kamerbrief worden hier echter maar best wel summier op ingegaan. Wat is het tijdpad nou precies voor de stelselwijziging? Wanneer wordt de wetgeving naar de Kamer gestuurd? Wat is het kritische tijdpad om invoering per 2025 te halen? En welke voorbereidingen worden er aan de uitvoeringskant getroffen? Wie gaat het nieuwe stelsel bijvoorbeeld uitvoeren? En beginnen we wel op tijd met de ICT, want dat kan nog wel eens de bottleneck worden anders. En hoe zit het met de overgangssituatie van het oude naar het nieuwe stelsel? Voorzitter,
kijk, daar gaat de telefoon. Voorzitter, de huidige kinderopvangbranche wordt al voor een groot gedeelte gefinancierd uit publieke middelen. En dat neemt met de afschaffing van de kinderopvangtoeslag en de introductie van een beperkte inkomensonafhankelijke bijdrage verder toe. En we weten al dat private equity partijen als Bensis, Onex, Waterland nu al meer dan goed geld verdienen aan de kinderopvang. Deze partijen zien hun kans met de nieuwe financiering. Het is dus nodig om voorafgaand aan de ingang van het nieuwe stelsel te regelen dat winstuitkeringen binnen deze sector aan banden worden gelegd. Ik werd dan ook blij toen ik in de brief van de minister las dat zij dat ook vindt. En ik parafraseer, het is niet wenselijk dat belastinggeld uitstroomt als overwinst naar private equity partijen. Echter, het is in die end niet zo heel relevant wat de minister vindt. Veel relevanter is wat ze doet. Laten we daadwerkelijk voorkomen dat publieke middelen in de zakken van bijvoorbeeld Canadese investeerders verdwijnen. Mijn vraag, komt er een verbod op winstuitkeringen? Of gaat de minister anderszins winstuitkeringen maximeren? Of komt er een maximum uurtarief? Hoe beschermt de minister de belastingbetaler en de ouders? Zeker als we er straks 2,2 miljard extra aan publiek geld per jaar instoppen. Komen er... Voorzitter, ouders brengen hun kinderen naar de opvang in de verwachting dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over hoe het met hun kind gaat. Ze vertrouwen op kwalitatief goede kinderopvang. Maar wat is kwaliteit nou precies? Is kwaliteit dat een kind als een project dat moet slagen wordt behandeld en er moet worden gewerkt aan een breed scala aan leerdoelen? Collega's begonnen er ook al over. Of aan een doorlopende leerlijn van 0 tot 12? Nee, toch zeker. Wat ChristenUnie betreft staat de homo ludens, de spelende mens, voorop. Een kind leert spelenderwijs. Diverse brancheorganisaties voeren hiervoor ook een stevig pleidooi. En mijn vraag is, hoe staat de minister hier eigenlijk in? De kinderopvangbranche gaat de komende jaren stevig groeien. De kinderopvang wordt meer en meer een basisvoorziening voor gezinnen. Met de start van het nieuwe stelsel moeten we ervoor waken dat de verschillen tussen wijken te groot gaan worden. We moeten voorkomen dat over enkele jaren Sander en de Kloof een uitzending kan toevoegen aan zijn mooie maar indringende reeks over de kinderopvang. Alle kinderen verdienen een kwalitatief hoogstaande kinderopvang, ongeacht wijk of inkomen van de ouders. Hoe kijkt de minister hier eigenlijk tegenaan? Hoe zorgen we ervoor dat er geen grote kwaliteitsverschillen ontstaan tussen opvangvoorzieningen, zonder overigens door te schieten in de regelreflex? Dat is nog wel een uitdaging. Voordat u verder gaat, ik heb twee interrupties. De heer Quint van de SP. Ja, mooie woorden. Ik denk wel dat, kijk, waar we in deze discussie over het stelsel volgens mij scherp op moeten zijn, is wat je precies wil verbieden. Ik ben SP en wanneer het om marktimpulsen gaat, heb ik een hele lijstje van dingen die ik wil verbieden. Maar de winstuitkeringen zijn niet het voornaamste verdienmodel van die private equity investeerders. Dat is, nou, dat werd net ook al gezegd, dat gaat via vastgoed, dat gaat met allerlei obscure leningconstructies, waarbij je dan bij je eigen equity fonds voor 10% een lening kan afsluiten om, nieuwe meubels voor op de woongroep, voor op de opvanggroep te kopen. Maar volgens mij wat we delen is dat die winstuitkeringen perverse prikkels opleveren, dat het verdienmodel van private equity perverse prikkels oplevert. Zou het dan niet goed zijn dat wanneer de minister straks haar onderzoek naar de geldstromen heeft afgerond, dat ze dat dan ook pas naar de Kamer stuurt op het moment dat daar een flink aantal maatregelen naast ligt van wat we eraan gaan doen? Dus niet alleen ik ga nu een onderzoek doen en over 2 jaar komt dat onderzoek, maar ik ga nu een onderzoek doen, niet alleen naar hoe het geregeld is, maar ook naar hoe ik dit kan uitbannen. Anders blijven we volgens mij een rondjes draaien en zitten we straks met de volgende bewindspersoon weer die de geldstromen gaat onderzoeken. Dank. Misschien wel even goed om te zeggen dat de heer Ginwis de heer Seder vervangt, hè, als woordvoerder. Maar voordat u allerlei vragen krijgt, meneer Ginwis, gaat u verder. Nee, mijn voorzitter, ik ben prima. Ik heb wel een mening, hoor. Dus... dus en 4 kinderen met kinderopvangervaring, dus komt helemaal goed. Voorzitter, over die... maar kijk, een onderzoek is toch geen werkverschaffing? Dat doen we toch met een doel? En in deze brief staat wat de minister vindt. Ben ik net al op ingegaan. De minister vindt niet wenselijk dat overwinsten naar private equity partijen verdwijnen. Zeker als we er straks 2,2 miljard extra aan publieke middelen in stoppen. Dus ik neem aan dat het antwoord van de minister zo meteen wordt van: ik vind niet voor niks wat en dit onderzoek doe ik om te kijken hoe ik zo meteen goed, adequaat kan ingrijpen. En het zou inderdaad wel eens heel goed zo kunnen zijn dat anders dan in het huidige stelsel een maximum uurtarief of een maximum tarief per dag, per reguliere dag, ouders en kinderen beter beschermt dan een verbod op winstuitkeringen. Ik sta er dus nu nog open in dat middel. Maar ik wil wel dat als we straks meer publieke middelen erin gaan stoppen,
dat we voorkomen dat die publieke middelen uiteindelijk niet ten bate van kinderen en van ouders zijn, maar uitstromen naar een of andere private equity partij waar ik helemaal geen compassie mee heb. Dus dat is, lijkt mij, de inzet van het onderzoek. Het is geen werkverschaffing, meneer Quint. Dus volgens mij delen we de inzet. En of we straks de oplossing delen, dat zien we wel. Dank u wel. Dan een andere interruptie van de heer De Jong, de PVV. Ja, voorzitter, hartelijk dank. Ik was hartstikke blij met het element. We moeten die kinderopvang niet gaan overspoelen met curriculum. En met allemaal leerdoelen. En we moeten de kinderopvang vooral een plek laten zijn waar kinderen zich spelenderwijs kunnen gaan ontwikkelen. Klopt het dan dus dat ChristenUnie zegt, er gaat geen curriculum, geen leerdoelenpakket richting de kinderopvang? Heer Gimbis. Ja, voorzitter. Ik ben heel benieuwd naar het antwoord van de minister op mijn vragen. Ik heb zelf nu op dit moment geen concrete voorstellen daarvoor gezien. Maar mijn uitgangspunt is inderdaad, alsjeblieft, laten we kinderopvanginstellingen en kinderen niet overvoeren met curriculum-eisen dat ze bij wijze van spreken nog in de wieg liggen en al van alles moeten kunnen. Laat ze alsjeblieft kind zijn en dat begint gewoon met spelen. De leerplicht begint vanaf 5 jaar. Je gaat in Nederland vanaf school naar school vanaf 4 jaar. En in achterstandswijken hebben we gelukkig steeds betere voor- en vroegschoolse voorzieningen, zodat kinderen zo min mogelijk achterstand oplopen. En die beginnen vanaf 2,5 jaar. En dat lijkt me prima geregeld. En laten we eerst maar eens goed uitvoeren wat we nu aan voorzieningen hebben. En laten we kinderen kind laten. Dank u wel. Een vervolginterruptie, de heer De Jong. Nee, ik wil alleen maar aangeven dat ik daar heel erg blij mee ben. En dat het voor mij dus geruststelt dat er in de coalitie, zowel bij CDA als bij ChristenUnie, in ieder geval dit signaal richting de minister gaat. En ik hoop dat ze dus ook kan toezeggen, zo direct aan de commissie, dat de kinderopvang niet zal worden overspoeld met curriculum, dat er helemaal geen curriculum die kant op gaat. En dat we stoppen met al die leerdoelen en dat we kinderen centraal stellen in plaats van het schooltje spelen. Dank u wel. Dank u. Dan kan de heer Gimbis met zijn bijdrage. Ja, voorzitter, dank u wel. Zie toch mevrouw Dank voor deze onderstreping. En hoeveel tijd heb ik nog? U heeft nog heel veel tijd, hoor. Okay. Nog een halve minuut, maar ik zag gewoon een interruptie van mevrouw Matoeg. Alles is relatief hier. Mevrouw Matoeg. Ja, dit is ook de commissie van snelsprekers, dus okay. Je hebt een half minuut, kan je echt heel veel. Nee, mijn vraag ging over, dank voor de bijdrage van de collega, over de lessen rond de kinderopvangtoeslagaffaire. En ook wat we daar gezien hebben. En ook een belangrijke aanleiding voor dit opnemend regeerakkoord. En een van de dingen die mij ook opvallen is dat, wat heel veel ouders gemeen hebben, is dat zij flexcontracten hadden. Of flexibel inkomen hadden, of ZZP'er waren. Ja. Waardoor je dus niet een consistente inkomensstroom hebt. In het regeerakkoord blijft de kinderopvangtoeslag alleen voor werkende ouders. Terwijl wat we zien, jammer genoeg, in de arbeidsmarkt zoals die nu werkt, mensen gaan van opdracht als ZZP'er naar niet, van uitzendwerk naar niet. Dus hebben gedurende dat jaar niet de hele tijd inkomen. We zijn dus niet de hele tijd werkende en het inkomen schommelt. Mijn vraag aan de heer Gimbis is, deelt u met GroenLinks dat hier een probleem blijft bestaan voor ouders die dus in fases in zo'n jaar niet werken? En dat zij dus schommelingen blijven krijgen met zo'n kinderopvangtoeslag. En vindt u dat een probleem, net zoals GroenLinks? Via uw voorzitter. Ja, inderdaad. Dank u. De heer Gimbis. Voorzitter, als eerste, de kinderopvangtoeslag gaat verdwijnen. En daarvoor in de plaats komt gewoon een inkomensonafhankelijke bijdrage. Dus wat je inkomen ook is, iedereen betaalt zo meteen hetzelfde kleine beperkte bijdrage voor kinderopvang. En zeker als we dat gaan combineren met een maximum uurtarief, dan weten we ook aan de voorkant wat je daarin kwijt bent. Dus dat is eigenlijk één. Twee, op korte termijn, 2023 volgens mij al, verdwijnt de ureneis. Blijft alleen de arbeidseis over. En vervolgens gaan we toewerken naar een kinderopvangtoeslagloze wereld. En dat is nog steeds wel gekoppeld aan de arbeidseis. Dat lijkt me voor nu heel verstandig, want we kunnen niet op korte termijn al te veel veranderingen doorvoeren. Laten we nou ons eerst richten en eerst proberen te fixen wat het belangrijkste is, namelijk die kinderopvangtoeslag, die huidige kinderopvangtoeslag in het huidige systeem proberen weg te krijgen en in te ruilen voor iets wat niet meer inkomensafhankelijk is. Hoe je dan op langere termijn die kinderopvang wil gaan inrichten, dat is echt voor later. Ik wil daar best open in. Op dit moment vind ik op zich dat kinderopvang een voorziening is om je kinderen aan toe te vertrouwen op het moment dat je vanwege werk niet zelf even voor ze kunt zorgen.
vind ik op zich geen gekke gedachte. Ook vanuit het vertrekpunt dat ouders primair verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. Maar ik wil best op een gegeven moment het gesprek met de collega maar toegaan van hey, moet je die arbeidseis, wat zou je daar in de toekomst mee moeten? Maar voor nu, laten we alsjeblieft dit proberen te fixen en dat is al ingewikkeld genoeg. Mevrouw Matoeg. Kleine vervolgvraag, voorzitter. Dank voor dit antwoord. Ik denk ook een belangrijk gesprek wat we ook in deze commissie moeten gaan hebben. Totaal eens over kijk wat uitvoering aan kan, maar over de principiële vraag. Maar ook, daar zit ook een praktische vraag in beklonken. Namelijk, je kunt ook je baan verliezen. En de logica van het stelsel zoals we dat nu hebben is dan vervalt dat recht. Dus je bent een werkende ouder, vader of moeder. De kind gaat naar de opvang. Je stopt met werken, om wat voor reden dan ook. Omdat je dat niet wil of je hebt pech. De consequentie van het stelsel zoals het er nu ligt, even los van we kunnen nu niet verder, is de logica dan moet het kind van de opvang af. En als we zeggen, dat is zo'n fijne plek, zo belangrijk voor ontwikkeling, je hebt vriendjes, vriendinnetjes, je bent aan het spelen, je bent aan het ontwikkelen, is dat dan wenselijk? Even los van de korte termijn, lange termijn. Maar is dat wenselijk? Is dat hoe we willen dat ze het stelsel willen? Dat is een vraag die ik de heer Gimwis wil meegeven in zijn overdenkingen van de toekomst van het stelsel, voorzitter. Tuurlijk, dank u wel. De heer Gimwis. Ja, voorzitter, die neem ik graag mee. Kijk, ik ben wel benieuwd. Hoe gaat de arbeidseis in de toekomst ingevuld worden? Is dat inderdaad gekoppeld één op één aan... Je bent op dag 1 ontslagen en in dag 2 moet het kind er vanaf. Of wordt daar enige ruimte in gecreëerd? Dus ik ben wel benieuwd. Dat is een vraag. Ik paas hem niet in door naar de minister. Hoe gaat die arbeidseis in de toekomst precies ingevuld worden? Hoe strak is dat? En ten tweede, kijk, als ouders hun kinderen thuis kunnen opvangen... dan zullen veel ouders dat ook daar best open in zijn. Want wat is nou leuker dan je kinderen om je heen hebben dartelen... als je op dat moment geen werk hebt. En anders, en nog een derde is... het is niet alleen zoiets als kinderopvang. Er zijn ook peuterscholen, peuterspeelzalen. Waarin kinderen ook heel juist naartoe gaan. Vanaf 2,5 natuurlijk, op z'n vroegst. Om te ontwikkelen. Dus ik weet niet of het zo zwart-wit is als collega Matoeg hier neerzet. Van, ontslagen, volgende dag weg. Ik ben heel benieuwd hoe dat wordt ingevuld zometeen. En er zijn meer variabelen. Bijvoorbeeld ook zoiets als wat we vroeger de peuterspeelzaal noemden. Wat tegenwoordig geloof ik de peuterschool heet. Gaat u verder met uw bijdrage, de heer Gimwis? Voorzitter, de laatste 30 seconden. Over de arbeidsmarkt. Ja, daar sluit ik me denk ik een beetje aan bij wat al gezegd is. We moeten bij het nieuwe stelsel zometeen niet de situatie gaan krijgen van... je meldt je kind, je schrijft je kind in. En tegen de tijd dat hij naar de basisschool gaat, word je gebeld. Er is plek. Mijn vraag is eigenlijk, wat wil de minister eraan doen om... Vooral al die medewerkers met tijdelijke kleine contracten, tijdelijk contract met weinig uur, dat wat aantrekkelijker wordt om die contracten wat groter te krijgen. Want dat is op dit moment die deeltijdfactor. Hoe gaat de minister die omhoog krijgen? Dat is eigenlijk mijn vraag. En mijn laatste, kinderen met een beperking. Onze samenleving is nog te weinig inclusief voor mensen met een beperking. Dit begint al bij de kinderopvang, terwijl kinderen van elkaar leren. Collega Matoeg had het er net ook al over. We moeten voorkomen dat kinderen met een beperking hun hele leven naar een aparte kinderopvang, school, werk, etc. gaan. En mijn vraag, wat zijn de plannen van de minister om kinderopvang daadwerkelijk toegankelijker te krijgen voor deze kinderen? Tot zover, voorzitter. Dank u wel, de heer Gimwis. En u heeft uw collega Seder uitstekend vervangen, wat mij betreft. Mag ook wel eens gezegd worden. Dan gaan we door naar de volgende partij, dus GroenLinks, mevrouw Matoeg. Dank, voorzitter. En omdat we zo in een complimentaire bui zijn, dat vond ik ook. En ik vind het voorzitterschap tot nu toe excellent bij deze. Ja, belangrijk debat en het fijne, en ik zeg dit vaker, daarom ga ik altijd wat later zitten. Dan zijn er een paar punten al gezegd, waarvan ook complimenten voor de stap die gezet wordt. En ook een grote stap in het regeerakkoord. Ik heb 5 punten, voorzitter. En de eerste, die heet, wij zijn gekke Henkie niet. En we hebben het met z'n allen nu al aangestipt, maar ik vind dit wel echt heel fundamenteel. We hebben deze vraag ook meteen gesteld toen het regeerakkoord naar buiten kwam. Op het moment dat je zoveel publiek geld gaat investeren in een sector, wat ik ontzettend belangrijk vind. Want het gaat over onze kinderen, het gaat dat zij zich veilig ontwikkelen. We hebben ontzettend veel doelen met die kinderopvang. Wat gebeurt er dan? En een van de vragen die wij toen gesteld hebben, wat was de inschatting van het kabinet op het moment dat je 95% via de kinderopvangtoeslag doet? Wat gebeurt er dan met de uurprijs? Het antwoord was toen, daar gaan we nog naar kijken. En ik denk dat we hier echt heel strak op moeten zitten. Want wat weten we? Bijvoorbeeld het CPB-rapport uit 2015.
modellen moet je nooit geloven. Maar er zit echt wel elasticiteit in gedrag van ouders. En dat weten we ook over die sector. We zien dat ook in de ontwikkeling van de uurprijs. We zien ook dat de maximumuurprijs en de gemiddelde prijs die echt betaald wordt steeds meer uit elkaar gaan lopen. Dat we grotere spreiding zien. We zien ook, hele mooie verwijzingen door collega's, ook van het CDA, segregatie in de markt. We zien dus echt in steden zoals in Amsterdam en Utrecht ontzettende spreiding over wat nu al die uurprijs is. Als je dan, en dat weten we altijd, als je dan meer gaat subsidiëren, wat ontzettend goed is, en je hebt geen enkele klem, ja, dan zijn we gekke Henkie. Want dan stroomt het geld weg. En het is superbelangrijk dat we daar onderzoek naar gaan doen. Maar in het design is het dus nu gewoon verkeerd. Want wat we dan gaan doen, is met ons hard verdiende belastinggeld van ons allemaal, wat we willen investeren in kinderen, zodat zij zich ontwikkelen, zodat de kwaliteit omhoog gaat, mensen fatsoenlijk betaald krijgen, de prachtige innovatie is, echte innovatie. Als we dat niet remmen, als we dat niet klemmen, als we dat niet stoppen, stroomt het weg naar zakken van anderen. Want mensen zijn slim en dat is allemaal legaal. We hebben dat gefaciliteerd, ons belastingstelsel. En het erge is, dat gebeurt nu ook al. Maar als je die 95% erbovenop doet, dan wordt dat veel erger. En mijn vraag aan de minister, hoe ziet ze dat nu? En die 95%... Wat is die 95%? Want het zou kunnen zijn dat we bijvoorbeeld een stijging gaan zien van 2030. Vinden we het oké als dat betekent dat er zo'n grote prijsstijging is? Vinden we het oké dat ouders straks nog steeds hele hoge percentages betalen aan kinderopvang? Of heeft de minister daar een grens in gedachten? Zowel voor de uurprijs, maar ook voor het bedrag wat ouders kwijt moeten zijn aan kinderopvang. Daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. En wil de minister eigenlijk nu al zeggen dat zij ook denkt aan zo'n maximumuurtarief? Of welke andere elementen we hebben om niet gekke Henkie te zijn? En tot slot in dit blokje, voorzitter. Die berekeningssystematiek van de uurprijs, klopt die nog wel? Want eigenlijk hadden we al een probleem en wordt dat probleem groter in dat nieuwe stelsel? Nou, ben ik heel benieuwd naar, hoor ik zo graag de antwoorden en ook van de collega's. Dan over krapte. Die coulantsregeling, voorzitter, die is er nu. Maar wij krijgen signalen dat die heel verschillend wordt gehandhaafd in verschillende toezichtssectoren of regio's. Dat is wel gek dat je in de ene regio wel een bepaalde oplossing mag doen en in de andere regio niet. Dat is verwarrend. Dat is denk ik niet goed. Zeker nu we grote krapte zien en iedereen met de hands aan dek gewoon ontzettend knap. En ook vanuit GroenLinks gigantische complimenten voor mensen in die sector die ervoor gezorgd hebben tijdens corona en daarvoor. Dat onze kinderen veilig waren, dat ze naar werk zijn gegaan. Echt uitmuntend. Ik denk dat we daar niet genoeg complimenten voor hebben gegeven. Maar er wordt ook nu elke dag in de praktijk gekeken, wat kunnen we doen? Dat is het gek dat dat toezichtkader zo verschillend wordt toegepast. Herkent de minister die signalen? Hoe zit dat? Nou, mijn zorg en het debat wat we hadden over de arbeidseis. Ben ik heel benieuwd hoe de minister dat ziet. En het ging mij ook heel specifiek om de situatie, je kind gaat naar die opvang. Want dat het stelselmatig klopt, is heel logisch. Maar op het moment dat je vriendjes hebt bij een ene opvang en je ouder werkt niet meer, dan lijkt het ons heel onwenselijk om te zeggen, dan moet jouw kindje daar vanaf. Of het nou binnen 2 maanden is, binnen een dag of een half jaar. Je zou toch willen dat dat kindje in die groep kan blijven. Ik ben heel benieuwd hoe de minister dat ziet en ook over de toekomst van die discussie. Dan die geldstromen, voorzitter. Ik ga nu nog meer in de turbo. Belangrijk dat er een onderzoek is. Maar wil de minister in dat onderzoek meenemen vastgoed, salarissen, management fees, advies fees? Want we horen de hele tijd het zinnetje, nee, maar er zijn geen winstuitkeringen. Nee, slimme Henkies weten hoe ze geld weg moeten sleuren op andere manieren. En die routes kennen we in Nederland heel goed. Wil de minister meenemen dat in onderzoek? En ook hier heel graag, wilt u ook kijken naar wat de oplossingen dan kunnen zijn? Wilt u die schetsen? En echt tot slot, directe financiering. Het is een keer niet gelukt. Welke les hebben we daaruit getrokken? Wat is toen misgegaan? En wat betekent dat voor de stappen en de agenda die deze minister heeft? Punt. Dank. Keurig binnen de tijd. Ik heb een interruptie van de mevrouw Van den Hiel. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik dacht, ik ga even helpen. Want dan heb je wat extra tijd. Maar ja, toen. Dus vandaar. Nee, een vurig pleidooi, zoals ik mevrouw Matoeg ken. Maar bij mij blijft de vraag wel hangen heel erg. Ze had het op een gegeven moment ook over kwaliteit en kwaliteit in toezicht en over financieringsvormen. En één centrale vraag vind ik dan, voorzitter, is mevrouw Matoeg van mening dat de kwaliteit te lijden heeft onder de financieringsvorm? Zijn daar bewijzen van dat er bij verschillende financieringsvormen ook verschillende kwaliteit aangetoond is? Oké, mevrouw Matoeg. Dank voor deze vraag. Laat ik heel duidelijk zijn, dat zei ik net ook in mijn interruptie.
Er zijn kinderopvangorganisaties die privaat zijn, 20 jaar in je dorp of stad, die runnen. Doen hartstikke goed werk, goede kwaliteit. Dus we zien across the board verschillende vormen van kwaliteit. Maar het punt waar ik heel scherp op ben, en dat deel ik echt op mijn collega van de SP, ik ben heel benieuwd wat de collega van de PvdA erover gaat zeggen. We zijn echt naïef als het gaat over het onttrekken van waarden uit publieke stelsels. En we zijn er elke keer ingetrapt. Wat hebben we gezien op de woningmarkt? Dat zou allemaal goed zijn, dat zou voor meer kwaliteit. Situatie is gigawinsten, slechte woningen en we hebben nergens meer om in te grijpen. Wat hebben we gezien in de zorg? Daar zit een klem. En ook daar zijn we als een malle de toezicht aan het behouden, zodat we niet ontzettende waarden onttrokken zien van sectoren die belangrijk vinden. Want waar gaat het uiteindelijk over? Heb je een huis? Kan je kinderen naar de opvang? Wordt er goede zorg geleverd? Het verdienmodel, en ik vind echt, en daar ga ik ook heel eerlijk over zijn, ik vond uw bijdrage, ik was heel blij dat u zei, ik vind dat een probleem. Maar ook daar zat nog een stuk naïviteit in. Er zijn gewoon boardrooms waar gekeken wordt, hoe kunnen we zoveel mogelijk waarde onttrekken? En dat zien we altijd privaat. En dat zien we ook altijd als er groot geld meegediend is. Betekent dat dat elke kinderopvangorganisatie die privaat slecht is? Nee, maar dat heb ik ook niet gezegd. Dat is een spelletje framing van mensen die bang zijn dat hun boterham afgepakt wordt. En dat snap ik wel. Want als jij zo makkelijk geld hebt kunnen maken. En die verhalen horen we, ik kan ze niet verifiëren. Maar er zijn mensen die zitten in een boardroom in Canada en die lachen ons gewoon uit. Die zeggen, weet je waar je heen moet? Die kinderopvangsector in Nederland. Lekker makkelijk geld maken. Een vastgoedsector, je wordt fiscaal helemaal gefaciliteerd. Lekker makkelijk geld verdienen. En dan gooien ze nog extra subsidie vanuit de overheid bij. Makkelijk rijk worden. Ja, en dan denk ik, wij zijn gekke Henkie niet. Een vervolg, mevrouw Van Heel. Ja, tuurlijk. Dankjewel. Ja, als het over framing gaat, daar hou ik wel van. Nee, maar ik denk dat dat allebei de kanten op gebeurt. Hè. Dus daar moeten we elkaar ook wel eerlijk in de ogen kijken. Maar ja, al die zaken, u noemt heel veel over geld en zo. Maar vindt u ook, bent u het met mij eens? Ik heb ook gezegd, van, nou, er komt een onderzoek. De minister doet een onderzoek. Bent u het met mij eens dat die ook sectorbreed moet zijn? Want zoals ik volgens mij eerder ergens ook al aangaf, ook in stichtingen zitten mogelijk dingen die anders kunnen of anders moeten. Dus is mevrouw Matoeg met me eens dat in dit hybride systeem dat we hebben, dat als je een onderzoek doet, dat je dat dan over de hele sector moet doen? Nou, dan gebruik ik deze interruptie ook om aan de minister te vragen. En ook het sommetje wat ik net opnoemde, die transparantie van kosten en kostenstromen, ja, voor de hele sector uiteraard. En ik denk, en ik hoop ook dat het onderzoek over de hele sector gaat. En dan toch eventjes over, even los van framing en samen zitten, want u had dat ook in uw bijdrage, zeg ik via de voorzitter, VVD had dat ook in de bijdrage. Het is heel belangrijk dat we samen een richting aanwijzen. En het is ook belangrijk dat je met alle spelers stelt. Maar ik denk, de rol van politiek is om sturing te geven. Wat we in dit huis doen, om per meerderheid te zeggen, hoe willen we dingen organiseren. En hoe willen we ervoor zorgen dat onze kinderen in wat voor sector hebben zij opvang, op welke manier regelen we dat? En ik vind dan alleen maar zeggen, dan zetten we een tafel bij elkaar en dan gaan zij praten, dat vind ik niet genoeg. Want als je een tafel bij elkaar zit en daar zit een hele grote partij aan tafel en die zegt, ik verdien nu heel veel geld op deze manier en dan wil ik zo houden. En die geven we een gelijke stem als alle ouders die minder goed georganiseerd zijn, of alle mensen die nu niet zo goed weten hoe ze zich moeten organiseren, dan denk ik dat we iets verkeerds doen. Dus het is ook aan ons om te zeggen, hoe willen we dat het geregeld is? En voor GroenLinks is het heel duidelijk. Kwaliteit staat bovenop. Maar wat we niet gaan doen, en dat doen we nu, faciliteren dat je hele grote winsten kunt maken voor eigenlijk iets wat bestemd is voor kinderen en waar we ook nog eens overheid geld laten stromen naar winsten. En niet alleen winsten, maar ook naar weglek in die geldstromen. Vinden we totaal onwenselijk. En dat vind ik ook als we aan een tafel zitten met mensen die iets anders vinden. Dank. Een duidelijke afsluiting. Dank voor uw bijdrage. Dan ga ik door naar de laatste spreker namens PvdA, mevrouw Katman. Ja, dank u voorzitter. En woorden doen ertoe. Dus ik wil van tevoren ook gezegd hebben, inderdaad. Ik ken heel veel welwillende, goede ondernemers. En ik ben moeder van kinderen. Ik zie dagverblijf medewerkers buffelen om het veilig en goed te krijgen. Daar gaat het niet om. Want al die welwillende mensen die werken gewoon in een rot systeem. En ik denk ook nog eens dat ik heel veel ga herhalen. Maar ik vind dit zo'n belangrijk onderwerp dat ik dat helemaal niet erg vind. Winst, rendement, efficiency, private equity investeerders uit Canada en investeringsfondsen op de Cayman-eilanden. Zie hier.
hier de Nederlandse kinderopvang. Het gaat hier niet om de beste zorg voor je kind, goede pedagogische medewerkers of betaalbare kinderopvang. Nee, het gaat om rendement door kinderopvangorganisaties vol te hangen met schulden en daarna met veel winst te verkopen. We zien zelfs dat de opvolgers van Estro slopen van veel kinderopvangorganisaties in 2014 terugkeert met het oprapen van kinderopvangorganisaties. Eerder zijn duizenden kinderen, ouders en medewerkers in de kinderopvang gedupeerd door het flitsfaillissement van deze speler. En het verdienmodel werkt goed. Stabiele inkomsten, weinig landelijk toezicht en een enorme vraag vanuit ouders. Een interessante markt voor investeringsmaatschappijen die op een eenvoudige manier veel geld verdienen. Als je ouder ben je al lang blij dat je überhaupt een plek voor je kind op de kinderopvang kan krijgen. Kritische vragen over kwaliteit, veiligheid of prijs betekent eigenlijk gewoon weg voor jou. 10 anderen. Maar nu is de paniek opeens toegeslagen bij grote kinderopvangorganisaties en hun private equity investeerders. Vertegenwoordiger van deze springgaande investeerders, brancheorganisatie Kinderopvang, ziet het stabiele verdienmodel namelijk verdwijnen. En wat is hun angst? Dat politieke partijen zoals de Partij van de Arbeid graag willen dat de kinderopvang voor alle kinderen toegankelijk wordt. Dat professionals fatsoenlijk betaald worden. De kinderopvang betaalbaar is voor ouders en dat kinderen met mooi en heel speelgoed al spelend kunnen leren. Deze investering in de kinderopvang kwalificeert de woordvoerder van deze beleggers, de brancheorganisatie Kinderopvang, als schooltje spelen. Onbegrijpelijk. Deze fabel van de brancheorganisatie Kinderopvang. Maar nu de feiten. Private equity investeerders kopen kinderopvangorganisaties op, hangen deze vol met schulden en sluizen de winsten naar de aandeelhouders. Dat is nu het verdienmodel van deze springhaan-investeerders. Niet de kinderen, ouders of de medewerkers profiteren hiervan. Nee, de aandeelhouders op Wall Street en handige Zuidas consultants verdienen enorme sommen geld. En de Partij van de Arbeid maakt zich grote zorgen over deze buitenlandse investeerders en dat de winsten naar aandeelhouders vloeien. Maakt deze minister zich ook grote zorgen met de komst van allerlei private equity investeerders in de kinderopvang? Is de minister het eens dat winsten of andere rendementen uit de kinderopvang ten goede moeten komen van de zorg voor kinderen, lagere uurtarieven en betere arbeidsvoorwaarden voor werknemers? Is de minister bereid om een grootschalig onderzoek te starten, zodat duidelijk wordt of en waar waarde en publiek geld wordt onttrokken, waar enorme salarissen worden uitgekeerd en hoeveel rendement er gaat naar aandeelhouders? Gaat de minister ervoor zorgen dat ouders actief geïnformeerd worden indien een investeerder een crash overneemt? Dank. En u mag dan wel de laatste spreker zijn, maar we nemen echt alle tijd voor uw bijdrage. En ik heb... Nee, ja, sowieso. Altijd alle tijd en ruimte geven voor mevrouw Katman, zou ik zeggen. Ik heb een interruptie van mevrouw Van der Heel voor u, dus dat gaan we even doen. Ja, voorzitter, dank je wel. Ik wil even mevrouw Katman aanvullen. Ze noemde BK, de brancheorganisatie kinderopvang. Maar voorzitter, is mevrouw Katman bekend dat het grootste gedeelte van die organisatie gewoon stichtingen zijn. Want u doet net alsof dat allemaal private investeerders zijn. Mogelijk bedoelt u dat niet. Maar daar zitten 1000 organisaties ongeveer bij aangesloten. Kunnen er 998 of 1003 zijn. Maar ook een groot gedeelte stichtingen. Dus dat wil ik even gezegd hebben. Mevrouw Katman. Ja, dat besef ik mij. Ten eerste, maar wie trekken daar vaak de grote broek aan? Dat zijn ook weer de grootste investeerders. Nogmaals, ik zei al, woorden doen ertoe. Dus er werken ongelooflijk veel goede ondernemers in de kinderopvang en heel veel welwillende medewerkers. Dus fijn dat u mij de mogelijkheid geeft om dat nogmaals te zeggen. Gaat u verder. Dan de laatste vraag aan de minister op dit punt. Gaat de minister ook voor zorgen dat pedagogische medewerkers een stem krijgen bij de overnames? Dan die 95%. De Partij van de Arbeid wil dat alle jonge kinderen gratis toegang krijgen tot publiek gefinancierde kinderopvang met goede opgeleide medewerkers. Het mag dan niet uitmaken of je ouders werken of niet. De Partij van de Arbeid is daarom verbaasd dat dit kabinet ervoor kiest om de kinderopvang eigenlijk voor de laagste inkomens hoogdrempeliger te maken. Want die gaan er €400 per jaar op achteruit. €400. Waarom kiest de minister niet voor om de vergoeding juist te verhogen naar 96%, zodat niemand daarop achteruit gaat? Is de minister bereid om het percentage te verhogen naar 96%? Dan de arbeidseis. Ook blijft dit kabinet onderscheid maken tussen kinderen van werkende en niet-werkende ouders. De SER-adviezen uit 2016 en in 2021 pleiten voor een integrale voorziening voor alle kinderen, ongeacht of de ouders werken. Dat is namelijk goed voor de sociale samenhang, voor de ontwikkeling van kinderen en voor het bestrijden van kansenongelijkheid. Dat het kabinet kiest voor dit onderscheid zorgt bovendien voor meer tweedeling en bovendien is de arbeidseis vaak oorzaak van veel terugvorderingen van de kinderopvangtoeslag, zoals we in het verleden hebben gezien. Waarom blijft de minister kiezen voor het onderscheid maken tussen kinderen? Is de minister het eens dat hiermee de kansenongelijkheid blijft bestaan? Is de minister bereid om de arbeidseis te laten vallen bij het ontvangen
om die arbeidseis te laten vangen. Dan de maximumuurprijzen, ook al genoemd, maar nogmaals, ik val in herhaling omdat het zo belangrijk is. Steeds vaker zien we dat uurprijzen van kinderopvang en BSO boven de maximumuurprijs komen te liggen. Vaak al zo'n 1 euro per uur meer. Dat betekent voor sommige ouders dat ze voor 2 dagen kinderopvang 20 euro extra per week moeten betalen. Dat is per maand 80 euro. En zeker voor mensen met een minimumloon is dat enorm veel geld. Is de minister bereid om de maximumuurprijs te verhogen? Of is de minister bereid om andere maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat kinderopvangorganisaties geen hogere tarieven hanteren dan de maximumuurprijs? Tot zover, voorzitter. Dank u wel. Keurig binnen uw tijd. Ik heb nog een interruptie van mevrouw Van der Hiel. Ja, voorzitter, dank u wel. Niet zo ingewikkeld hoor, maar u doet een heftig pleidooi voor eigenlijk alleen maar als ik verkeerd wil luisteren, maar dat wil ik niet. Dus daarom wil ik het heel even nagaan. Dat alleen als je je kind naar de georganiseerde kinderopvang brengt, krijgt dat een goede opvoeding. U heeft mijn pleidooi ook gehoord. Dus ik vind het dan triest voor mijn neef die het met mij hebben moeten doen. Maar is mevrouw Katmans met me eens, voorzitter, dat er meer is dan alleen maar die opvang? Want ieder kind is uniek. En ik denk dat daar wel wat anders zit. Maar dat is mijn mening. Ik wil graag de mening van mevrouw Katman. Dank u wel. Mevrouw Katman. Nou, dan moet ik nogmaals bedanken voor deze vraag. Want nee, dat heb ik inderdaad niet gezegd. Ik zei alleen voor mensen die de mogelijkheid willen om hun kind die ontwikkeling mee te geven op een opvanglocatie, moet dat beschikbaar en bereikbaar zijn. Ik heb zeker niet gezegd dat er geen andere manieren zijn om die ontwikkeling te stimuleren. Of dat ouders dat niet heel goed zelf kunnen. Of dat gezinnen of families dat niet zelf kunnen opvangen. Het is alleen zo voor die wie het wil. Moet het laagdrempelig toegankelijk zijn. En dat is het op dit moment niet, want de laagste inkomens gaan er juist 400 euro op achteruit. En voor niet-werkenden, dus mensen die misschien wel een opleiding willen doen, of juist tijd moeten hebben om werk te zoeken, wat ook weer goed is voor hun kinderen, die zijn nu de dupe, want die kunnen hun kind niet naar een opvanglocatie sturen. Dat is wat ik bedoeld heb te zeggen. Dank u wel daarvoor. Een vervolg, mevrouw Van Hiel? Ja, nog één klein vervolg. Want volgens mij is het niet waar dat als je een opleiding doet of werkzoekend bent, dat er helemaal niks meer mogelijk is. Maar daar kan ik me ook in vergissen. Maar ik dacht dat daar toch wel degelijk mogelijkheden voor waren. Wou ik even vragen, voorzitter. Wilt u daarop reageren, mevrouw Katman? Nou, er is nu gewoon voor niet-werkenden geen toegang. Dat is het. Ja, je kan natuurlijk je kind altijd naar een tante brengen, maar als je die tante niet beschikbaar hebt, en er zijn inderdaad een aantal mogelijkheden, maar die arbeidseis die is er. En het ligt natuurlijk aan weer wat je plek in het systeem is. En welke formulieren je invult en naar welke loketten je blijft, dat die mogelijkheid toch bestaat. Maar het zou gewoon mooi zijn als we algemeen stellen, nou, het is gewoon ook toegankelijk voor niet-werkenden. Oké. Okay. Dan bedank ik u allen voor uw bijdrage. Dit is zeg maar de eerste termijn van de Kamer. Omwille van de looptijd richting de ambtelijke ondersteuning van de minister wil ik voorstellen om tot 12 uur te schorsen en dan met de tweede termijn te gaan starten. Ja? Oké, okay, tot zo.
Goed, welkom terug. 12 uur, we gaan weer verder met onze geschorste vergadering. En dan wil ik graag voor de beantwoording van uw vragen en ook namens een reactie op uw bijdrage het woord geven aan de minister, mevrouw Van Gennep. Dank u wel, voorzitter. Goed dat we hier vandaag in ieder geval mijn eerste debat over kinderopvang hebben. Voor een aantal van u zal het niet de eerste keer zijn, maar ik begreep dat het wel vrij lang geleden was. En dat zou ook gelijk mijn eerste opmerking zijn. We staan voor zulke grote discussies, dat ik ervan uitga dat we elkaar iets vaker dan dat zullen spreken. Want ik hecht er ook aan, juist met die grote stelselherziening die eraan komt, dat we daar als Kamer goed het gesprek over blijven voeren. Zodat we van elkaar op de hoogte zijn waar we heen willen, waar voor u heikele punten liggen, waar voor mij heikele punten liggen en wat hopelijk uiteindelijk een gedeelde visie kan gaan worden. Het is een belangrijke sector en een aantal van u refereerde al aan, we hebben de neiging, en de heer De Jong zei dat ook, om in dit soort debatten te hebben over dingen die fout gaan. Maar laten we even, en dan echo ik eigenlijk u allemaal, laten we ook even de complimenten naar de sector maken. Want dit zijn de mensen die tijdens de coronacrisis al Nederland draaiende hebben gehouden. Want al die mensen in die essentiële beroepen, die konden naar hun werk gaan omdat de kinderopvang open was. En omdat de kinderopvang daar was, zodat de verpleegkundigen, de politieagenten, noem maar op, maar ook u waarschijnlijk, ik werkte toen thuis, gewoon door kon werken. Dus dat is hulde aan de sector. Waardering ook. Zoals velen van u ben ik, ook ik, ervaringsdeskundige. Inmiddels zijn mijn dochters tieners, dus het is ietsje langer geleden. Maar ik moet zeggen dat ik bij de verschillende gesprekken van de laatste weken, maanden, en ik ben natuurlijk ook op werkbezoek geweest, dan komen al die herinneringen terug en dan zit je weer op je knieën bij zo'n plantenbakje en dan denk je, oh ja, wat was dat leuk. Maar dan realiseer je ook weer hoe belangrijk het is, en we komen natuurlijk straks op pedagogisch werk en zo, hoe belangrijk het is dat die kinderen goed worden opgevangen. Want het doel van kinderopvang is natuurlijk gewoon tweeledig. Het is zorgen dat ouders kunnen werken. Maar het is ook zorgen dat die kinderen in een omgeving, spelenderwijs, we gaan er straks uitgebreid over hebben, spelenderwijs een aantal dingen kunnen leren. Dat gaat over plantjes planten, omdat het lente is. Maar dat gaat ook over de Nederlandse taal leren, over omgangsvormen. He, wachten tot het bakje met koekjes wordt doorgegeven. Dat soort, het is heel simpel, maar dat leer je ook op een crèche. En wat ik zowel in mijn eigen ervaring altijd mooi vond, als wat ik nu bij die werkbezoeken weer zag, is dat dat natuurlijk ingebed wordt in het plan. He, dit zijn natuurlijk de lenteweken. Dus ja, het zijn lentespelletjes, het zijn lentedoelen. Maar daar zit natuurlijk gewoon een heel idee achter. Dat je spelenderwijs dat soort dingen leert. We komen er zo op. Overigens, wat ik nog even misschien één, want wat er natuurlijk steeds meer ook gebeurt, is dat er zaken die thuis niet altijd goed gaan, dat die dan op de kinderopvang opgepakt worden. Dat is soms de muziekles, maar dat kan ook gewoon gezond eten zijn. Wat is gezond eten? En dat je dan eigenlijk op die manier zorgt dat kinderen niet alleen een gezonde maaltijd krijgen, maar dat ze ook leren wat een schijf van 5 of waar je ook aan hecht is. Nou, op deze manier is voor mij eigenlijk die kinderopvang een essentiële sector geworden. He, dat was tijdens de corona heel erg duidelijk, was daarvoor ook al. Maar wij geven via die kinderopvangsector aan onze kinderen mee wat we later van ze verwachten. En het ondersteunt ons als ouders om ook zelf te gaan werken. Nou, des te meer reden dat we ons met elkaar, Kamer, kabinet, inzetten voor die kwalitatief goede en toegankelijke kinderopvang. Nou, dan komen we eigenlijk bij de kern van het debat. Waarom is dat nou zo belangrijk dat we dat werkende stelsel hebben van kwaliteit, van toegankelijkheid, van betaalbaarheid? En daar spreken we vandaag over. Ik heb 5 blokjes voor u. Stelselherziening, private equity winsten, het onderzoek, arbeidsmarkt, daar zit natuurlijk personeelstekort bij. En dan van alles over kwaliteit en veiligheid. En dan tenslotte nog een blokje overig, zoals altijd. Ik ben overigens blij, voorzitter, dat we vandaag iets rustiger mogen praten. De vorige debatten moest ik soms zo snel schrijven dat ik met name van mevrouw Katman niet kon bijhouden. En ik vrees dat ik er weer één gemist heb. We zullen het zo zien. Goed, de stelselherziening in het coalitieakkoord. De vergoeding voor de kinderopvang is volgens het kabinet een belangrijk instrument. Ik zei het al, om ouders in staat te stellen werken en zorg te combineren. En een goede start op de kinderopvang kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Het is ook pijnlijk duidelijk geworden dat het huidige toeslagenstelsel te ingewikkeld is. Waardoor met name het werken met voorschotten
zorgde dat mensen te maken kregen met onzekerheid en hoge terugvorderingen. En u hebt er ook al aan gerefereerd. In die kinderopslagtoeslagaffaire is ouders en hun kinderen natuurlijk gewoon een groot onrecht aangedaan. En dat heeft daarmede toe geleid dat wij als kabinet hebben gezegd, het stelsel moet gewoon eenvoudiger. Om te leren van het verleden, toekomst beter te doen, willen we dat toeslagenstelsel hervormen. En daarom investeren we die 2,2 miljard structureel in de kinderopvang. En daarbij kiezen we voor een inkomensonafhankelijke vergoeding. En waarom is dat? Omdat je dan een veel eenvoudiger stelsel hebt met veel minder moeilijkheden. We komen straks aan de dilemma's die ik ook in de brief heb geschetst. Veel van de dilemma's die u ook hebt genoemd, ik kijk vooral naar de heer Quint, die kun je oplossen door het stelsel weer inkomensafhankelijk te maken. Maar dan krijg je natuurlijk weer heel veel complexiteit in het stelsel. Dus we komen dadelijk op de dilemma's. Tweede is 95% tegemoetkoming. Dat betekent dus 5% eigen bijdrage. En dat moet ervoor zorgen dat het voor heel veel ouders ook echt aantrekkelijk is om te gaan werken en om je kind naar de opvang te brengen. En voor werkende ouders, we komen dadelijk ook te spreken over de arbeidseis en wat dat betekent. Maar even over als we de stelselvoorziening zo voor ons zien. Dat betekent voor die werkende ouders een vaste eigen bijdrage van 5% van de maximumuurprijs. Al met in 2023 vooruitlopend op het nieuwe stelsel de koppeling gewerkte uren die we willen loslaten. En de vergoeding die we rechtstreeks gaan betalen aan de kinderopvangorganisaties. In plaats van dat het wordt verrekend via die toeslagen die weer allerlei onzekerheden met zich meebrengt. Nou, daarmee wordt die kinderopvang betaalbaar, toegankelijk, financiering een stuk eenvoudiger en voorspelbaarder. De heer Grimwis, hij is verdwenen, maar hij refereerde er vrij uitgebreid aan. Ja, hij komt weer terug. Het is een grote operatie. En ook mevrouw Matoeg had het daarover. Dat betekent dat we die uitwerking echt zorgvuldig moeten aanpakken. Dat we echt moeten kijken op welke manier willen we dit vormgeven. Welke uitvoerder kan dat doen en dat in stappen doen. Nou, de eerste stap, loslaten koppeling gewerkte uren, die gaat al in 2023 in. En dat kan onder het huidige stelsel. En dan is het even belangrijk, want dat is al een vooruitlopen een beetje op die discussie over die arbeidseis en die 3 maanden die je werkloos alsnog je kind naar de kinderopvang kan brengen. Maar werkende ouders krijgen het recht op toeslag voor 230 uren per gewerkte kalendermaand. Ongeacht het aantal uren dat ze werken. En daarmee vervalt een complexiteit in de huidige voorwaarden van de kinderopvangtoeslag, zowel voor ouders als voor toeslagen. Dus dat is mooi. Dat betekent dus ook dat voor diegene die werkloos wordt, waar de normale eis 3 maanden is, je over dat kalenderjaar heen best wel wat ruimte hebt dat het meer dan 3 maanden kan zijn. Je komt niet aan een heel jaar ermee, maar je komt wel een heel eind. De details volgen zo. Die vaste vergoeding, direct financieren. Wie kan dit doen? Wie kan deze belangrijke hervorming gaan uitvoeren? Of althans, wie kan het gaan uitvoeren als wij het hervormd hebben? ABD Topconsult hebben wij gevraagd om daar naar te kijken. Zorgvuldig, onafhankelijk, maar ook een beetje snel. Want we willen natuurlijk wel die invoeringstermijnen halen. En we willen ook gewoon zorgen dat we de verschillende stappen daarin, die tijdskritisch zijn, voor elkaar krijgen. En ABD Topconsult vraagt dus aan verschillende uitvoerders, mogelijke uitvoerders, welke expertise ze hebben en onder welke voorwaarden ze dit kunnen uitvoeren. Ondertussen, uiteraard parallel daaraan, gaan wij verder met het uitwerken van het beleid. En met een aantal vragen die voor ons liggen. We gaan niet helemaal de uitvoerder kiezen en daarna verder denken. We zijn aan het denken en we gaan ook doen, zeg ik. Dat was volgens mij ook de heer Grimwis, maar misschien ook de heer De Jong. En we doen niet aan werkverschaffing, nee. Het onderzoek is echt om iets mee te doen, maar daar komen we dadelijk op. Ik ga u periodiek informeren over de voortgang van de stelselherziening. De aandachtspunten en dilemma's die ik ook in de brief heb geschetst, misschien toch even goed om ze nog één keer te noemen. Op dit moment is een van die dilemma's de toegankelijkheid voor alle inkomensgroepen. De effecten van het overheidsbeleid op de ontwikkeling van het uurtarief en de winsten. De groei die de sector moet inzetten. De personeelstekorten, die hangen natuurlijk met elkaar samen. De koppeling arbeid en zorg en de kwaliteit van de opvang. Dus dat zijn eigenlijk allemaal dilemma's die u ook in sommige van u in meerdere en sommige in minder mate genoemd hebt. En wellicht dat er mede naar aanleiding van gesprekken met u of met de branche op een gegeven moment nog andere aandachtspunten naar voren komen. Dat kan natuurlijk heel goed.
Dan gaan wij samen, neem ik aan, ik van mijn kant, maar u ook van uw kant, ons er hard op inzetten om dat stelsel te hervormen. Daar is dat gesprek met die branche, zeg ik alvast tegen mevrouw Van der Heel, heel erg belangrijk. Met de verschillende stakeholders, ook dat bredere gesprek. En ik merk ook wel dat niet iedereen het altijd met elkaar eens is. Dat is ook logisch. Maar daarom is het denk ik ook belangrijk dat wij hier in de Kamer dat debat zo feitelijk en objectief mogelijk blijven voeren. Want het is een hele grote stelselherziening die we zo goed mogelijk willen doen. En dat wil ik echt met u samen allemaal doen. Misschien zijn we het niet over alle onderdelen eens. Dat weet ik wel zeker, dat hoort er ook bij. Maar ik wil wel dat we de analyse gezamenlijk hebben, de oplossingsrichtingen met de voor- en de nadelen. En dan uiteindelijk zal ik een visie hebben en dan hoop ik dat u die visie kunt volgen. Maar dat we dat gezamenlijk kunnen doen. Dit is een te kostbare branche met te veel grote uitdagingen. U noemde er een aantal al van. Waar we echt samen aan de bak moeten staan. Want dit doen we natuurlijk wel voor een langere termijn. Ik zie interrupties, maar was u aan het einde van uw stilte? Nee, nu heb ik nog een hele set individuele vragen. En dan heb ik waarschijnlijk daar... Is het een idee om dat af te wachten en dan een rondje te doen met interrupties over stelselwijziging? Ik zie knikkende gezichten, maar ook weer niet. Nou, ik denk graag met u mee. Laat ik dan beginnen met... De heer De Jong was volgens mij eerst. Interruptie. Ja, een hele korte verduidelijkende vraag. Het is heel goed dat er natuurlijk wordt gekeken welke uitvoeringsorganisatie het beste past bij de stelselwijziging die er is. Maar het vorige kabinet heeft daar natuurlijk ook een onderzoek naar gedaan. En er is veel geld aan uitgegeven. En daar kwam uit dat Duo degene zou zijn die geschikt zou zijn om voor de uitvoering. En nou vroeg ik me af wat nou de reden is waarom niet met Duo wordt verder gegaan, maar dat er toch nog wordt gekeken naar welke uitvoeringsorganisatie. Ja, voorzitter, dat is een relevante vraag. Dat klopt dat er al een keer een onderzoek is gedaan. Echter, dit kabinet heeft gezegd, wij willen dat stelsel hervormen, herzien. Dat gaat er zo anders uitzien dan er in het verleden uitzag, dat we hebben gemeend dat we die vraag opnieuw moeten stellen aan uitvoeringsorganisaties of zij dit nieuwe stelsel ook aankunnen. Het is weliswaar eenvoudiger, maar het gaat natuurlijk toch nog steeds met een heleboel uitvoeringsvraagstukken gepaard. De ICT-vraagstukken die zijn de laatste jaren natuurlijk gegroeid. Hè. Als je welke uitvoeringsorganisatie ook vraagt, dan zeggen ze allemaal dat ze worstelen met hun change capacity, hè, met de hoeveelheid ICT-capaciteit die ze hebben om die veranderingen door te voeren. Overigens is Duo, die u net noemde, is uiteraard een van de partijen die bevraagd worden hierin. Dank u wel. Okay, dan kan ik ervan uitgaan dat ook die bevindingen van destijds, want het heeft best wel veel geld gekost om tot Duo te komen, dat die bevindingen meegenomen worden in het onderzoek wat nu loopt. Ook qua tijd. Als je wil hebben dat iets snel lukt, dan kan ik me voorstellen dat je de informatie die je al hebt niet opnieuw hoeft te wegen. Die is er dan in en zo. Okay. Ja, uiteraard. Daar waar er lessen, informatie, inzichten zijn en waar die relevant zijn, nemen we die uiteraard mee. Met name die ICT-systemen zijn natuurlijk behoorlijk veranderd. Dus je moet je dan wel afvragen of wat je toen vond, of je dat nu weer zou vinden. Maar een van de eerste opdrachten, of eigenlijk de eerste fase van dat ABD-topconsult, is om juist de bestaande onderzoeken, ideeën, allemaal bij elkaar te vegen en dat als beginpunt te nemen en dus niet helemaal het wiel opnieuw uit te vinden. Duidelijk. Mevrouw Zala. Ja, dankjewel, voorzitter. Ik denk namelijk dat dit niet meer terugkomt in het blokje stelselherziening. Vandaar dat ik even aanhaak. De minister had het over de branches bij elkaar krijgen en de koppen bij elkaar steken. Ik vroeg het net ook al aan mevrouw Van der Heel. En dat deed ik niet zomaar. Ik was 2 weken geleden was ik op een ROC hier in Den Haag. En toen ik vroeg naar de uitstroom, toen werd mij verteld 40% gaat aan het werk, 40% gaat iets anders doen en 20% gaat helemaal, die doet helemaal niks. En met iets anders doen, wat ik net zei, bedoelde ik doorstuderen. En van die 40% die wel uitstroomt naar werk, gaan ze ook nog eens vaak part-time werken. En ik denk, ik wil eigenlijk een pleidooi doen voor het onderwijs hier, om ook die aan tafel te krijgen, om samen te kijken hoe gaan we straks met die stelselherzieningen voor zorgen dat er ook genoeg pedagogische medewerkers zijn. Want in uw brief las ik 21% groei. Nou, ik heb ook onderzoeken gezien die het hebben over 30%. Dus vandaar dat ik wilde vragen of bij die gesprekken ook het onderwijs misschien mag aansluiten. Dank u wel. Mevrouw Van Gennep. Ja, voorzitter. Daar kan ik gelijk ja op zeggen. Wat betreft hoe we omgaan met de uitstroom uit de sector, dat wilde ik in het blokje arbeidsmarkt doen.
Daar zit ook personeelstekort, al dat soort zaken komen daar. Opleiding van mensen natuurlijk. Even kijken, dan had u nog wat specifieke vragen over de stelselherziening. De heer Quint vroeg naar wat gaan we doen met die laagste inkomens. En het is al een paar keer langsgekomen. Daar staat natuurlijk tegenover dat we het wettelijk minimumloon verhogen. Dat de arbeidskorting, dat die natuurlijk ook in het spel is. Dus er is een heel breed pakket aan maatregelen in dat coalitieakkoord om te zorgen dat die verschillende groepen er netjes uitkomen. Toegankelijkheid voor alle ouders vind ik belangrijk, heb ik ook in de brief geschreven. Dus dat gaan we ook nauwgezet volgen. De roadmap waar mevrouw Sala het over had, die kunnen wij natuurlijk op hoofdlijnen met u delen. Maar ik denk wel dat die steeds specifieker wordt naarmate we verder in de tijd komen. En ook hier en daar aangescherpt zal worden of meer gedetailleerd zal worden. Maar dat is prima om dat in de volgende discussie, hè, als we het toch periodiek hierover gaan hebben, mee te nemen. En dan had u het over, de ambitie wordt bezien om het vergoedingspercentage op te hogen naar 100%. Nou, zoals u ook weet, dit kabinet heeft zich gecommitteerd om het stelsel te herzien. Heeft zich gecommitteerd aan 95%. Dat is een hele operatie, zoals de heer Grimwis ook zei. Dus ik denk dat deze mooie ambitie aan een volgend kabinet is. Ik heb er een aantal interrupties, zie ik. En ik begin met mevrouw Katman. Ja, want ik denk dat ik gelijk toch maar even wil inhaken. Want ik weet niet precies wat we nou hebben afgesproken over aan het einde of dat alle vragen worden afgelopen. Want het gaat nu gewoon over die 100%. Mijn voorstel was, kunnen we niet naar 96%? Dan gaat niemand erop achteruit. En we horen hier steeds, ja, we gaan het minimumloon verhogen en daarmee compenseren we. Maar het gaat hier niet alleen maar om mensen die minimumloon verdienen. Het gaat ook om mensen die net wat boven die minimumloongrens zitten. En het gaat hier om een bedrag van €400 per jaar. Dat is niet niks. En voor die mensen wordt er helemaal niks gecompenseerd. Want hun loon gaat helemaal niet omhoog als het minimumloon omhoog gaat. Dus is er dan toch een mogelijkheid om naar die 96% te gaan. Dat is geen 100, dat is 1% hoger. En dan gaat niemand erop achteruit. Dank u wel. Mevrouw Van Gent. Voorzitter, in het huidige systeem zitten natuurlijk mensen die boven het minimumloon zitten. Die zitten al niet meer in die 96% categorie. Hè? Dan zit je echt helemaal aan de onderkant van het loongebouw. Maar als we naar 96% zouden willen gaan en als we daarbij willen vasthouden aan inkomensonafhankelijk, dan moeten we dus naar 96% voor iedereen. Dat kost behoorlijk wat geld. We hebben 2,2 miljard te verspijkeren, zeg ik maar even. Als we het binnen die 2,2 miljard willen doen, dan zie ik niet zo heel veel oplossingen om daar geld voor te vinden, behalve dat we naar inkomensafhankelijk overgaan. Maar dat is weer een hele grote vraag van, dan gaan we de principes die we nou voor dat nieuwe stelsel hebben, gelijk overboord zetten. Maar zoals ik in de brief heb geschreven, ik zie het als een van de dilemma's en we zijn er gewoon naar aan het kijken. Maar ik heb op dit moment nog geen oplossing gevonden. Dank u wel. Mevrouw Katman? Maar mag ik dan, voorzitter, uit het antwoord van de minister opmaken dat daar dus nog wel naar gekeken wordt? Dus dat niet is dat de conclusie is, we gaan het minimumloon verhogen, daarmee compenseren. Er wordt dus naar gekeken. Nou, het is een van die dilemma's, hè, die we moeten analyseren. Hij is ook al vaker hier langsgekomen in het debat. Zoals ik u net ook al zei, als je dit zou doen, dan kost het heel veel geld. En dat geld hebben we niet. En als we het binnen die 2,2 miljard willen doen, dan kom je bij hele rigoureuze andere oplossingen. Dus ik hou het in de gaten, zoals ik al die dilemma's, want ook de maximumuurprijs, er zijn een heleboel dilemma's die we heel goed moeten overdenken en waar gewoon een grote puzzel gelegd moet worden de komende maanden. Daar gaat deze in mee. Maar ik wil niet uw verwachting nu al opwekken dat we dit wel gaan oplossen en dat we ook de maximumuurprijs kunnen doen en. Dat gaat gewoon niet lukken met die 2,2 miljard. En inkomensonafhankelijk. Mevrouw Katman. Er wordt bij die oplossingsrichting dan ook gekeken naar een manier waarop je de hoogste inkomens raakt en juist niet de laagste? Wordt dat meegenomen? Want dat zou een oplossing kunnen zijn. Dan geef je ook niet meer geld uit. Ja. Nou, mevrouw Katman, dat is logischerwijs, en ik zou graag bijna zeggen theoretisch, natuurlijk de voor de hand liggende oplossing. Alleen dan laat je de inkomensonafhankelijkheid los en dan introduceer je dus weer complexiteit in het stelsel. En dit is gewoon een heel groot dilemma. Heel veel van de dilemma's die we hebben kunnen we oplossen door niet inkomensafhankelijk te gaan, onafhankelijk te gaan. Maar dan introduceer je juist die complexiteit waar we allemaal vanaf wilden. Maar dit dilemma gaat terugkomen als wij er iets verder op gepuzzeld hebben. Maar ik geef u vast aan,
wat de spanning in de oplossingsrichting is en waarmee het dus ook eigenlijk heel erg moeilijk wordt om die oplossingsrichting te volgen. Ten slotte, mevrouw Kampman. Ten slotte wil ik dan wel de minister de complexiteit meenemen in de praktijk van mensen die er 400 euro op achteruit gaan. En dat betekent toch de complexiteit van bijvoorbeeld een lege koelkast aan het einde van de week als je kinderen hebt. Dus die praktijkcomplexiteit zou ik graag tegen de systeemcomplexiteit willen zetten. En ik hoop dat dat in de overwegingen wordt meegenomen. Mevrouw van Gennep. Ja, waar ik dan toch weer even aan wil toevoegen. Die mensen die van 96 naar 95% gaan, is nou precies die groep waar het minimumloon voor omhoog gaat. Hè, en waar allerlei andere dingen voor gedaan worden. En als je dan gewoon netto kijkt, dan blijven ze gewoon gelijk. Dat is denk ik wel belangrijk om ook even te zeggen. Voordat u verder gaat, ik had een interruptie van de heer Quint. Ja, omdat, ik denk dat wij allemaal de verplichting hebben om een niet al te ingewikkeld systeem terug te bedenken. Juist vanwege wat er gebeurd is. Maar systeem, als je het gigantisch complexe systeem ziet wat we nu hebben, dan vind ik systeemcomplexiteit als argument om ervoor te zorgen dat in ieder geval de allerlaagste inkomens niet meer gaan betalen, wel heel erg, nou ja, snel gebruikt. Omdat wat we ook bedenken, het is oneindig veel eenvoudiger dan wat we nu hebben. En dat kan ook via een algemene heffingskorting desnoods opgelost worden. En wat mij nog steeds niet duidelijk is, is de minister heeft het over gigantische bedragen. Wat zou het bedrag zijn op het moment dat wij van 95 naar 96 gaan? Over hoeveel geld hebben we het dan? Mevrouw van Gennep. Misschien eventjes goed, voordat ik kom straks bij u hoor. Eventjes voor de Kamerleden die richting ook afscheid van mevrouw Ploemen gaan. De plenaire vergadering is tot 1:05 geschorst. Wij hebben nog heel veel vragen te beantwoorden. Dus ik kan me voorstellen dat u gewoon zelf dan vertrekt. Dus dan, die verantwoordelijkheid ligt dan bij u. Dan weet u dat. Mevrouw van Gennep. Ja, voorzitter. Betekent dat we wel of niet even naar mevrouw Ploemen kunnen? Ja. Ik zou zeggen dus niet. Oké. Ja. Dan blijf ik netjes zitten. Ja, tenzij de commissie zegt, we gaan er allemaal naartoe en dan komen we weer terug. Maar we hebben tot 2:00 deze commissiezaal gereserveerd voor de behandeling van dit onderwerp. Maar ik denk niet dat het realistisch is dat wij dan daarna heel kort verder kunnen. Dus ik zou zeggen dat we dus gewoon verder gaan. Heel ongelukkig. Ja. Ja? Oké, mevrouw van Gennep. Ja. De heer Grimwis vroeg naar specifieke cijfers. Er zijn natuurlijk wel wat cijfers, maar zal ik u zeggen dat ik in het volgende debat, dialoog die wij daarover gaan hebben, specifiek kom ik terug op deze verschillende dilemma's, dat ik dan ook deze vraag meeneem. Want dan kunt u hem ook in de grotere context zien. En misschien vindt u het reuze meevallen, misschien vindt u het een heel groot bedrag. Maar ik wil graag de verschillende dilemma's dan bij elkaar schetsen. Dan hebt u ook een puzzelstuk waar u ook in kunt gaan puzzelen. Nou, dan werken we toe naar... Mevrouw Salen heb ik toch nog, sorry. Ja, excuus voorzitter. Ik moest er even over nadenken. Maar de minister had het net over, toen we het hadden over mensen die eventueel ontslagen worden. Dat ze eventueel uren overhouden. Ik vroeg me af, hè. Stel dat je in december wordt ontslagen en je hebt al je uren volledig opgebruikt. Hou je dan nog reserves over om iets langer te kunnen solliciteren dan 3 maanden? Mevrouw van Gennep. Ja, daar hebt u een hele goede vraag, want het gaat om de jaargrens. Dus dan kun je beter, ja, weet het begin van het jaar je baan verliezen dan eind van het jaar. Maar ik gaf het even aan, als voorbeeld, dat die koppeling gewerkte uren, dat afschaffen al heel wat flexibiliteit geeft. En het klopt dat als je aan het eind van het jaar zit, je moet het in dat jaar opmaken. Maar stel dat je halverwege het jaar je baan verliest, dan heb je dus wel meer dan die 3 maanden om nog je kind op die kinderopvang te houden. En de meeste mensen die weer een baan vinden, vinden die ook wel binnen een aantal maanden. Het is natuurlijk het is vreselijk als je langdurig werkloos wordt, dan is het een andere vraag. Maar ik had het cijfer hier ergens. Volgens mij vinden de meeste mensen tussen 2 en 3 maanden weer een nieuwe baan. Oké, voldoende. Ja, u kunt volgens mij verder met uw bijdrage. Ja? Ja. Dan had ik net al gezegd, wij zullen u in die volgende keer, zeg ik tegen meneer Grimwis, informeren over de verschillende mijlpalen en hoe we de roadmap zien. Toewerkend naar 2025. Ik denk dat we ons hier ook allemaal realiseren hoe complex dat hele traject is en hoeveel onzekerheden daarin zitten. Maar dit is wel echt waarvoor we gaan. En dat hangt natuurlijk ook van uw medewerking af, natuurlijk, hoe snel we kunnen gaan. Maar eerst moeten wij hard aan het werk.
Ja. Dus de samenwerking met de verschillende partijen in de sector. Daar vroeg mevrouw Van der Heel een aantal keer naar. En ze heeft ook het prachtige vijfpuntenplan. Waar heb ik het later? Kunt u ondertussen verder zoeken? En heb ik de heer Gimwis nog voor een interruptie? Ja, voorzitter, nog even over de uitvoering en het kritische pad. Want dit antwoord is helder, maar ik ben nog wel iets meer benieuwd naar hoe dat nou precies eruit gaat zien. De beleidsvoorbereiding en de uitvoering en wie dat gaat uitvoeren en of de ICT straks op orde is, et cetera, dat het echt een beetje hand in hand gaat. Ik heb daar natuurlijk op doorgevraagd. Maar wanneer kunnen we daar dan iets meer informatie over tegemoet zien? Dank. Mevrouw Van Gennep. Ja, ik denk dat u nog net niet binnen was. Maar wat wij natuurlijk gaan doen, we zijn die uitvoerder aan het selecteren. Hè, dat is ABD Top Consult. Parallel daaraan zijn wij aan het beleid aan het werken. Dus dan gaat het over de vragen zoals met die dilemma's. En de vragen komen er dadelijk over wat de rol van private equity is. Dat moeten we allemaal natuurlijk parallel doen. Bij al die vragen die we bij ABD Top Consult hebben neergelegd, zit daar, vroeg de heer De Jong naar, natuurlijk van je begint met bestaande onderzoeken, wat je al in huis hebt. Dan zit daar de keuze tussen de uitvoerders in. Daar speelt ICT een hele grote component in. Daar speelt gewoon capaciteit om dit uit te voeren een component in. En uiteindelijk kiezen wij die uitvoerder, maar parallel daaraan werken we natuurlijk dit verder uit. Ja. En wat ik had gezegd is bij de volgende, en ik hoop ook dat we hier dus periodiek vaker over spreken dan, want de laatste keer was 2019, dan komt er natuurlijk ook een plan op tafel van dit zijn de stappen. Dat zal in het begin nog vrij hoog niveau zijn, dat wordt steeds gedetailleerder, zodat u echt kunt meekijken hoe wij in die besluitvorming de verschillende stappen nemen. Dan de vijf punten van mevrouw Van der Heel. Ik waardeer het zeer hoe u ook meedenkt over deze opgave. En zoals ik net in mijn inleiding al zei, het gesprek met de verschillende stakeholders hier is heel erg belangrijk. Ook omdat die verschillende groepen wel ons vertegenwoordigen. En ook omdat die sector zo divers is. We hebben het over BSO, we hebben het over kinderopvang, we hebben het over gastouders, we hebben het over informele opvang. Met een heleboel verschillende dilemma's en uitdagingen die er nu spelen. U benoemt onder andere de kwaliteit van de opvang, de ontwikkeling van de tarieven, de keuze van de uitvoerder. Dus ik omarm dit zeer en met name die kwaliteit, want daar gaan we er dadelijk ook over in het volgende blokje over hebben. Daar zijn wel echt een paar vragen die op tafel liggen waar we ook naar moeten kijken. Of we dat dan uiteindelijk in de vorm van een handreiking gaan doen, dat kan ik u nog niet helemaal toezeggen. Maar deze gaat mee in de gesprekken en in het denkwerk. Dank u wel. Dat hoort bij de arbeid. Volgens mij heb ik hiermee de vragen over stelselherziening gehad. En anders hoor ik dat vast van u. Ja. Dan gaan we door naar... Voordat u dat doet, heb ik toch nog een vraag van mevrouw Matoeg. Even een dubbelcheck, want de vraag over die 95% en tot welk procent vergoed en wat dat betekent voor de bijdrage die ouders zelf doen, die ik had gesteld. Dus 95% van wat, die vraag? Ja, en ik had nog een vraag naar de specifieke lessen van waarom het niet goed was gegaan met directe financiering. Misschien zitten die bij overig, dat kan ook. Ja, die zit bij overig, denk ik. Voordat u verder gaat, zijn er nog andere die... Voordat u verder gaat, mevrouw Van Gennep. Ik kijk even naar de commissieleden. Geen andere vragen over stelselherziening die niet beantwoord zijn. Ik denk dat de minister... Ja, ik had bijvoorbeeld nog wel een vraag over de stelselwijziging. Maar ik ga ervan uit dat waarschijnlijk in de loop van de blokjes wat langs gaat komen. Okay. Dus ik ga aan het einde van de rit nog wel eventjes... Ik wil u best goed dienen, precies, maar we gaan even kijken. Ja. De vraag over, zoals de vraag van mevrouw Matoeg over de 95-96%, hadden wij geïnterpreteerd meer als een vraag die gaat over onder andere hoe je met private equity en winst omgaat. Want daar relateerden we hem aan als je het maximum tarief. Maar misschien moet ik even duidelijk maken, die dilemma's die ik in het begin heb geschetst, die gaan dus terugkomen, wat mij betreft, in de gesprekken met u. En dan komt er dus ook, want een van die dilemma's is een maximumtarief. En daar hoort dus bij de vraag, hoeveel van de kinderopvangorganisaties zitten boven dat maximumtarief? En hoeveel, nou het is nu ongeveer 50-50. Wat betekent het als je dat
maximumtarief zegt, dat is dan ook het maximumtarief of 5% erboven. Maar dat heeft een hele grote link met dat onderzoek naar wat je met die financieringstromen wilt doen. Okay. Maar toch? Ja, ik heb twee vragen. Maar de eerste vraag is, als de uitkomst, even los, misschien ik bewaar hem even tot het winstenstuk. Want ik denk dat het dan gepaster is dat u eerst die vraag beantwoordt en dan stel ik deze vraag. Maar dan ga ik wel een andere stellen. In het bukje stelsel herzie ik, voorzitter, als dat mag. Want de discussie net over die 96% zit me niet helemaal. En ik snap de dilemma's, maar even heel voor de duidelijkheid, er is nog een oplossing. Namelijk als je er om en erbij 100 miljoen bij doet, dan ben je er ook. Hou je het simpel, hè? Ga op zoek naar 100 miljoen, een oplossing. Maar de stelling die de minister net had, namelijk, je gaat er niet op achteruit, want het minimumloon. Eén, dat minimumloon ging omhoog, zodat mensen weer meer gingen verdienen. Dus dat je gelijk blijft is al niet goed. Maar die stelling klopt niet, voorzitter. Want het ISCK wordt ook hervormd in het regeerakkoord. Dus voor nieuwe gevallen vanaf 2024 wordt de inkomensafhankelijke communicatiekorting beperkt. Dat betekent dat die groep ouders waar we het over hebben, wel degelijk niet alleen maar omdat ze van 96 naar 95% erop achteruit gaat, maar ook erop achteruit gaat door de ISCK. Dus ik wil dat wel even heel duidelijk parkeren. En mijn vraag is, vindt u dat oké? Dat die groep er dus echt niet alleen maar niet op vooruit gaat door het minimumloon, maar erop achteruit gaat door de combinatie van 96 naar 95 en door de hervorming van de ISCK. Dank. Laatste vraag voor dit kopje. Mevrouw Van Gennep. Ja, u stelde, mevrouw Matoel stelde een aantal vragen. Om even met de laatste te beginnen. Dat klopt voor nieuwe ouders. Dat klopt natuurlijk niet voor bestaande ouders. Die IACK. Ook dat heeft onze aandacht. Dus ook die komt terug in de verschillende dilemma's die we hier gaan schetsen. En dan de vraag of we dat wel of niet kunnen oplossen. Uw opmerking, het kost slechts 100 miljoen, vind ik iets te makkelijk. Want we hebben 2,2 miljard. Dat is heel erg veel geld. En in deze tijden zomaar ergens, nog afzien van de vraag of het wel 100 miljoen is... 100 miljoen vinden, dat is geen gemakkelijke opgave. En mocht u dat als Kamer willen, dan bent u natuurlijk ook verplicht om daar de financiering voor bij te vinden. Dan even over, nog even over die 95-6%, hoe het werkt. Ik denk dat u... er zijn twee discussies. Eén is de discussie hoe het met de winstafroming gaat, daar komen we dadelijk op. En de andere vraag is hoe de verschillende uurtarieven verdeeld zijn over de markt. En daar had mevrouw Palland ook een vraag over. Zie je nou, in feite zie je in binnensteden andere tarieven dan op het platteland? Wat doet het met de kwaliteit? Zijn er dan ouders die heel veel gaan bijbetalen? Nou, dat zijn allemaal vragen die we in die dilemma-vragen gaan meenemen. En dan vervolgens met een voorstel, een visie bij u komen. Dan kunnen we het er daarover hebben. Hoe willen wij dat zich dit gaat ontwikkelen? Want het is een hele terechte vraag, maar er zitten twee componenten aan. Heel kort, voorzitter, in vervolg... Het ging mij om, even de 100 miljoen, dat die optie van iedereen naar 96 houdt het simpel en die kost meer geld. En dat die in het palet zit van afwegingen. Ja. Mijn vervolgvraag, en ik hoop dat de minister dat kan toezeggen in die brief die komt, kunnen we in het totale pakket die koopkrachteffecten zien van wat het doet met alle dingen die net ook genoemd zijn. En dus niet alleen maar voor bestaande gevallen, maar het gaat over wat is het koopkrachtbeeld voor ouders die in die inkomenscategorie zitten in de nieuwe situatie. Dus het gaat me niet alleen maar om op achteruit, maar wat is het koopkrachtbeeld in de samenloop van die regelingen rond kinderen, zodat we dat ook met elkaar kunnen wegen in de brief die we nog van de minister krijgen. Ja, ja, mevrouw Van Gennep. Ja, voorzitter, dat lijkt me een relevante vraag. We moeten even kijken op welk moment, want we hebben nu over de brief, hè, die dilemma's moeten we echt nog allemaal uitwerken, op welk moment we dat dan gaan doen. En zoals u ook weet, niemand leeft in een koopkrachtplaatje. Dus we kunnen u een aantal voorbeelden schetsen van voorbeeldgezinnen, wat er dan mee gebeurt. Wat natuurlijk moeilijk inschatbaar is wat het voor een hele groep uiteindelijk doet. Maar dat begrijpt u ook. Gaat u verder. Met dan gaan we naar winsten en private equity. Want dat vind ik eigenlijk... de andere discussies die zijn minstens zo belangrijk. Maar dat zijn langere termijn discussies die we gaan voeren. Dit is er wel eentje die voor mij ook heel actueel voelt. Ook omdat ik uw onrust en uw zorgen gewoon deel. Kinderopvang is een sector. En daar zijn partijen... in actief die winstoogmerk hebben en partijen zonder winstoogmerk. En binnen die partijen met winstoogmerk heb je, laat ik het maar even gewoon zeggen, de gewone ondernemer om de hoek, tot en met private equity. Daar zitten ook tussenin een aantal ondernemers die tientallen vestigingen hebben. Ik denk dat je die ondernemer om de hoek, om het maar even zo te zeggen, hard nodig hebt in deze sector.
Omdat dat degene is die zijn regio goed kent. Omdat dat degene is die misschien juist wel voor die extra groei van opvangplekken gaat zorgen. Maar dat vind ik echt iets anders dan de grote internationale private equity spelers. Er is een onderzoek geweest van de landelijke kwaliteitsmonitor kinderopvang, waar overigens gebleken is dat die indeling tussen profit en non-profit en of rechtsvorm niet bepalend is voor de aangeboden kwaliteit. En ik heb hier ook een hele stapel voorbeelden van private equity spelers of grote ondernemers die juist heel innovatief zijn, die hele antroposofische crèches in het bos oprichten, noem maar op. En tegelijkertijd hebben die investeringen in capaciteit nodig. Maar, zoals ik u ook schreef, een grote mate van overheidsfinanciering die we al hebben, die alleen maar groter wordt, 2,2 miljard erbij, brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. En het idee dat ons belastinggeld, en ik kijk ook even naar mevrouw Martoeg, wij willen inderdaad niet gekke Henkie zijn, maar dat ons belastinggeld niet ten goede zou komen aan die kinderopvang, de kwaliteit, de investeringen, de capaciteit in de kinderopvang, en zou uitstromen als overwinst, hoe die ook bereikt wordt, vind ik ook niet wenselijk. De vraag is dan vervolgens, van wat kun je daaraan doen, wat wil je daaraan doen? Maar om die vraag te kunnen beantwoorden, moet je eerst weten wat er speelt. Want het gaat inderdaad niet alleen maar om dividenduitkeringen. Het gaat om vastgoedinvesteringen. Het gaat om leningen die 8% renderen. Het gaat om overnames. Het gaat om allerlei zaken die we niet 1, 2, 3 in een dividendcijfertje kunnen vatten. Dus vandaar dat ik aan u schreef in antwoord op vele schriftelijke vragen die u daar terecht over had. Dit wil ik gewoon goed onderzoeken. Wat zijn die verschillende financieringsvormen? Wat zijn daarvan de voor- en de nadelen? U hebt een heleboel dingen genoemd, waaronder winstbeperking, tariefregulering. Kan dat werken, kan dat niet werken? Als het werkt, wat zijn de neveneffecten? Dus wat u vandaag allemaal hebt genoemd, nemen wij mee in dat onderzoek. En dan kunnen we daar gewoon een goed gesprek over hebben. En dat gaat niet alleen voor het toekomstige stelsel, dat gaat ook voor dit stelsel. Dat gaat gewoon over, en daarom zeg ik, het is een ander soort vraag dan die stelselherziening. Het gaat gewoon over de vraag welke rol wij vinden dat private equity in een gereguleerde publiek-private sector is. Maar in ieder geval in een sector waar een dienst wordt aangeboden die wij allemaal van publiek belang vinden. Dank. Ik zie een paar interrupties. De heer Grimwits, kussen u niet. Ja, voorzitter, dank u wel. Helder. De minister schetst helder de mogelijkheden. Hadden wij in verschillende toonaarden ook eigenlijk gedaan. We hebben in de brief kunnen lezen wat de minister vindt. Maar kan ze iets meer zeggen wat haar ambitie is? Want ze verwijst nu naar het onderzoek en dat alles op een rijtje komt staan, dat we dan een keuze moeten maken. Maar ik zou graag iets meer voelen van, ja, hier klopt mijn hart en dit is mijn ambitie. Dank u, mevrouw Van Gennep. Ja, voorzitter, dan laat ik het dan nog een keer zo duidelijk zeggen. Ik vind het niet wenselijk dat overwinst uitstroomt naar private equity en zeker niet naar grote internationaal opererende private equity bedrijven. Op welke manier dan ook. Dat kan zijn door vastgoedinvestering, dat kan zijn door hoogrenderende leningen. Ik heb zelf in de financiële sector gewerkt. Er zijn een heleboel constructies mogelijk die veel minder zichtbaar zijn dan alleen maar een dividenduitbetaling. Dus vandaar dat onderzoek. Maar dat ik dat niet wenselijk vind, ik heb het opgeschreven, ik heb het net gezegd, ik zeg het nog een keer. Heel veel duidelijker kan ik niet zijn. Hoe we het kunnen oplossen, en dan krijg je vervolgens de vraag van wat is er aan de hand en hoe we het kunnen oplossen. Daar zullen we echt een gesprek over moeten hebben. Want we hebben wel, van die, ik noem het maar even ondernemer om de hoek, maar er zit heel veel meer tussen. Die hebben we wel nodig voor de innovatiekracht, voor de capaciteit. Dus je wilt iets van die dynamiek van die sector, dat wil je wel behouden. En dat is natuurlijk de worsteling, maar de geschiedenis, en dan krijg ik even daar maar vanaf toe, laat inderdaad zien dat hier werk aan de winkel is. Laat ik het zo dan maar zeggen. Dus daar zit mijn hart. Dank u wel. Mevrouw Van Heel, VVD. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik denk helder en ik ben ook blij dat de minister dat onderzoek doet. Ik heb nog wel, volgens mij gaf ik dat ook in een interruptie er straks aan. Ik ga er dan vanuit dat het de hele sector betreft, het onderzoek. Want nu richten we op ons één punt, maar er zijn ook stichtingen die andere constructies kunnen verzinnen. Dank, mevrouw Van Gennep. Ja, voorzitter, dat is een hele terechte opmerking van mevrouw Van de Heel. Want we zijn wat geneigd om private equity spelers dan in de slechte hoek te duwen. Terwijl er natuurlijk ook een paar zijn die het wel goed doen. Maar datzelfde kan gelden voor stichtingen of andere organisatievormen. Nee, dus alle verschillende spelersgroepen gaan daarin mee. Dank. Dan mevrouw Katman, PvdA.
Ja, ik wil nog iets scherper krijgen hoe we dat, dat onderzoek gaan inrichten. Voorzitter, de minister zei heel duidelijk van ik wil gewoon breed onderzoek en dan kijken ook wat de gevolgen zijn. Waar ik dan bang voor ben, is dat wij hier een soort doemscenario voorgeschoteld krijgen. Dat als wij ingrijpen in de markt, dan gaat niemand meer vastgoed investeren en hebben we geen plekken meer. Of andere van die doemscenario's. Terwijl je om die problemen op te lossen als overheid, maar dan moet je bij andere ministeries zijn, een grotere broek aan kan trekken om dat op te lossen. Net als dat de overheid er ook nooit voor zal zorgen dat er bijvoorbeeld een tekort aan scholen is. Die gaat gewoon zorgen dat die locaties geborgd zijn. Dus dat wil ik wel even scherp hebben, dat we hier niet... Want je kan er dom op zeggen als je gaat onderzoeken wat gaat er gebeuren als we de private equity partijen gaan aanpakken. Ja, dan zal dat voor die markt vervelende gevolgen hebben. Maar die vervelende gevolgen, daar zijn wel degelijk oplossingen voor. Dus ik hoop dat die oplossingen ook meegenomen worden in het onderzoek. Want anders dan zie ik hier sommige collega's al een beetje meer op de rechterflank gelijk denken, oei, dit is zo'n eng scenario, hier wil ik niet aan. En dat zou ik echt zonde vinden. Vindt mevrouw van Ginnem dat ook? Ja, nou, voorzitter, ik heb een breed onderzoek toegezegd. Dus dat gaan we ook gewoon doen. Ik wil er wel even voor waken dat het ook weer zo breed wordt. Als we de hele wereld erbij betrekken, wordt het wel een beetje lastiger. Maar ik denk dat u niet ontevreden zult zijn met wat er... Dat weet ik trouwens niet. Ik vermoed dat wat er uit het onderzoek komt genoeg stof tot debat gaat geven. En dan kunnen we dan het debat voeren over van vinden we dit wel of niet een doemscenario? Wat moet er gebeuren? En welke oplossingsrichting heb ik misschien nog niet gezien als ik naar u toe kom met van nou, op deze manier kunnen we het aanpakken. Maar we gaan dit gewoon echt goed aanpakken. Dan de heer Quint. Ja. De verleiding is heel erg groot om te zeggen, wilt u ook dit of dat meenemen? Maar dan loop ik ook het risico dat het onderzoek steeds groter wordt en dat het dus steeds langer duurt voordat we het erover kunnen hebben. Want mijn eigenlijke vraag was, wanneer gaan we het daarover hebben? Wat is ongeveer het verwachte tijdpad van het onderzoek? Dank. En of daar in de reactie van de minister niet wel ook meegekeken kan worden wat de gevolgen zouden zijn van het gewoon vanuit overheidswegen weer gaan organiseren. Dan voorkom je namelijk ook problemen zoals de zwarte witte vlekken in het aanbod. Oké, ik hoor een onderzoeksvraag en ik hoor een tijdspad. Mevrouw Van. Ja, zoals we het onderzoek nu voor ogen zien, hè, ook met al uw input, dat onderzoek gaat echt wel een half jaar duren, hè, als je dat goed wil doen. Dus dan zijn we aan het eind van het jaar en dan hebben wij dus het volgend jaar, het eerste kwartaal, kunnen we daar een discussie over hebben. Uw vraag of je eigenlijk gewoon het private stelsel publiek wilt maken, vind ik weer een andere. Als we dat ook gaan onderzoeken, dan zijn we ook weer heel veel verder. Laten we dit onderzoek richten op de verschillende financieringsvormen en de financieringsstromen en wat daar de voor- en de nadelen van zijn. Zodat we die zaken waar we niet tevreden over zijn en dat we die vinden dat anders moet, die kunnen aanpakken. De vraag, wil je het hele stelsel veranderen, is politiek uiteraard een hele interessante. Maar laten we die even niet meenemen, want dan... Nee, niet in het onderzoek, want dan zijn we echt veel langer bezig. Ik wil het onderzoek gewoon zeggen, dit zijn de soort financieringsvormen die we zien, de voor- en de nadelen, dit zijn de constructies die we zien, dit is wel niet transparant, dat soort zaken moeten daaruit naar voren komen. Wat gebeurt er in de markt als je er een winstcap op zet, als je er een tariefcap op zet, als je zegt, u moet alle winst herinvesteren en zo. Van, nou, een van de voorbeelden was zoveel procent terug naar het personeel. Dat soort vragen, daar gaat het mij nu om. En dat vind ik een heel groot onderzoek en heel relevant voor de toekomst van deze sector en hoe wij om willen gaan met ons zuurverdiende belastinggeld. Want daar gaat het om. Helder. Gaan we nu toe naar arbeidsmarkt? Of hadden we nog private... U kijkt even rond en ik zie ondertussen toch mevrouw Matoeg. Ja, dit is toch wel een heel belangrijk moment, voorzitter. Ja. En we zijn in deze Kamer terecht, en ik heb in onze kennismaking gezegd, hoe kritischer we zijn, hoe meer liefde er is aan deze kant van de Kamer. En zo is het ook. Maar in lijn met de heer Quint, ik wil even een compliment geven voor het feit, de stellingname die de minister hier doet. En dat zo duidelijk uitspreekt, zowel in de brief, maar ook hier in dit debat. Dat vind ik heel belangrijk. Wij zijn ook heel blij met dat onderzoek. Mijn vraag zou zijn, we gaan niet het onderzoek verder opvullen hoor. Nee, want... Ik kijk even ongerust naar. Ik heb volgens mij net genoemd en ik vond de lijst best... De bredere constructies worden meegenomen, dus daar ben ik blij mee. Maar ik had ook gevraagd, zouden we niet een grote verplichting moeten hebben in de transparantie van die geldstromen? Zodat we dus niet alleen maar elke keer onderzoek moeten doen, maar dat we toch gewoon de jaarcijfers kunnen zien, zodat het gewoon heel transparant is. Oké, ik kijk nog even omheen voor andere interrupties. Die zijn er niet.
Dan, mevrouw van Ginnep. Ja, daar waren we nog niet aan toegekomen, want dat is een andere vraag. Nog afgezien van wat wij van verschillende soorten van investeringen vinden. Ook die kwam natuurlijk terug in de verschillende schriftelijke vragen. Kijk, op dit moment is het makkelijke antwoord. Je kunt als ouder naar de Kamer van Koophandel gaan en daar kun je alle informatie opvragen. Nou, ik weet niet hoeveel ouders u kent die dat regelmatig doen. Misschien u. Maar dan bent u in een hele kleine minderheid. Nee, de heer Giem is niet. Nee. Ik heb dat eens opgevraagd, maar je wordt er niet heel veel wijzer van. Dat is het probleem. Nee. Dat dus was overigens meer in mijn rol als Kamerlid dan in mijn rol als ouder. Maar ja. Dank hiervoor. Nou, dan terug naar mevrouw Verginnep. Dus wat het instrument wat ik in handen heb, is niet heel erg breed. Ik kan de branche oproepen. Ik kan in gesprekken die mijn mensen individueel voeren met bepaalde organisaties, wat ook is gebeurd naar aanleiding van een aantal zaken, zeggen van nou, u wordt wel geacht om proactief te informeren. Dat hoort er ook bij, dat een oudercommissie zijn rol kan spelen, dat ze proactief geïnformeerd worden. Maar uiteindelijk is dat best moeilijk. Daar is gewoon geen wettelijke basis voor om te zeggen, gij zult. Je moet er als oudercommissie op kunnen vertrouwen dat je informatie krijgt. Maar op welk moment, hoe breed, hoe proactief, dat hangt dan dus toch af van hoe zo'n organisatie gedraagt. Dus wij gaan nogmaals in de verschillende gesprekken met de brancheorganisaties en met name met private equity spelers benadrukken dat die proactieve transparantie belangrijk is. Ik weet dat die zin die we daar in de beantwoording van schriftelijke vragen over hadden opgenomen, dat die al wat heeft losgemaakt. Dus zo zie je maar weer hoe belangrijk het, we hadden het er gisteren over, het woord is. En ik weet niet of we dat in dat brede onderzoek moeten meenemen of even apart moeten gaan uitzoeken en dan misschien in een van die voortgangsbrieven waar we op terugkomen, wat er nog meer mogelijk zou zijn om die proactieve transparantie wat meer af te dwingen. Maar dat vind ik ook wel een vraag die ik ook bij de branche wil neerleggen. Van jongens, dit is wat er gebeurt. Wij maken ons allemaal als Nederlandse ouders zorgen over wat gebeurt er met de financieringstromen, over overnames. Wat kunnen jullie doen? Dus ik wil hem iets breder maken dan alleen de transparantie. Wat kunnen jullie doen om die zorgen bij de ouders en de Tweede Kamerleden en mezelf wat te verminderen? Dank. Ten slotte, mevrouw Matoeg. Ik zal me hierna ook inhouden, voorzitter. Dank hiervoor. En ik steun ook heel erg de richting van dat apart doen. Want bijvoorbeeld in het onderwijs hebben we aparte accountieregels over wat je moet laten zien in je jaarcijfers. En ik heb zelf geen kinderen, maar je slaat af en toe jaarcijfers op na, hè? Of een zondag of zo. Nee, maar je vindt echt niks in de jaarcijfers. Dus ik vind het belangrijk dat gesprek er is. Maar je kunt die stromen dus helemaal niet volgen. Dus management fees zijn niet goed te volgen. Die tarieven van de leningen die de minister zelf noemt. Maar ook de constructies, of het nou via de Kahneman-eilanden of iets anders. En juist de oproep vanuit de hele Kamer, volgens mij heeft de minister dat goed gehoord. En die transparantie is belangrijk, maar dat is ook een gesprek dat we al langer hebben. Dus ik zou het heel fijn vinden, niet voor dat onderzoek van de winsten, maar om ook te kijken, kunnen we daar wat dwingender in het instrumentarium zijn, zodat we dat in andere publieke sectoren, waar we ook meer informatie eisen, omdat het zo'n belangrijk publieke dienst is, dat die meegenomen worden. Of u dat ook mee wil nemen in die gesprekken op die manier. Of in ieder geval ook die opties in dat andere traject wil verkennen, in een wat dwingendere vorm. Dank. Ja, voorzitter, daar kunnen we zeker naar kijken, want die behoefte voel ik zelf ook. Maar ik wil eerst vooral met die brancheorganisaties kijken wat zij als hun verantwoordelijkheid zien. Ik zal inspiratie gaan opdoen bij andere sectoren. Ik zeg wel even vanuit mijn ervaring in de zorg dat we wel even moeten oppassen dat met name voor de kleine ondernemers de administratieve lasten niet door het dak gaan. Want dat willen we natuurlijk ook niet. Maar dat kunnen we allemaal meenemen in onze, ik noem het maar even, reflectie daarop. Dan vroeg mevrouw Katman nog of pedagogisch medewerkers een stem kunnen krijgen bij overnames. Nou, dat zijn de medewerkers. Hè. Die hebben natuurlijk een stem gewoon via de CAO als ze in de OR zitten met het normale adviesrecht. Dus op die manier heb je een overleg. Hè, als werkgever moet je advies vragen aan je OR als jij een groot strategische traject zoals een overname inzet. En dan is het natuurlijk aan de OR om te zorgen dat ze die pedagogische medewerkers daarin meenemen. Dat was private equity, voor nu. Dan gaan we naar de arbeidsmarkt. Personeelstekorten. Dat is
natuurlijk een discussie die we niet alleen hebben hierin over de kinderopvang, maar over in heel veel sectoren. En als we het over de kinderopvang hebben en arbeidsmarktkrachten daar, dan geldt het natuurlijk voor de dagopvang, voor de BSO en voor gastouders. Maar we krijgen natuurlijk ook heel veel signalen over hoge werkdruk. En vorig jaar zomer is naar aanleiding daarvan mijn ministerie, toen nog het ministerie van minister Koolmees, in gesprek gegaan met de professionals. En dat heeft geleid tot een pakket aan maatregelen. Nou, verschillende van u refereerden daar ook aan. Tijdelijk meer ruimte gecreëerd voor het inzetten van beroepskrachten in opleiding. En de GGD kan toezicht in de toezicht rekening houden met personeelstekort als verzachte omstandigheid. De eerste signalen zijn dat van die geboden ruimte goed gebruik wordt gemaakt. Het is nog iets te vroeg om iets te zeggen over het effect van die maatregelen. Persoonlijk heb ik wel wat vragen bij de impact op de kwaliteit. Ik begrijp heel goed de overweging van destijds. Ik begrijp ook heel goed dat we heel graag willen dat de kinderopvang doordraait, want anders dan stopt Nederland. Daar zijn we allemaal van overtuigd. Maar die impact op de kwaliteit, dat vind ik zelf wel een zorgelijke. Of, althans, we weten het nog niet, maar ik kan me er wat bij voorstellen. En zeker als we tegen de GGD zeggen, nou, die kwaliteitseisen die mogen iets naar beneden vanwege personeelstekort, wil ik dat wel heel goed in de gaten blijven houden. Ik realiseer me alleen ook wel terdege, als we daar streng in zijn, dan zitten we aan de andere kant natuurlijk vast dat we dan te weinig mensen hebben om die opvang te regelen. Dus daar moeten we een balans in vinden. Kijken naar de toekomst. Ja, want dit is voor de kwaliteit. De heer De Jong heeft een interruptie. Ja. Nou, voorzitter. Kijk, personeelstekort kan natuurlijk nooit, en ik denk ook niet dat minister dat bedoelt hoor, maar kan natuurlijk nooit ten koste gaan van de veiligheid en het welbevinden van zowel medewerkers als het kind. En we hebben enquêtes gezien, ook van de vakbonden en ook signalen vanuit de branche zelf en ook vanuit ouders die zeggen, luister, het personeelstekort zorgt ervoor dat er te weinig toezicht is bijvoorbeeld op sommige locaties. Dus je hebt zo'n norm die zegt, van, joh, je moet genoeg medewerkers hebben, zo'n beroepskindratio, beroepskrachtkindratio, die zorgt ervoor dat er genoeg toezicht is. En op het moment dat er te weinig medewerkers zijn, dan kan er niet altijd aan worden voldaan. En dat kan natuurlijk, dat moet uitgesloten zijn. Is de minister met mij eens dat kwaliteitsnormen en het bijstellen daarvan nooit ten koste mag gaan van bijvoorbeeld zo'n norm? Dank. Mevrouw van Ginnep. Ja, voorzitter, dat is een lastige vraag. Want met de maatregelen van afgelopen zomer is er natuurlijk wel gezegd dat de GGD personeelstekort als verzachtende omstandigheid mag inzetten bij afwijkende kwaliteitseisen. Dus dat hebben we al geaccepteerd. En daar zit mijn zorg. Dus wat ik u wil toezeggen is dat ik bij dit monitoren hiervan en hoe het gaat en of er gebruik van wordt gemaakt, extra kijk naar kwaliteit. Maar dat er impact op kwaliteit is, is al ingecalculeerd in de manier waarop de maatregel is vormgegeven vorig jaar zomer. Wat ik hier wel bij wil zeggen, is dat dan natuurlijk een GGD, daar ga ik even vanuit, iets van een verlaging van die kwaliteit zal accepteren, maar niet zo'n grote stap dat de hele boel in duigen valt. En dan is natuurlijk vervolgens de vraag, en dat was een van uw vragen ook, of dat toezicht in verschillende steden door verschillende GGD's anders wordt ingezet. Nou, mevrouw Matoe voegt daarnaar. Die signalen had ik nog niet gekregen, maar als u die wel hebt gekregen, dat klopt een beetje met de gevoelens die we hierbij hebben. He, als je kwaliteitseisen wat verlaagt, wat doet dat dan? Dus die nemen we mee. Die twee vragen, van, zijn nou die GGD's verschillend in hun oordeel over het accepteren van lage kwaliteit? En de zorgen over het accepteren van lage kwaliteit, hoe ver durf je dan te gaan en hoe lang durf je ietsje lage kwaliteit te accepteren? Want dat zijn nog twee verschillende dingen. Je kunt best een iets lage kwaliteit tijdelijk accepteren. Maar een van u vroeg ook, kunnen we die kwaliteitseisen, hè, die lage kwaliteitseisen dan gelijk naar de toekomst doorzetten? Nee. Oké, ik hoor een toezegging over de monitoring. De heer De Jong. Ja, kijk, het gaat mij om, kwaliteit is natuurlijk multi-interpretabel, maar het gaat mij om veiligheid van kinderen. En ook de verantwoordelijkheid die erbij past bij medewerkers. Je kan ook niet hebben dat als iemand als medewerker werkzaam is in de kinderopvang, die heeft al een gigantische verantwoordelijkheid op haar of zijn schouders, dat er dan door het aanpassen van kwaliteitsnormen nog meer verantwoordelijkheid komt op die schouders. Bijvoorbeeld
Het feit dat er genoeg medewerkers moeten zijn om een oogje in het zeil te houden met betrekking tot het kind wat in vol vertrouwen door de ouders naar het kinderopvang is toegestuurd, kan nooit, maar dan ook echt nooit, aan worden getornd. Gewoon niet. Dus ik wil van deze minister horen dat als het gaat om de kwaliteit, dat de kwaliteit nooit ten koste mag gaan, of in ieder geval het aanpassen daarvan, op de veiligheid van een kind. Ik weet nu al dat bijvoorbeeld locaties zijn die door middel van het plaatsen van cameraatjes zeggen, ik voldoen nu aan het toezicht. Terwijl het, ik bedoel, ja, met alle respect, ik moet er als ouder van uit kunnen gaan dat als ik mijn kind naar een kinderopvang toestuur, dat als het gaat om toezicht, dat dat een lijfelijk, feitelijk iemand is die dan ziet wat mijn kind wel of niet doet. En het gaat nu even niet om mijn kind, want die zit niet op de kinderopvang meer. Maar het gaat om al die andere kinderen die er wel naartoe worden gestuurd. Dus kan de minister toezeggen dat bijvoorbeeld de beroepskracht-kindratio, dat daar niet aan kan worden getornd. Op basis van het feit dat het veilig moet zijn voor zowel kind als voor medewerker. Oké, dank u wel. Ik kijk nog even naar de commissie. Geen interrupties meer op dit punt. Mevrouw Van Gennep. Oh wel, mevrouw Van Hiel. Ja, maar we gaan even dit antwoord afwachten. Dan kom ik straks naar u toe. Ja, voorzitter. Wat ik net al zei, hè, die maatregel van vorig jaar zomer, die zegt gewoon dat de GGD, hè, een verzachte omstandigheid daarvoor personeelstekort kan meenemen. En dan kijken ze breder, hè, of de kwaliteit op orde is. Er zijn heel veel verschillende kwaliteitseisen. Eén daarvan is hoeveel personeel je inzet per hoeveel kinderen. Een andere is, en daar wordt heel veel gebruik van gemaakt, is of je mensen in opleiding mag inzetten in plaats van mensen die al volledig gekwalificeerd zijn. Dus dan hou je wel je ratio in stand, alleen niet met volledig opgeleide mensen. Dus dat soort dingen, dat gebeurt er op dit moment. Maar even voor de duidelijkheid, het is superbelangrijk dat kinderen altijd veilig en verantwoord worden opgevangen. Dat staat als een paal boven water en volgens mij deelt de hele Kamer dat ook. Daarom moet je, hè, aan die wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Er ook is afgesproken overigens, is dat de kinderopvanghouders een plan moeten maken hoe ze met een situatie van arbeidsmarktkrapte omgaan. En dit moeten afstemmen met de ouders en het personeel. En dan komt zo'n GGD-inspectie. En die houdt dan rekening met die verzachtende omstandigheden van te weinig personeel. En kijkt naar dat plan. Van hoe ga je daar dan mee om? En hoe heb je dit opgelost? In alle situaties, hè, is het gewoon van belang dat die kwaliteit van de opvang verantwoord is. En het beeld wat ik heb uit mijn gesprekken is wel echt dat iedereen er alles aan doet om dit zo goed mogelijk te doen en om die kwaliteitseisen hoog te houden. En ik weet ook van een aantal kinderdagopvangen dat groepen gewoon gesloten worden op het moment dat er te weinig mensen zijn. Dat gebeurt gewoon. En dat is natuurlijk de uiteindelijke, ja, hardste kwaliteitsmaatregel. Dat je dan zegt, we gaan tijdelijk dicht. We gaan één groep sluiten, of twee. En dat heeft weer hele grote impact op al die werkende ouders. Maar dus in onze monitor hoe ermee om wordt gegaan met deze tijdelijke maatregelen, nemen we al deze zorgen mee, want ik heb ze zelf natuurlijk ook. Dat was duidelijk. En tenslotte de heer de Jong. Ja, voorzitter. Kijk, ik denk dat we, de minister en ik, een gedeelde zorg hebben. Het gaat om de veiligheid van kinderen. Dus, en ik weet dat we zometeen nog verder gaan op de financieringsstromen, ook volgens mij. Dus met betrekking tot, ik heb de vraag gesteld, moeten we niet voor zorgen dat bedrijven die winst maken, dat winstverhaal door moet vloeien naar bijvoorbeeld lonen, zodat je het aantrekkelijker maakt, dat beroep, zodat er meer mensen daar gaan werken. Maar ik hoop dat de minister dit inderdaad echt serieus neemt en dat ze eigenlijk het signaal afgeeft dat op het moment dat je niet aan die beroepskracht-kindratio kan voldoen, dat je gewoon sluit als afdeling. En dat er niet kan worden afgeweken, want het gaat over, nogmaals, veiligheid. En als je dan toch zegt, er is ruimte om het multi-interpretabel te doen, dan moeten we zometeen niet raar opkijken als er iets ernstigs gebeurt in zo'n locatie, wat effect heeft niet alleen op het kind en de ouder, maar ook van de medewerkers en aantrekkelijkheid van het beroep. Dus het is een grote verantwoordelijkheid. Okay. Ik hoor geen vraag, maar ik kan me voorstellen dat mevrouw Van Gennep nogmaals wil reageren op dit herhaalde oproep van de heer Liem. Ja. Nee, ik deel, hè, de zorgen over de impact, de gevolgen van het personeelstekort op kwaliteit. Zoals ik u ook heb gezegd, afgelopen zomer zijn er gewoon maatregelen afgekondigd vanwege dat personeelstekort, waarin er iets meer vrijheid is voor kinderopvangverblijven om bijvoorbeeld, half opgeleide, dat klinkt wat flauw,
mensen in opleiding in te zetten in plaats van mensen die volledig gediplomeerd zijn. De GGD kijkt breed, houdt het ook goed in de gaten. En ik denk als je iets minder kwaliteit accepteert, dan moet dat tijdelijk zijn. En dus dat je zegt, ik heb geen twee pedagogisch medewerker, maar één. Dat soort zaken. En uiteindelijk, ja, dan zullen een aantal crèches zeggen, dan gaan er groepen tijdelijk of langere tijd dicht. Maar dit gaan we gewoon meenemen in die monitoring van hoe deze maatregelen uitgepakt zijn. Er zijn een paar dingen die heilig zijn en er zijn een paar dingen waar je tijdelijk wat soepeler in kan zijn. En dat moeten we gewoon duidelijk op het netvlies hebben. Dank. Dan twee interrupties nog van mevrouw Van der Hiel voor de VVD. Voorzitter, dank u wel. Twee? Oh, ik heb er maar één. Maar nee, voorzitter, ja, dank u wel. En ja, de minister vulde ook wel aan op de goede vraag, vind ik, van collega De Jong. Maar er is denk ik meer dan alleen maar de BKR. Voor mij staat in ieder geval altijd het vier-ogen-principe heel erg voorop. En dat geeft ook een stukje, denk ik, veiligheid. En ik denk dat het ook wel heel erg uitmaakt, wil ik de minister vragen, of het of je net in opleiding bent of al langer, of je al een eerdere opleiding hebt gedaan of ergens anders gewerkt. Dus ik snap, dat is heel ingewikkeld. Maar kwaliteit is niet alleen af te meten aan ben jij pedagogisch medewerker. Ik vind dat die er altijd moeten zijn en dat moet het uiteindelijke streven zijn. Want daardoor staan we ook zo in Nederland, denk ik, goed bekend. Maar dat er daartussen ook nog wel een grijs gebied is. Maar die vier ogen vind ik altijd wel cruciaal. Vindt de minister dat ook? Mevrouw Vergeet. Ja, voorzitter, we springen eigenlijk naar het blokje kwaliteit en veiligheid. Vandaar dat ik even aan het bladeren was. Maar wat mij eigenlijk wel goed lijkt naar aanleiding van deze discussie, ook naar aanleiding van mijn eigen zorgen waar ik eigenlijk mee begon. Misschien zet ik u daar ook wel mee een beetje op een zorgelijk been. Misschien moeten we even in kaart brengen wat die verschillende kwaliteitseisen zijn. Waar wij vinden dat niet aan getornd mag worden. Welke kwaliteitseisen vinden dat we tijdelijk kunnen accepteren dat die wat minder worden ingevuld. En hoe dat zich in de praktijk dan uiteindelijk vertaalt in hoe kinderopvangorganisaties daarmee omgaan. Dat lijkt me een goede conclusie van deze discussie. Dank. Mooie toezegging. De heer Grimwis toch nog? Ja, voorzitter. Ik ga door in het spoor van collega Van der Heel. Want ik wil een beetje tegenhangen en eigenlijk de minister wel steunen in de antwoord. Want even een stapje terug. Een paar jaar geleden bijvoorbeeld verhoogden we de kinderopvangtoeslag met 250 miljoen. Ouders gingen er per saldo helemaal niet op vooruit. Waarom? Omdat de groepsgrote eisen flink werden aangescherpt. Voortaan mocht een begeleider niet vier baby's, maar drie baby's onder haar of zijn hoede nemen. En je mag ongestraft als een gezin met 8 kinderen hebben, gelukkig maar. Je mag, zodra je naar groep 1 gaat, kun je er gewoon met 30 kinderen in zitten. En 1 begeleider, 3 baby's. Dus ik vind dat vier ogen principe echt heel belangrijk om dat overeind te houden. Maar ook als je vergelijkt met andere landen, en ik zeg niet dat we andere landen na moeten gaan doen. Maar dat is ook een van de redenen waarom kinderopvang in Nederland zo duur is en in andere landen een stukje minder duur. Omdat bijvoorbeeld in België en andere landen er veel grotere groepen zijn per begeleider. Dus ik wil eigenlijk wel die flexibiliteit en een beetje, hoe zou ik het zeggen, relaxedheid over dit onderwerp ook wel meegeven. Niet omdat we moeten afdoen op de kwaliteit, maar soms zijn we in die regelreflex en om helemaal de groepsgrootte helemaal van bovenaf op te leggen, zijn we ook wel een beetje doorgeschoten. Dus wat vindt de minister hier eigenlijk van dit zijn verhaal? Heel goed, dank u wel. Mevrouw Van Gennep. Nou, een prachtig betoog van de heer Grimwis. Ook dat nemen we mee in hoe wij dus even naar deze monitor kijken. Ik ga niet een hele buitenlandse vergelijking doen, dat was uw suggestie ook niet. Maar zoals u weet, ik heb een aantal jaar in Frankrijk gewoond. Daar ging mijn jongste toen ook nog naar de Franse naschoolsopvang. Dat was inderdaad heel anders. Ja, qua aantallen kinderen en zo, ja. Ja, ik zie toch tenslotte toch, meneer De Jong. Want ik wil namelijk, we hebben nog twee blokjes. Ik weet dat dat niet maar ter nuancering. Dank u wel, meneer De Jong. Mijn punt van zojuist was net, op het moment dat je aan die kwaliteitsnormen gaat zitten, zo'n vier oogprincipe is voor mij echt heilig. Maar zo'n beroepskracht-kindratio, dat is ook iets heel erg belangrijks. Het ging mij er meer om dat op het moment dat je aan dat soort dingen gaat tornen, dat je dan uiteindelijk in een situatie terecht kan komen dat het de veiligheid van kinderen en medewerkers aantast. Dus ter nuancering. Ik snap dat er wat gedaan wordt met betrekking tot personeelstekort en noem maar op, maar het mag niet ten koste gaan van de kwaliteit en de veiligheid. Dus daarmee ben ik blij met de toezegging ook naar de Kamer toe, dat de minister in kaart brengt hoe dat er precies uitziet en hoe die kwaliteit en veiligheid wordt gewaarborgd.
Dank u wel. Staat genoteerd dan de laatste, de heer Quint? Ja, ik ben een beetje aan het bijkomen van de verwarring. Want ik had net iemand van de ChristenUnie gehoord die tegen de VVD begint over doorgeslagen regelreflex. En dat er toch wel heel veel regels zijn. Nu begint de PVV iets te nuanceren. Dat, Welkom bij de commissie Sociale Zaken. Er gebeurt van alles in mijn hoofd op het moment. Maar ik ben gewoon feitelijk benieuwd van wat we nou precies krijgen. Want wanneer het gaat om die regels, volgens mij hebben we dat gewoon. Volgens mij heeft de vorige bewindspersoon naar de Kamer toegestuurd op welke gebieden er ruimte geboden wordt. Staat dat gewoon in onze Kamerbrieven. Ik ben benieuwd om te horen hoe het daarmee gaat in de praktijk. Maar volgens mij moeten we niet allerlei dingen naar ons toe gaan sturen die we al hebben. Oké, duidelijk. Ik kijk nog, dat is niet... Nou, dan mevrouw Verginnen hierop. Ja, volgens mij was de toezegging om te kijken hoe deze verschillende regels nu in de praktijk met elkaar dat speelveld geven van iets minder kwaliteit accepteren tijdelijk. En hoe ver wil je daarin gaan en wat gebeurt er in de praktijk en wat vinden we daar wel niet acceptabel. Dat was eigenlijk het debatje wat we net hadden. Gesprek. Ja. Okay. Dan ga ik even verder over, want we hebben nu een uitstap gemaakt naar veilig werken. Veiligheid en gezondheid. Maar we gaan even terug naar arbeidsmarkt. Want als we naar de toekomst kijken, dan, dat kwam natuurlijk ook al een paar keer langs, 20%, 21% in ieder geval, denken wij, zal de vraag toenemen. Dat vraagt natuurlijk extra mensen, dat vraagt eigenlijk overigens ook extra huisvesting. Maar dat heeft dan weer met de investeerders ook te maken. Maar dan krijgen we ook het risico op tijdelijke wachtlijsten. En dan is vervolgens de vraag, hoe gaan wij om met dat arbeidsmarkttekort? Er komt een bredere brief aan voor het brede arbeidsmarkttekort in Nederland voor de zomer. Daar zit ook de sector kinderopvang bij. En volgens mij het is heel duidelijk, er is een duidelijke rol voor de overheid als het gaat om krapte, parallel naast de essentiële rol als werkgever. Om even op die kant van de werkgever hier om te gaan. Of althans, het is een gezamenlijke rol. We zijn op dit moment in gesprek om in samenwerking met de sector een impuls te geven aan activiteiten die gericht zijn op dat personeelstekort. Bijvoorbeeld, op welke manier kunnen we die deeltijdfactor verhogen? En dat is inderdaad het potentieel pakken van wiet gegraven, wat daar een grote inspiratie is. Bijvoorbeeld de succesfactoren en knelpunten van combinatiebanen brengen we in kaart. Hoe maak je de functie aantrekkelijker? Hoe beperk je de uitstroom? We zijn ook in gesprek over hoe de kinderopvang een aantrekkelijke sector blijft voor die pedagogische professionals. En daarnaast voeren we een arbeidsmarktprognose uit om de ontwikkeling van vraag en aanbod van personeel, personeelstekorten in kinderopvang in kaart te brengen. En daarmee nemen we natuurlijk nadrukkelijk dat effect mee van die toename van de vraag. Nou, die motie Paternotte Heerma uit het debat van de regeringsverklaring, die vraagt ons natuurlijk om een aanpak te formuleren tegen arbeidsmarkttekorten in verschillende sectoren, waaronder kinderopvang. En die komt voor het zomerreces naar uw Kamer. We hebben nog... Oké, wij denken dat we alle specifieke vragen over arbeidsmarkt nu hebben gehad. Nee, oké. Okay, nou, dan heb ik er... Kijk, ik zie nog... Motie Beukering. Daar vroeg de heer De Jong naar, maar het is van uw D66-collega. De wervingscampagne voor kinderopvangpersoneel. Verlenging van de arbeidsmarktcampagne Kinderopvang dankzij jou. De sector heeft een subsidieaanvraag ingediend voor ondersteuning van de campagne door Sociale Zaken. Die is op dit moment in behandeling. Daar geldt de gebruikelijke procedure voor. Op die uitkomst kan ik uiteraard niet vooruitlopen, dat begrijpt u ook. Maar in de evaluatie van de wet IKK, die eind 2022 naar uw Kamer komt, dan gaan we kijken naar onbedoelde effecten van dat is de andere kant van de medaille van de discussie die we net hadden. De onbedoelde effecten van de kwaliteitseisen in de kinderopvang, onder andere op regeldruk. Dan, wat deeltijdfactor, dat hebben we net gehad. Wat gaan wij doen om de arbeidsvoorwaarden beter te maken? Daar vroeg de heer Quint naar. Dit is natuurlijk een private sector. Dus die verantwoordelijkheid ligt primair bij de sector zelf. Dus de lonen worden bepaald in CAO, dat weet u dan ook, sociale partners.
Nou, en we hebben een aantal dingen gedaan om het personeelstekort helpen op te vangen. Daar hebben we het eigenlijk net over gehad. Want dat ging over die tijdelijke maatregelen van vorig jaar. Kunnen wij mensen makkelijker laten instromen? Daar vroeg mevrouw Van der Heel naar en mevrouw Palland. Kunnen we soepeler omgaan met de opleidingseisen, bijvoorbeeld van kraamverzorgden? We kunnen natuurlijk iedereen in de kinderopvang goed gebruiken die voldoende gekwalificeerd is. Dat lijkt mij duidelijk. En het klopt dat de opleiding als kraamverzorgde op dit moment geen geldige startkwalificatie is. Als je aan zij-instroom denkt, dan is er al op dit moment heel veel mogelijk voor mensen die vanuit een beroep zoals kraamverzorgde komen of een andere aanpalende sector, met name natuurlijk uit de zorg. Welke diploma's kwalificeren voor het werken in een kindercentrum? Dat ligt vast in de CAO. Dat is een verantwoordelijkheid van de sociale partners. Die lijst met kwalificatie-eisen wordt doorlopend herijkt door de sociale partners. Maar het lijkt mij wel goed dat wij in het gesprek met de branche over die krapte, wat we toch aan het voeren zijn om die motie uit te kunnen voeren, dat we het gesprek over hoe streng of niet wil je zijn voor zij-instromers nog een keer van start laten gaan. Want dat is eigenlijk wat er aan de hand is. En dan gaat het natuurlijk ook over dingen als: heb je al bepaalde praktijkervaring die je mee kan nemen? Heb je al certificaten die mee kunnen tellen? Op welke manier kun je kwalificeren om een zij-instromer te worden? Behalve natuurlijk dat je de instroom natuurlijk aantrekkelijk moet maken van het vak aan zich, vanaf het begin dat mensen voor een beroep kiezen. Was u klaar met het kopje arbeidsmarkt dan nu? Ik denk het wel. Oké, dan heb ik dan twee interrupties, mevrouw Van der Heel. Ja, voorzitter, dank u wel. En ik denk inderdaad, ook hier is de kwaliteit wel weer gewoon van belang. En ik ben blij dat de minister ook zegt van ja, die zij-instromers is mogelijk. Ik vroeg nog in principe ook nog over modulair opleiden. Want ik weet niet hoeveel daar, want zij-instromer is soms wat anders als een aantal modules erbij doen. En het zal de minister niet verbazen, want ik heb ook een debat een paar weken geleden overgenomen met deze minister. Wat ik heel erg belangrijk vind, is dat we het ook werkgevers en werknemers eenvoudiger maken om door te stromen. En de praktijk is helaas nu soms zo dat het eenvoudiger is om dan volledig afgekeurd te worden. Dan ben je als werkgever ervan af. Hè? En dan zit daar ook altijd natuurlijk nog geld aan vast, want zo eenvoudig is het niet. En dan vervolgens vanuit die positie weer te gaan solliciteren in de kinderopvang. Terwijl ik denk van nou, maak het nou eens eenvoudiger om tussen banen te gaan, te gaan switchen. In plaats van zo'n hele U-bocht. En dat is wel waar ik echt wel naar op zoek ben. Omdat ik dat vanuit de praktijk echt heel van dichtbij heb ervaren. Dus ik wil graag, voorzitter, vragen hoe de minister daarnaar kijkt. Dank u. Mevrouw Van Ginnep. Ja, voorzitter, dat is eigenlijk een bredere vraag in het kader van de brede discussie over arbeidsmarktkrapte. Dus ik denk dat we hem daar ook mee gaan nemen in die uitwerking van die motie. Dan zijn we er misschien nog niet helemaal zo ver mee als u zou willen. Want die brief die is over een paar weken klaar, zodat hij nog voor het zomerreces naar u kan. Want dan moet hij natuurlijk eerst nog door alle afstemmingsrondes. Maar er kunnen we al wel vast een aantal vragen schetsen, dilemma's. Ik denk dat het een hele belangrijke discussie is, niet alleen voor deze sector, maar voor een aantal van die sectoren, waar je juist, als je het hebt over banen combineren hebt of doorstromen van de ene sector naar de andere sector, juist dit hele relevante vragen zijn. Dus ik wil hem graag meenemen in bredere analyse, aanpak voor de arbeidsmarktkrapte die we aan het doen zijn. En specifiek voor de kinderopvangbranche. U noemde een aantal voorbeelden waarvan ik denk die kunnen mee in het gesprek met de branche. Maar u noemde ook een aantal voorbeelden die moet ik meenemen in het gesprek met mijn collega Wiersma. Dan tenslotte mevrouw Van Heel. Ja, tot slot. Nee, dank je wel. En zeker dank voor deze toezegging. En natuurlijk gaat dat breder als deze sector. En ik ga het ook wel nauwgezet volgen. Want ik, verzin ik daar zelf iets op. Maar ik denk wel dat het goed is. Niet alleen zeggen wij nu van voor werkgevers, maar werknemers. En de tevredenheid die je haalt uit werken, dat je gewoon ook nog nuttig kan zijn, dat weten we allemaal, is heel belangrijk. Dus ik vind bijna zelfs een kwaliteit van leven eis dat daarna gekeken wordt in plaats van een uitkering, dat je gewoon geholpen wordt naar iets anders. Dank je wel. Dank u wel. Mevrouw Van Ginnep? Ja, eens. Ja, dank u wel. Dat is mooi. Inderdaad. Dan de heer Quint.
Ja, ik had ook gevraagd of de minister nou zelf... of zij nou vindt dat de huidige beloning recht doet aan het verantwoordelijke werk. Want ik snap dat ze zegt... tenminste, ik had het antwoord verwacht dat ze zou zeggen... ja, dat is een private sector, dus daar ga ik niet over. Vorig jaar staakte de kinderopvang. Dan praat je met kinderopvangmedewerkers en die zeggen... ja, krijg ik nauwelijks rondkomen, verdien ook niet zo goed. Dan staan daar werkgevers naast en zeggen... ja, we zijn het eigenlijk wel met jullie eens. Maar ja, de overheid die stelt de tarieven vast. En wij kunnen jou niet meer betalen. Want de overheid geeft ons niet meer geld. En dan ga je naar de overheid en zeg je... ja, ik ga er niet over, want dat is een vrije sector. Dus hoe zit het nou met die beloningsvoorwaarden van mensen in de kinderopvang? Ziet deze minister dat er wel financiële ruimte zou moeten zijn... om een betere betaling te regelen? En wat vindt zij van de huidige beloning van kinderopvangmedewerkers? Dank u wel. Mevrouw van Gennep. Ja, voorzitter, dan herhaal ik mijzelf. De CAO wordt uitonderhandeld tussen de werkgevers en de werknemers. Ook in deze sector, want het is een private sector. Daar kunnen wij van alles van vinden. Maar zo is het in Nederland geregeld voor deze sector. Wat wel van belang is, maar dan hebben we het alweer over dat onderzoek... is zorgen dat die maximumtarieven die zich vertalen in een bepaalde... ik noem het maar even winstmarge, maar er zit dus heel veel meer achter... dat die dus uiteindelijk... natuurlijk mag een ondernemer er wat aan overhouden... maar dat die natuurlijk voor het grootste deel te terugstromen... in de kwaliteit van de kinderopvang. Dat gaat over salarissen, dat gaat over investeren in pedagogische plannen... dat gaat over van alles. Dus daar komt uw vraag terug van... hè, wat gebeurt er eigenlijk met dat geld? Op het moment dat je een hoger maximumtarief neerzet... dan kan dat gaan naar hoger salaris, dan kan dat gaan naar investeringen in meer capaciteit... dan kan dat gaan naar andere activiteiten voor kinderen. En dat hangt natuurlijk ook een beetje vanaf wat ouders willen in hun keuze. Maar het salaris wordt bepaald aan de CAO-tafel. Dan de heer Quint. Ja, dat deel snap ik, maar de financiële ruimte waarmee wordt onderhandeld... wordt wel degelijk ook deels in, niet hier, maar op de torens van het ministerie bepaald. Want anders kunnen we bij de eerstvolgende staking van de kinderopvang... kan de minister ernaast blijven staan. Dan zijn de werkgevers het met het personeel eens. Dan is het ministerie het met het personeel eens. Maar dan verandert er toch niks. Snapt de minister dat ongemak? Ergens komt de financiële ruimte vandaan. En ergens zien we dat er heel veel geld erom gaat... dat het niet bij de medewerkers terechtkomt. Omdat er twee partijen zijn die daarop kunnen sturen... die allebei zeggen, ja, nee, die ander die zorgt ervoor... dat het niet bij jou terechtkomt. Mevrouw van Gennep. Ja, voorzitter, nu lopen natuurlijk een paar dingen door elkaar. De discussie waar de winst in de sector naartoe gaan... is de discussie die we zojuist hebben gevoerd. En welk gedeelte van een winst bij het salaris terecht hoort te komen... en welke in de investering van vastgoed, et cetera, dat verschilt natuurlijk per sector. Daar kunnen we ook hele debatten over voeren. Maar dan komen we toch weer terug bij... het is een private sector. De CAO in Nederland wordt uitonderhandeld door de werkgevers en de werknemers. En dat geldt ook voor deze sector. Okay. En helaas mevrouw Matoeg verdwenen... maar anders zou zij nu met een glimlach opkijken... naar aanleiding van een vorig debat waar zij mijn suggestie deed... die ik prompt navolging gaf 48 uur later. Daar was ik ook niet bij. Dan gaan we door naar... Mevrouw Pallant en de heer de Jong wel. Oké, toch tenslotte, want ik wil doorgaan... maar u heeft toch nog een interruptie? Ja, zit daar dan... want zojuist over het loon... ik heb natuurlijk die vraag gesteld met betrekking tot... ervoor zorgen dat winsten die gemaakt worden in de kinderopvang... dat die niet in de zakken moeten verdwijnen per definitie van de bestuurders en zo... maar die terug moeten vloeien naar de kwaliteit van de kinderopvang. Nu weet ik dat de minister dus onderzoek gaat doen naar die stromen. Hoe werkt dat nou allemaal precies? En daarin was de vraag, kan er niet iets worden gedaan om ervoor te zorgen... dat een deel van dat geld terugvloeit naar lonen? Dus dat daar toch iets aan gedaan wordt... waardoor er een soort maximering is in winsten of zo... waardoor dat geld naar de kwaliteit van de kinderopvang gaat. Ik had genoemd in de opmerkingen die u hebt gemaakt over financieringsstromen, dat ik die mee zou nemen. En volgens mij heb ik toen deze opmerking van u als een van de voorbeelden genoemd. Ja. Okay. Dan gaan we nu echt door. Mevrouw Verenup. Ja, dan hebben we nog een klein beetje kwaliteit en veiligheid over, maar het meeste daarvan hebben we gedaan. Ik wil u nog wel even zeggen, want een aantal van u vroegen daarnaar. De laatste grote wijziging van de kwaliteitseisen vond plaats in 2018-2019 met de wet IKK. Die wordt op dit moment geëvalueerd. Dat eindrapport dat komt eind 2022, verwacht ik dat. En dan kan ik dat ook naar u toesturen.
Daarbij zeg ik u wel vast toe, daarbij vertel ik u wel dat het eindrapport doet geen aanbevelingen straks. Maar op basis van het rapport ga ik wel zelf het gesprek met de sector aan. En kom ik waar nodig met een voorstel om aspecten aan te passen. Oké, dan hebben we het kopje overig, vermoed ik. Nou, we hebben nog spelenderwijs ontwikkelen. Dat zit bij kwaliteit. Het had ook bij overig kunnen zitten. Ja, oké. Kijk, ik denk dat, dat wij echt een hele goede kwaliteit van kinderopvang in Nederland hebben. Daar zijn we het met elkaar over eens. En hoe een kind zich ontwikkelt varieert enorm van kind tot kind. Elk kind is anders. Ik denk niet dat we er naartoe willen dat we een soort school maken van de kinderopvang. Maar ik wil wel graag vasthouden aan die pedagogisch medewerker, die pedagogische plannen. Want daarin zie je dat dat wat een kind spelenderwijs leert, dat dat wel past binnen een bepaalde pedagogische aanpak. Waarin je zegt, nou ja, we hadden net even het voorbeeld van, heel simpel, het is nu lente, dus we gaan plantjes planten. Maar waar je kinderen spelenderwijs dingen leert die op dat moment in het sociale leven langskomen. Waarbij je ook kijkt naar wat de ontwikkelingen in een bepaalde leeftijdsgroep kunnen zijn. Niet horen te zijn, want dan heb je het hier over diploma's. Maar waarvan je wel zegt, hey, dit kindje ontwikkelt zich verbaal of motoriek, blijft dat achter. En dan zegt zo'n leidster ook, van goh, moet je niet hier of daar eens even naar kijken. Het kind eet goed, dat zijn allemaal dingen die bij zo'n pedagogisch plan horen. En daar wil ik wel echt aan vasthouden. Dat je niet wilt naar een soort schoolsysteem, dat ben ik met de meesten van u eens. Maar goed vasthouden aan het pedagogisch plan vind ik wel heel belangrijk. En ook hoort daarbij het leren van de Nederlandse taal. Want dat zien we natuurlijk steeds meer en meer. We hebben steeds meer kinderen in Nederland voor wie Nederlands niet de eerste taal thuis is. En dan is het superbelangrijk dat je op de kinderopvang juist goed Nederlands leert. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat kinderen kunnen, maar nu spreek ik gewoon even uit mijn eigen, maar kinderen ontwikkelen zich het beste als ze in een veilige en stabiele omgeving zijn. En dat is natuurlijk ook belangrijk, dat zo'n kinderopvang of gastouder zo'n omgeving biedt dat een kind zich veilig voelt om dingen uit te proberen. Om te ontwikkelen, om een keer onderuit te gaan en dan weer op te staan. Dat is uiteindelijk waar een ontwikkeling van zo'n jong kind om gaat. Dus geen verplicht curriculum, wel een goed pedagogisch plan. Dan vroeg mevrouw, ik weet niet, van D66 was u dat? Sala. Sala, nee, ja, maar ik hem... hebben we deze al gehad? Proceskwaliteit, ja. Wilt u niet alleen controle op de proceskwaliteit van VE onderzoeken met uw collega van OCW, maar ook breed kijken naar één integraal toezicht? Ja. Nou, ik begrijp de gedachte achter uw vraag. Maar op dit moment zien wij als kabinet geen aanleiding om over te gaan op een integraal toezicht voor kinderopvang en onderwijs. En waarom? Het gaat om twee heel verschillende stelsels met andere financiering, cao's, wet en regelgeving. We zetten wel in op de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs. En we hebben ook de ambitie om leerachterstanden bij de start te voorkomen. En daarom is die deelname aan VVE zo belangrijk. En we versterken de relaties tussen opvang en onderwijs. Daarin trekken we samen op, OCW en SZW. We werken ook aan de Rijke Schooldag. Dat weet u ook natuurlijk. En daarbij is ook heel belangrijk die rol van die buitenschoolse opvang. Wat natuurlijk weer iets anders is dan de kinderdagverblijven. Daarmee gaan we eerst aan de slag. Verdere integratie van voorzieningen voor kinderopvang en onderwijs is nu niet aan de orde. En dus ook niet een gezamenlijke toezicht. Een VOG-procedure vroeg u ook naar. Ja, verschillende screens, dat klopt, verschillende screeningsprofielen voor verschillende sectoren. Dat is wat Justice doet, hè, de screeningsautoriteit. Een deel van de screening is uiteraard hetzelfde, gebaseerd op dezelfde risico's. Maar er zijn ook wel echt accentverschillen. In het basisonderwijs richt de screening zich ook op misbruik van gegevens. Bijvoorbeeld door afpersing, chantage, diefstal, verduistering van gegevens. En de screening van medewerkers in de kinderopvang richt zich bijvoorbeeld veel meer op zorg en welzijn van kinderen. Waarbij er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie. Die je natuurlijk op het lager onderwijs alweer veel minder hebt. Met die verschillende afzonderlijke screeningsprofielen is het nu niet mogelijk om zomaar de aanvraag van een VOG samen te voegen voor beide sectoren. We gaan wel de mogelijkheid en de wenselijkheid onderzoeken om de screening beter op elkaar af te stemmen. En dan vroeg mevrouw Sala ook nog naar de experimenteerruimte en de innovatieve ideeën.
We hebben in de wet kinderopvang eisen opgenomen. Nou, voor die veiligheid en kwaliteit hebben we het net over gehad. Je kunt van die eisen ook afwijken ten behoeve van experimenten die innovatieve kinderopvang mogelijk maken. En daarom hebben we in de wet een zogenaamd experimenteerartikel. En mogelijk kunnen experimenten en pilots ingezet worden om eventuele aanpassingen in regelgeving te onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van de evaluatie van de wet IKK, die we eind dit jaar krijgen. Uitgangspunt is daarbij dat het niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de kinderopvang. En dat was het andere debat wat we net hadden. Dus ja, u mag experimenteren, u mag een pilot opzetten. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de evaluatie eind dit jaar komt. Maar dat mag uiteraard niet ten koste gaan van de kwaliteit. Maar wel de innovatie dienen. Dan heb ik nog een paar overige vragen, maar dat zijn er inmiddels niet veel meer. De oude participatiecrèches, daar vroeg mevrouw Palland naar. Dat zijn natuurlijk prachtige initiatieven van ouders die zeggen wij zorgen zelf gezamenlijk voor onze kinderen. Die zijn per 1 juli 2021, maar dat weet u beter dan ik, onder de wet kinderopvang gebracht en gelijkgesteld met andere vormen van kinderopvang in een kindercentrum. Als zij gewoon aan de eisen van de wet voldoen, dan kunnen ze natuurlijk blijven bestaan, ook in het nieuwe stelsel. Ze kunnen opgericht worden, ook onder het nieuwe stelsel. Ik kan me wel voorstellen dat als een soort neveneffect van die 95% er misschien minder ouders zijn die het interessant zullen vinden om ouder te zijn in een ouderparticipatiecrèche. Maar dat zullen we zien. Wettelijk kan het. En dan zullen we zien of de markt dit nog steeds interessant vindt. En dan heb ik de laatste, één na laatste vraag. Kinderopvang daadwerkelijk toegankelijk maken voor kinderen met een beperking, voegt de heer Grinwis naar. Het College van de Rechten van de Mens heeft vorig jaar een aantal aanbevelingen gedaan over inclusieve kinderopvang. En naar aanleiding daarvan zijn er gesprekken gevoerd met brancheorganisaties, kinderopvangorganisaties en gemeentes. En al die partijen onderschrijven, gelukkig maar ook logischerwijs, dat belang van inclusieve kinderopvang. Er zijn een aantal mooie voorbeelden van plusgroepen met kinderen die extra zorg en ondersteuning krijgen. Er werden ook een aantal aandachtspunten naar voren gebracht. En op dit moment loopt er een onderzoek naar plusopvang. Dat wordt uitgevoerd door Kantar Public. Goed uitgesproken. Daar kijken we naar hoeveel kinderopvangorganisaties plusopvang aanbieden. Uit welke elementen dat bestaat en in welke mate het afwijkt van reguliere opvang. Dat is wel een domeinoverstijgende vraag natuurlijk. Dus ik ga samen met mijn... ik zeg u graag toe dat ik samen met mijn collega's van OCMW en VWS... bekijk wat er nodig is om inclusieve kinderopvang te bevorderen, mede op basis van dat onderzoek. Dus eerst even dat onderzoek afwachten. Hoeveel is het nou? Wat gebeurt er dan precies? En dan kijken hoe we dat verder kunnen bevorderen. Voordat u toekomt naar uw laatste vraagbeantwoording, heb ik twee interrupties, die zie ik. De heer Grinwis. Voorzitter, heel veel dank. Daar ben ik blij mee. Worden wij daar als Kamer over geïnformeerd, TZT? Of misschien in een van de al toegezegde... voortgangsrapportages of andere stukken, dan kan de toezegging ook echt genoteerd worden. Doen we, maar voor het begin. Ja, zeker. Dus die gaat mee in een van de voortgangsstukken. En ik moest glimlachen, omdat u me nog niet zo goed kent, maar de rest wel. Ik word altijd een beetje melig na een paar uur, dus ik had natuurlijk de neiging om volmondig nee te zeggen. Maar ik zeg netjes ja, uiteraard. Ja. Oké. Okay. Ja. Heel goed. Goed dat u dat zegt. We gaan er ook richting een overronding. Mevrouw Zalig. Ik heb nog één vraag, mevrouw Zalig. Ja. Misschien dat nu het antwoord komt, maar ik had dus een vraag, want de minister had inderdaad gezegd dat meer mogelijkheid om af te stemmen, et cetera. En mijn vraag was, is dit dan een update van de taskforce samenwerking 2017 of, en zo niet, of dat misschien mogelijk is? Oké, okay, duidelijk. Mevrouw Van Gennep. Nou, dank u wel, want dit is inderdaad de laatste vraag. Goede praktijkvoorbeelden en de handreiking is in een vergevorderd stadium. Uit 2017. Het advies van de Task voor Samenwerking Opvang Onderwijs om met een werkgroep van de sector opvang en onderwijs gemeenterijk oplossingen voor gezamenlijke huisvesting, want daar gaat het over, voor onderwijs en kinderopvang te vinden. Daarmee geef ik dus uitvoering aan dat advies. Er is ook een advies geweest van de IBO onderwijshuisvesting uit 2021, dus die is wat recenter. Met specifieke aandacht aan belemmeringen van wet en regelgeving. Daar heb ik ook de schriftelijke vragen op beantwoord. Voor multifunctioneel gebruik van gebouwen.
en aan het gelijkwaardiger maken van de relatie tussen school en samenwerkingspartner. En dat is natuurlijk dan vaak de BSO. En daarbij wordt ook een praktische handreiking met goede praktijkvoorbeelden aangeraden. Dus om het samen te vatten, de handreiking is in een vergevorderd stadium, dus komt er binnenkort aan. Dank u wel. Dat waren dan de antwoorden op uw gestelde vragen en ook natuurlijk ook de visie van de minister zelf op uw bijdrages. Dan wil ik toe naar de tweede termijn van de Kamer. Dan begin ik met de heer Quint. Ja, dank aan de minister voor de antwoorden. Ik had nog een vraag over die inwisseluren gesteld, volgens mij, over hoe dat nou zit. Dat je wel betaalt voor iets wat je uiteindelijk niet krijgt. En ook op geen enkele manier nog kunt krijgen. Maar vervolgens wel zowel de overheid als jij ervoor betaalt. Volgens mij, het positieve is, volgens mij kunnen we echt een slag maken wanneer het gaat om de marktordening van de kinderopvang. De rol van private equity, dat is de afgelopen jaren wel eens anders geweest. Dus ik kijk heel erg uit naar wat er uit dat onderzoek komt. Waar ik minder tevreden over ben, is natuurlijk de impact van het nieuwe stelsel op dit moment met het percentage voor die laagste inkomens. Er zit wel echt een punt van zorg voor ons, maar daar komen we nog later over te spreken. En ik snap dat dat niet meegaat in een onderzoek, maar je merkt in dit debat dat een paar keer iedereen een probleem signaleert, maar de gekozen marktordening een oplossing in de weg staat. Dat gaat over samenwerking kinderopvang onderwijs, dat gaat over de financiering, dat gaat over de loonruimte voor medewerkers. En wanneer er nu nagedacht gaat worden over een nieuw stelsel, ik wil niet dat een onderzoek vertraagt, maar het lijkt me toch handig om daar eens een keer, hoop ik dat de minister zichzelf ook de tijd gunt om daar eens een keer wat breder over na te denken. Want ik sluit niet uit dat je met een andere ordening, een minder marktgedreven sector, een hele hoop problemen in één keer zou kunnen oplossen. Ook omdat je ziet dat de vergoede prijs bijvoorbeeld, toen die werd ingevoerd, voldeed 80% van de kinderopvang, had dat als maximumprijs. Dat is nu nog maar 40. Je ziet dat het ook niet terugkomt in de beloningen. Dus er zit daar ergens, verdwijnt er iets. In ieder geval en het lijkt mij goed om erover na te denken hoe je dat deel zo klein mogelijk kunt houden. Oh, en dan is het misschien handig om een 2 minuten debat aan te vragen voor eventueel een motie op dat punt. Voordat u het vergeet. Dat doe ik al, vergeet. Oké, nou, staat in ieder geval genoteerd. Ga ik verder met mevrouw Pallant. Ja, voorzitter, dank aan de minister voor de beantwoording van al onze punten. En de ambities zijn heel groot, hè, van het kabinet. Maar volgens mij is de minister er ook gewoon gedegen mee aan de slag. Of zijn in ieder geval die ambities er om ook goed naar inderdaad die ordening te kijken, die de heer Quint eigenlijk benoemt. Om daar ook met die stelselwijziging de juiste afslagen in te nemen. Mooi ook dat die oude participatiecrashes, dat ook gewoon een keuzemogelijkheid blijft. De minister geeft erbij aan van de vraag is hoe aantrekkelijk dat blijft voor ouders om dat te gaan doen. Maar er zit natuurlijk ook bepaalde betrokkenheid in van ouders. Dus dat hoeft niet alleen maar financieel gedreven te zijn. Maar ik denk ook, en daar is de minister nog niet op ingegaan, dat dat gelinkt kan worden aan de capaciteitsvragen die voorliggen en de grote tekorten die er nu zijn. Dus we zouden deze forum ook gewoon nodig kunnen hebben in de toekomst. Wellicht kan de minister daar nog op ingaan. En overigens, ik heb ook nog met belangstelling kennis genomen van de opmerkingen van mevrouw Sala over die samenwerking en die handreikingen tussen kinderopvang en onderwijs. Ik heb zelf jarenlang integraal huisvestingsplannen mogen maken. En het stelsel is erg ingewikkeld als het gaat om economisch claimrecht van scholen en de financieringstromen. Dat maakt het niet makkelijker om bijvoorbeeld kinderopvang ook in je eigen gebouw vorm te geven. Dus mooi dat daar ook slagen in worden gemaakt. Dank u wel daarvoor. Mevrouw Sala, D66. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank voor de beantwoording van de minister. We zijn in ieder geval ontzettend blij met de toezegging dat er een roadmap komt. En dat we een beetje mee kunnen kijken hoe en wat. En ook dat de minister zegt dat we hier periodiek op terug gaan komen. Mijn allereerste vraag zou zijn, wat is ongeveer de prognose waarin we de eerstvolgende keer weer over het onderwerp kinderopvang kunnen spreken. En daarnaast heb ik natuurlijk in mijn eerste termijn al gezegd dat we op termijn naar een 100% vergoeding gaan voor iedereen. En waar de minister heeft gezegd, dat is aan een volgend kabinet. Maar ik zou graag willen horen van de minister of ze in het stelsel wel van plan is om het te gaan borgen, zodat we inderdaad wel naar een stelsel kunnen gaan van 100%. En daarnaast zijn er natuurlijk nog ontzettend veel andere onderwerpen die we hier kunnen gaan aankaarten. Maar we hadden maar 5 minuten. Dus ik ben blij dat we hier vaker over gaan spreken, zodat we ook veel meer onderwerpen kunnen aanstippen. En ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we in ieder geval denken vanuit het kind in plaats van vanuit het systeem. Dank u wel. Mevrouw Van Heel.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, allereerst natuurlijk dank voor de ministerondersteuning. Maar ook de collega-Kamerleden, vind ik wel. Want iedereen brengt weer andere punten in. En dan ga je over sommige dingen ook weer nadenken. Dat is altijd goed. En we zijn van de winegums naar de vier ogen gegaan. En uiteindelijk een toezegging op het vijfpuntenplan. En voor mij maakt het helemaal niet uit dat dat in een handreiking of een actieplan. Het ging mij er maar om. Ik denk dat dat wel belangrijke punten zijn die besproken moeten worden. Het gaat mij niet om de vorm, maar meer om wat komt eruit. En ook blij met de toezegging voor de opleidingen. En collega Wiersma hoop ik dat daar open voor staat. Anders zal ik hem ook nog wat opporren misschien. Maar vooral dat modulair opleiden, denk ik dat niet alleen hier, maar in zijn totaliteit belangrijk is. En ook juist om mensen over te laten switchen van de een naar de andere sector. Dat blijft mijn doel nog de komende 3 jaar. Dank u wel. Dank u wel. De heer De Jong, PVV. Ja, ik ben aan de lijn. Maar al die winegums die er langskomen, zorgt er wel voor dat ik blij ben dat we zometeen kunnen gaan lunchen. Want ik heb een trek doorgekregen. Bedankt nog. Ik wil de minister bedanken voor de toezegging die ze heeft gedaan met betrekking tot de financieringstromen. Om te kijken hoe dat nou precies gaat. En hoe te zorgen dat winsten die gemaakt worden terugvloeien naar de kwaliteit van de kinderopvang. Daarnaast ben ik ook blij met de manier waarop de commissie hier naar voren heeft gebracht dat als het gaat om curriculum, als het gaat om nog meer leerdoelen richting die kinderopvang, dat daarvan ook de Kamer zegt, dat gaan we niet doen. We gaan die kinderopvang niet nog meer opleggen. We moeten ervoor zorgen dat ze gewoon kunnen doen waar ze goed in zijn. Namelijk begeleiden als spelende wijs laten ontwikkelen. En niet ze met nog meer romslomp overspoelen. Dus dat is hartstikke goed. En ook goed dat er meer wordt gekeken naar wat zijn nou de gevolgen van die aanpassing met betrekking tot kwaliteit en veiligheid en hoe die gewaarborgd moeten blijven. Dus ik kijk uit naar het 2-minuten debat waar wij nog wat verscherping zullen gaan vragen. Dank u wel. Dank daarvoor. Dan de heer Grimmis. Voorzitter, dank. En leuk om hier eens deze commissie te gast te zijn. Het was een aangenaam debat, vond ik. En voordat ik het vergeet, een shout-out naar alle medewerkers in de kinderopvang. Want ik weet met hoeveel hart en liefde voor kinderen ze hun werk doen iedere dag. En dat wil ik ook even gezegd hebben en onderstreept hebben. Dank ook aan de minister. Er vinden heel veel onderzoeken plaats. Er komen heel veel voortgangsrapportages. Er komen allerlei evaluaties. Ik zie ze allemaal tegemoet. Met nadruk even 3 punten. Blij met de inzet in zaken het al dan niet van het aanpakken van al dan niet verkapte winstuitkeringen en beschermen van ouders en belastingbetalers. Blij ook dat kinderen niet vanaf, over de spelende mens, blij dat kinderen niet vanaf nul worden opgezadeld met een verplichte curriculum. Alhoewel zo'n pedagogisch plan niet een verkapt gigacurriculum moet worden natuurlijk. Maar oké, daar zijn de ouders zelf bij. Dus dank daarvoor. Blij ook met de toezegging ten verveuren van kinderen met een beperking. 1 oproep aan de minister. We staan echt aan de vooravond van een hele grote hervorming. En wij als Kamer beloven om niet nog weer 3 jaar te wachten met een debat. Maar ik hoop dat de minister belooft dat ze ons echt heel goed gaat meenemen. En niet alles op het ministerie helemaal en met de sector en zo uitdenkt. Maar ook ons meeneemt in alle dilemma's die er aankomen. Dus dat wij echt dilemma's krijgen voorgelegd. En dat de minister in die zin ook de Kamer een beetje medeverantwoordelijk maakt om in die dilemma's maar eens een keuze te maken. Want het zal af en toe een dilemma worden. Ga je de ene kant op of ga je de andere kant op? En het is een grote, complexe hervorming. Afschaffen van de kinderopvangtoeslag en het verbeteren van de kinderopvang voor iedereen. Dus dat is toch eigenlijk mijn oproep tenslotte. En tot zover, voorzitter. Dank u wel daarvoor. Dan ga ik toch door naar mevrouw van Gennep. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook ik vond het een prettig en interessant debat. Ik heb bij binnenkomst al gezegd, maar misschien was het al niet. Deze stelselherziening is zo groot, dit moeten we echt gezamenlijk doen. En ik heb u ook toegezegd in het begin dat u die dilemma's en die voor- en die nadelen regelmatig periodiek van ons krijgt. Zodat we ze ook kunnen bespreken. Daar zal ik wel steeds mijn visie bij geven, daar hoeft u het niet mee eens te zijn. Maar voor- en nadelen, welke kant willen we dan op? En ook vandaag weer hebt u toch weer een aantal aanscherpingen al vastgegeven. Een aantal extra vragen, bijvoorbeeld over dat onderzoek. Wat ons ook helpt. Maar dus die stelselherziening, dat is echt een grote. En die doen we natuurlijk voor het komende decennium. Dus die moet goed zijn.
En die moeten in ieder geval goed besproken zijn, goed doordacht zijn. En uiteindelijk zullen we keuzes maken waar ik hoop dat de meerderheid van de Kamer achter staat. Maar ik wil wel dat we hem hier goed besproken hebben. En dat ook alle dilemma's, vragen die u hebt, dat we die meenemen in die analyses. Dus dat gaat echt terugkomen. Dan het andere grote debat, gesprek, ging natuurlijk over de financieringsstromen. Nou, dat wordt een fix onderzoek. We hebben er vandaag toch wel weer een paar elementen aan toegevoegd, maar ook nodig. Nodig dat we dat doen, nodig dat we daar goed naar kijken. En dat we ook iets met die uitkomsten doen. Een enkeling van u zei van, nou, u gaat toch niet alleen onderzoek doen? Nee, daar gaan we ook wel wat mee doen. Daar gaan we natuurlijk ook conclusies uittrekken. Waarbij ik nog niet toezeg dat die conclusies de een of de andere kant op gaan. Maar we gaan het wel gewoon goed uitzoeken. En u hebt ook mijn zorgen, neem ik aan, heel duidelijk hierover gehoord. Die hebt u ook allemaal uitgesproken. Dus wat dat betreft vinden wij elkaar aan elkaars zijde. Dat we hier gewoon goed naar moeten kijken. En moeten kijken wat wij als Nederland willen in deze sector. Nou, dan gaan we nog even door een aantal van uw meer specifieke opmerkingen en laatste vragen heen. De inwisseluren, dat klopt, daar had u naar gevraagd. Zeg ik tegen de heer Quint via de voorzitter. Dat is natuurlijk, ja, dat antwoord gaat u niet leuk vinden, maar het is in principe een afspraak tussen ouder en de kinderopvangorganisatie. Ja, dat staat in het contract. Ik begrijp ook dat dat in de coronatijd niet altijd mogelijk was. He, dat was natuurlijk gewoon wel moeilijker om al die uren te verzilveren. We gaan wel in de gaten houden of dit niet iets structureels wordt. En dan beginnen we even met een gesprek tussen de brancheorganisatie en de oudervertegenwoordigers over de omvang van het probleem. Daar beginnen we mee. Dat was geen twee. Okay. Om even te kijken, want het klopt dat het in de coronatijd veel meer er was dan daarvoor. Maar we willen even uitzoeken of dat inderdaad nu ook na corona zo blijft. En dan kunnen we volgens kijken of we er wat aan moeten doen. Ik wil voor zover wij dat kunnen. Hè? Ja, ik wil geen derde termijn, maar ik begrijp wat u verduidelijking heeft, de heer Quint. Ja, nou ja, misschien ook om mijn indruk mee te geven. Mijn indruk is dat het al iets structureels is. Dus dat het gewoon meer vanwege personeelstekort is dan vanwege corona. Om de simpele reden dat het ingewikkeld is. De groepen worden heel vol gepland. Namelijk de maximale aantal kinderen voor de beroepskracht kindratio. Wat logisch is, want dat is hoe je begroot. Maar dat betekent ook dat wanneer er niemand achterhand is om extra op die groep te komen, de groep vol zit en een ouder dus niet, nou ja, datgene waar zowel ouder als belastingbetaler flink voor betaalt, niet kan claimen. Oké, dat was voor nu. Ja, voorzitter, terecht observatie. Maar daarom eerst even, ik ben altijd van eerst even de feiten, uitzoeken hoe het zit. Als het echt op grote schaal voorkomt, is dat gewoon een, in ieder geval een gesprek waard. En dan past het misschien zelfs wel bij het onderzoek over de financiering. Maar ik wil het onderzoek over de financiering niet. Ik zei het en ik dacht... nee. Niet groter maken. Niet groter maken. Nee. Dat onderzoek is al groot genoeg. Ja, precies. Dan, dank voor uw opmerkingen over uw zorgen. Die gaan terugkomen in alle gesprekken. En ik ben benieuwd naar uw motie. Maar ik denk dat ik hem kan raden al over de marktordening. Maar we zullen het zien. Naar het CDA toe, naar mevrouw Pallant toe, zeg ik... ja, we zijn ambitieus. We moeten het ook inderdaad, zoals u zegt, gedegen aanpakken. Voor de OPC blijft de keuzemogelijkheid. En dat is heel belangrijk. En u zei tussen neus en lippen door iets wat ik eigenlijk wel heel interessant vond. Misschien kan dit wel helpen bij die capaciteitsvraag. Ja, daar gaan we even wat meer aandacht aan besteden. Want zo hadden we hem nog niet helemaal gezien. Dan zei u ook iets over, ja, mevrouw Sala had gevraagd naar de handreiking tussen onderwijs en opvang. Dus dat begrijp ik, nou, dat mevrouw Pallant dat ook in de gaten houdt. Maar dat is een hele belangrijke. De roadmap, mevrouw Sala. Ja, mijn voorstel zou zijn dat wij in het najaar hier weer een debat over hebben. En dat we u ook dan de eerste versie van de roadmap op wat hoger niveau doen toekomen in de voorbereiding naar dat debat. Het 100% stelsel. Ja, wij zullen het stelsel zo vormgeven dat het dat niet zal uitsluiten. Maar het is echt aan een volgend kabinet. Maar we zorgen natuurlijk niet dat we het zo doen dat je alleen maar kunt maximeren op 95%. En dan volgens de deur dicht. Dat zou vervelend zijn voor een volgend kabinet. We moeten wel even naar gedragseffecten kijken. Want een van uw collega's noemt natuurlijk die prijselasticiteit. Die is er gewoon. Dus we zijn ook zelf wel benieuwd als we naar 95% gaan. Hoeveel meer vraag er gaat komen, bijvoorbeeld. En wat de gedragseffecten zijn. En we zullen het waarschijnlijk ook al zien met het loslaten van de koppeling gewerkte uren.
dat mensen dan toch hun kind ook die ochtend naar de opvang brengen als ze gaan sporten in plaats van werken. Dat soort dingen zullen we gaan zien. En daar moeten we natuurlijk ook alvast rekening mee gaan houden. En dat is ook een, wat dat betreft een aardige leermoment om te kijken wat dat doet. Ja. Het vijfpuntenplan van mevrouw Van der Heel. Dank u wel. We gaan ermee aan de slag. Dus u hoort daar heel veel over terug. Modulair en switchen, dat ga ik inderdaad met mijn collega Wiersma uitgebreid over spreken. En u hoort van mij als ik daar niet zo ver kom als u zou wensen. Naar de heer Van der Jong zeg ik, ja, dit onderzoek dat hebben we uitgebreid besproken. Kwaliteit en veiligheid is ons allemaal een lief ding waard. Dus daar moeten we ook gewoon goed voor zorgen. Spelenderwijs leren, maar wel binnen een pedagogisch plan. En dan zeg ik tegen de heer Grimwis, ja, de medewerkers van de kinderopvang, die hebben wij allemaal in het begin ook geëerd. Maar dat is wel even ook een mooie onderzoeker, denk ik. Een mooie afsluiter om te zeggen, dat zijn uiteindelijk de mensen die onze maatschappij draaiende houden. Die kunnen zorgen dat wij kunnen werken. Dus hulde aan de medewerkers. Nou, dat is een hele mooie afsluiting. Dat waren dan de eerste en de tweede termijn van onze commissievergadering. Ik heb een aantal toezeggingen gehoord. Het is niet zo, als u zegt als commissielid, het is een toezegging dat wij dat ook zo noteren als toezegging. We hebben een reglement van orde en die bepaalt dan of het een daadwerkelijke toezegging is. Ik ben ondersteund door een kundige commissiegriffier en ik ga met u eventjes de toezeggingen doornemen. Allereerst, de minister neemt koopkrachtplaatjes mee in de brief over de stelsel aan het lid Matoeg. 2. Naar verwachting komt het onderzoek over de financieringsvormen en stroom aan het einde van dit jaar naar de Kamer aan de lid Quint. 3. Minister kijkt bij de monitoring van de kwaliteitseisen extra goed naar de gevolgen van de maatregelen die zijn afgekondigd naar aanleiding van de personeelstekorten. En de minister brengt deze kwaliteitseisen in kaart aan lid Leon de Jong en lid Van den Hil. Dan 4. Minister neemt in de brief over de aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt het makkelijker switchen tussen banen en sectoren voor werknemers mee aan lid Van den Hil. 5. Minister gaat mogelijkheid en wenselijkheid van een screeningstraject voor een VOG in de kinderopvang en het basisonderwijs onderzoeken aan het lid Sala. 6. Minister gaat samen met minister van OCW en VWS in gesprek over de plusopvang kinderen met beperkingen en informeert de Kamer hierover aan het lid Grimwis. Dat waren de toezeggingen en de aankondiging uit van de heer Quint dat er een 2-minuten debat wordt aangevraagd met als eerste spreker hemzelf. En dat is natuurlijk het verzoek aan de plenaire griffie. Dan wil ik u allen onwijs hartelijk... Voorzitter, het onderzoek hadden wij toegezet om te bespreken in het eerste kwartaal van 2023. Want ik zei, het kost wel een half jaar om dat onderzoek te doen en daar moeten wij natuurlijk ook nog wat van vinden. Ja, oké. Okay. Dan hebben we dat genoteerd. En liever goed deze dan... Ja. Oké, dat is een duidelijke wijziging van de toezegging. Dat hebben we dan genoteerd. Nogmaals ontzettend dank voor uw inzet en graag tot de volgende keer.